Yo. Hé, hey, gaat hij niet scherp stellen op mij, maar natuurlijk meteen de hele tijd op jou. Hallo. Yay. Nou, ik wacht even totdat jullie me horen hoor. Dan kan ik even kijken of het goed gaat. Oh, yo, zie ik in de chat. Yo. Hé, hey, voordat we gaan beginnen. Ik heb wel een beetje een niet zo'n hele leuke mededeling. Dus daarom dacht ik begin er maar gewoon meteen mee. Voordat ik dit helemaal bewaar tot het einde. Ik wil jullie namelijk vertellen dat het vandaag de allerlaatste stream is. Want ik merk namelijk dat het best wel veel is. Nee, is grappig. Ik ben hier echt heel slecht in. 1 april! Oké, nou jongens, we gaan beginnen. Het was erg leuk allemaal. Trapte er ook maar iemand in? Ik geloof het niet. 1 april. Leuke oorbellen heeft Mila. Nou, dit is Emily. Dit is mijn andere dochtertje, die zit hiernaast. Maar ze heeft inderdaad hele schattige oorbellen. Ik ben net vandaag binnengekomen. Hahaha, Maris. Ja, nou, was echt een goede grap. Wauw. Dat is wel. Wauw. Ik was echt heel erg onder de indruk. Ik ben echt heel slecht in 1 april grap. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Oh, Lilou die geloofde het. Lilou Games. Ik geloofde het. Nou, gelukkig. Dankjewel. Wij zitten hier echt al de hele tijd te brainstormen over onze 1 april grap. En we zaten al te denken van, misschien moet ik gewoon niet in beeld komen dat Emily hem dan opent. En dat Emily dan zegt, ja sorry, mijn moeder komt niet meer. Ze is ermee gestopt. Dankjewel TikTok voor je 1 euro donatie. TikTok, ook echt. Heel TikTok heeft gewoon een euro. Dus, nou ja, goed. Sorry, over die 1 april grap. Dat. Weer een heel goed verhaal. Hoe gaat het met jullie? Oh, Roos en Marijn geloofden het ook. Nee hoor, jongens, ik ben niet van plan om te gaan stoppen. Was een grapje. Sterker nog, we gaan vandaag zelfs een hele nieuwe serie beginnen. Maar goed, ik ben dus niet zo heel goed in 1 april grappen. Al heb ik jou vandaag wel 2 keer van, er zit hier wat. Maar ja, was echt lame. Ik ben echt van de lame 1 april grappen. Met mij gaat het goed. Nou, gezellig, gelukkig. Gaat het met jou ook goed, Maris? Ja, maar mij gaat het ook goed. Maar mij gaat het die ook grap goed. Zag ik zo aankomen. Ja, erg hè. Dankjewel, Mechteld, voor je superchat. Maar inderdaad, ik snap dat je die zag aankomen. De meeste mensen doen dat ook wel. Als ze dan op je... Ja, een hele nare meting, we gaan stoppen. En dan de volgende dag... Oh, wat zijn de broegrap? Maar ik kom niet eens verder dan 20 seconden met zo'n grap. Moet ik het al vertellen. Ik smelt, Emily is te cute, zegt die hond. Ah, oh, dat is lief. Ja, we gaan vandaag lekker een nieuwe serie beginnen. Zo hadden we de vorige keer de serie afgerond. Ligt er bij jullie ook sneeuw? Dankjewel Shirley voor je superchat. Nee, bij ons ligt er geen sneeuw. Bij ons was gewoon lekker zonnig en warm. We zijn net in bikini naar buiten geweest. 1 april! Nee, bij ons was het niet sneeuw, maar wel koud. Maar geen sneeuw. Oh. Ik zie net allemaal lekkere foto's van ijs, van Ben & Jerry ijs. Ik wil ook ijs. Mijn moeder zit ijs te eten. Dus ja, we hebben wel, maar geen Ben & Jerry's ijs. We hebben alleen gewoon een waterijs, ja. Wanneer komt er nog eens een slijm video? Vraagt Noor. Ja, we hebben 1 keer een 1 april video gemaakt, inderdaad. Want dan gingen we in 1 keer een hele ander soort content maken. Maar kan ik nu niet nog een keer doen, want dan weten jullie meteen dat het een grap is natuurlijk. Toen waren er echt serieus mensen die gingen gewoon de-abonneren, zeg maar. Die dan meteen dachten, nee, sorry hoor, maar ik ben hier helemaal klaar mee met dit kanaal. Die waren gewoon weg. Hé, hey, maar eventjes over de... wat we vandaag gaan doen. We gaan vandaag een nieuwe serie starten. Vorige keer hebben we de Tiny House Challenge helemaal gespeeld in de Sims 4. Nou, die hebben we allemaal afgerond. Mocht je dat leuk vinden om dat terug te kijken, kan dat natuurlijk altijd. Niet nu. We gaan nu lekker een nieuwe serie doen. En we gaan nu de Big Brother Challenge doen. Die werd door jullie vorige keer aangeraden, dus daarom wilde ik die heel graag doen. Ik zal even heel kort uitleggen wat de bedoeling hiervan is. We gaan zo meteen een villa bouwen. Dus we gaan in deze vooral bouwen hoor. Ik heb al een heel gedeelte gebouwd, maar het moet helemaal ingericht worden. We gaan een hele grote villa bouwen waar 8 Sims in kunnen komen te wonen. En die Sims gaan we gewoon random gewoon maken. In de Sims laten we zo de Sims zelf gewoon genereren. Dat gaan we niet aan lopen. We maken 4 mannen en 4 vrouwen. Nou, die proppen we met elkaar in dat huis. We doen de deur op slot. Ze mogen er niet uit. Ze krijgen niks. Geen televisie. Helemaal niks. En dan gaan we elke keer gaan we iets met ze doen. Een bepaalde taak moeten ze dan doen. En degene, de 2 slechtste, daarvan moet er 1 dan het huis verlaten. Net zolang totdat het er een winnaar overblijft. Dus tussen die 2 mogen jullie zometeen dan gewoon gaan stemmen. Of uiteindelijk niet zometeen, maar uiteindelijk dan gaan stemmen. En uiteindelijk blijft er op die manier dus 1 winnaar over.
En ja, de winnaar die krijgt dat huis. Misschien kunnen we hem zelfs 1 miljoen geven. Maar die wint dus uiteindelijk. Dus dat gaan we doen. Maar het is wel zo. Ik mag zometeen die Sims ook niet besturen. Dus op het moment dat we ze gemaakt hebben. We hebben ze in dat huis gestopt. We doen de deur dicht. Mag ik ze ook niet meer besturen. Dus dat is ergens heel fijn. Want ik haat die Sims besturen. Maar dat is ook heel moeilijk. Want als er dus eentje in de fik vliegt. Omdat de keuken in de fik vliegt. Kan ik dus ook niet helpen. Ja. En dat is het. Ja, dat vind ik heel zielig. Dus we moeten alleen nog even bedenken hoe we van die Sims afkomen op het moment dat we iemand uit hebben gestemd. Nee, je bent zo hard. Emily zegt gewoon dat ik ze dood moet maken en dat we ze dan begraven in de achtertuin. Dat vind ik zielig. Dat kan toch niet? Ja, dat is echt oef. Ja, nou, volgens mij wordt dit een hele leuke challenge. Ik heb de hele regels hiervan zitten lezen die ze hiervoor hebben bedacht. En toen dacht ik, ja, volgens mij is dit echt superleuk. Dus we gaan hier eens even een hele leuke challenge maken. En zo niet, nou ja, dan doen we het niet, weet je. Dan stoppen we halverwege. Zo zeggen, ja, sorry hoor, maar dit is echt lame. Dan doen we het gewoon niet. Dan gaan ze allemaal in de fik, steken we het hele huis in de fik. Kun je ook stemmen als je niet lid bent? Jazeker, je kan gewoon abonneren op dit kanaal. Dat is gewoon gratis. En als je abonneert op dit kanaal, dan kan je lekker meekletsen in de chat. Maar dan kan je dus ook meestemmen in de poll. En dat soort dingen. Sowieso krijg je dan ook altijd te weten wanneer ik live ben. Allemaal handig, allemaal gratis. Beterschap voor Lotte en haar gebroken arm. Oh, Mechtel, dankjewel. Wat lief van je dat je zomaar iemand beterschap bent. En dankjewel ook voor de superchat. Ik heb tegenwoordig een nieuwe superchat trouwens. Heeft Rick gemaakt. Het ziet er mooi uit, hè? Ja, hij zit alleen een beetje in mijn gezicht. Dus ik zal bij de superchat een beetje hier zo gaan praten. Maar zometeen in-game niet. Maar hier zit hij inderdaad nog wel een beetje in mijn gezicht. Nou, mijn poll doet het nooit. Hè, Fleur, dat is raar. Maar als het goed is, moet je hem gewoon in de chat kunnen zien. Kan je AUB aanzetten dat je kan terugspoelen? Dankjewel, Emma, voor je superchat. Nee, dat zet ik expres uit. Omdat ik heel vaak mensen heb die per ongeluk om op pauze hebben gezet of terug hebben gesleept. En dan gaan ze wel in de chat op allemaal dingen reageren. En dan raak ik helemaal in de war. Want dan reageren ze op iets wat 1 uur geleden gebeurd is. En dan snappen ze niet dat ze niet live meer op dat moment op hetzelfde moment zitten. Dus dat is voor mij en de chat echt heel ongemakkelijk. Dus daarom heb ik dat uitgezet. Als je terug wil kijken, dan moet je hem gewoon afloop terugkijken. Dan kan je alles gewoon rustig zien. Dankjewel Evelien voor je superchat. Oké, hey, maar wat gaan we doen vandaag met het verboden woord? Oh, en nog even tussendoor over dat abonneren nog. Dus dat is dus gewoon gratis. Maar je kan dus ook lid worden van het Creative Games kanaal. En dat kost dus €2,99 per maand. Dat staat naast het abonneren. Dus dan heb je ook een knopje daarvoor. Maar als je dus nog jonger bent, vraag even toestemming aan je ouders. En als je wel lid wil worden, gezellig. Join the Crea crew. Oké. Wat ging ik ook weer, wat gingen we ook weer doen? Verboden woord. Oh ja, we gaan een verboden woord doen. Willen jullie vandaag een verboden woord? Vast weer. Ik zet hem er wel tussen dit keer weer als optie. Geen verboden woord. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ik zag er wel een aantal voorbij komen. Wat heb ik gemist? It's cool, wat heb ik gemist? Nou, alleen nog de uitleg over wat we vandaag gaan doen. Maar verder niks. Mag 4 maanden lid. Yeah! Ja, tenzij je het natuurlijk al 4 maanden lang sindsdien niet meer bent geweest. Dan heb je heel veel gemist. Maar ik neem het er aan van niet. Oké, wat wordt het verboden woord? Nou, ik zag al villa. Oké, nou doen we dat. Ik zag heel veel net voorbij komen superchat. Dat is echt niet handig. Even kijken, wat hadden we nou nog meer? Verboden woord zie ik nu ook nog bouwen. Nee, niet bouwen. Mijn moderators die zitten ook even mee te kijken. Villa, ja, die heb ik erbij gezet. Ja, niet Big Brother, jongens. Dan kan ik niet eens mijn challenge uitleggen. Dat is niet handig. Oh, en 1 april. Oké. Kan ik geen grapjes meer maken. Nou, prima. En anders dan zeg ik wel 32 maart. Oké. Nou. Oh, nee, wacht. Nee, dat kan niet. Want er moet er eentje weg. Want er moet eentje geen verboden woord zijn. Want ik mag maar 4 opties invullen, helaas. Meer mag niet van YouTube. Dus we doen bouwen niet. Oeh, die pol komt ook recht in mijn gezicht. Oké, dan moeten we dat misschien nog maar eventjes een beetje anders instellen. Dan. Maar voor nu niet. Dankjewel, Asia, voor je superchat. Geen verboden woord. Oké, ik heb... Wat wordt het verboden woord? Villa, superchat, 1 april of geen verboden woord? Komt-ie. Ja, wel bouwen moet wel. Nee, er moest eentje weg. Dus dan doen we die wel weg. Die is te moeilijk. Hij komt niet in mijn hoofd. Dat zit heel mooi aan de zijkant. Gaat goed hoor. Of heb je dat net zo snel gepikt? Nou ja, hij komt niet in mijn hoofd. Kijk, hij staat hier heel mooi zo aan de zijkant.
Kijk, daar gaat hij. Nee. Hoezo zitten jullie er toch altijd op om de meest vervelende uit te kiezen? Als er nou zo meteen heb dan... Heb dit ook XD? Je veter zit LOOSSSS. Origineel lol. Dankjewel Doodle voor je 3 maanden lidberichtje. Je veter zit los. Ja, ik denk niet dat ze daar intrappen. Dat, helaas. Dat is, ik denk dat ze daar hier niet meer in geloven. Hey Emily, je veter zit los. Nee. Kom er niet meer weg. Oké. Nou, ik laat jullie nog heel eventjes stemmen. En dan zet ik hem uit. Maar ik denk dat jullie alweer iets hebben gekozen wat ik niet leuk ga vinden. Laat Emily helpen. Ja, Emily gaat me zo meteen even helpen met meedenken en zo. Dat heb ik wel nodig. Even nadenken over hoe we die kamers gaan inrichten. En ze vond het ook wel gezellig. Toch? Ben je nog steeds gezellig? Anders moet je gewoon weg. Nee. Anders moet je weg. Dan stem ik je eruit. Nee. En dan word je meteen uit huis gezet. Begraven in de tuin. Oh. Nee hoor. Nee. Ik wist al dat je iets als graf ging doen. Ja, het hoort er natuurlijk wel een beetje bij. Waar is Mila? Nou, Mila is disco zwemmen. Dat doet ze eigenlijk wel vaker op vrijdagavond. Dus die... Nee, en Emily heeft niet zo vaak zin als Mila. Mila wil het liefst elke week disco zwemmen. Dus die is nu allemaal met kindjes uit... kindjes en zo lekker aan het disco zwemmen. Dus die is eventjes weg. Dus toen had Emily zoiets van... Nee, maar dan weet ik niet wat ik moet doen. Dus nou, toen dacht ik, nou, dan kom je maar lekker bij me zitten. Ja! Ze zat eerst nog te denken om samen een spel te spelen. Maar we vonden dit leuker. Sommigen zeggen dat we op elkaar lijken. En anderen vinden juist dat jouw papa lijkt. Wie vind jij eigenlijk dat je het meest lijkt? Nee? Nee, papa natuurlijk een paar krullen. En met combinatie, ja, dat denk ik ook. Ja, en heel veel zeggen in het gezicht altijd op mij. Ah, ik kan niet naar Crea doen. 1APRILLL. Oh, Jennifer, ik trapte er bijna in. Leuk dat je weer 4 maanden lid bent. Wat zeg jij? Oké, doe ik de microfoon zo. Dan kan Emily ook wat zeggen. Ah. Oh. Maar ze is dus niet geadopteerd. Nee hoor. Nee. Dat is echt uit mij gekomen hoor. Dat heb ik allemaal meegekregen. Oké, ik ga snel de poll sluiten. Endpoll. Nou, dan is vanaf nu het verboden woord gekozen. Hey, All Sweet Games of Alles Weet Games, zoals ik het vorige keer uitsprak. Je bent weer lid geworden van de Creatje Crew, gezellig. Zou je nu netjes All Sweet Games noemen? Ja joh, af en toe ben ik zo dyslectisch. Leuke oorbellen, Emily. Groetjes uit Zuid-Holland. Ah, en Luna is echt een leuke oorbellen, Emily. Groetjes uit Zuid-Holland. Dankjewel voor je 4 maanden lid alweer, gezellig. Hey, het verboden woord is gekozen. Ik mag hem nog 1 keertje zeggen. Het verboden woord is superchat. Ik zit echt even te denken. Zei ik het nou net al? Nee. Ik zei het voor zoveel... Ik denk dat ik het nu al dan daarvoor zei. Het verboden woord is dus dat. Ik mag het vanaf nu niet meer zeggen. Dat vind ik echt heel moeilijk. Want als ik nu dan dus een donatie binnenkrijg... Vanavond krijg ik alleen maar donaties. Oké. Kijk, als je dat op een ander iets streamt en niet op YouTube... dan heb je daar natuurlijk helemaal geen last van. Want dan noemen ze het niet zo. Toch? Dat is toch echt een YouTube iets? Dat zo genoemd wordt? Ja, oké. Nou, zal ik jullie gaan laten zien wat ik tot dusver heb gebouwd? In welke groep zit je? Vraag. Groep 7. Ja. Ja, gaan we beginnen? Ja? Oké. Kom mee. We gaan verder bouwen aan de villa. Dat mag ik wel lekker zeggen. Oké, we gaan verder bouwen aan de villa. Let's go. Zo, dan doe ik mijn muziek even uit. Deze aan. Oeh, nee, deze moet uit. Anders heb ik echt 3 dubbel muziekjes in mijn oor. Zo, daar zijn we dan. En dan doe ik deze en dan kan ik jou ook nog voor. En verder mis je niet zo heel veel. Alleen geen gamegeluid hoor je dan. Hey, ik heb vanmiddag even lekker samen met Emily zitten nadenken over wat voor huis we gingen bouwen. Toen ik dit ging bouwen, toen zei Emily... Ja, maar is dit niet een klein beetje te klein? Voor 8 mensen die hierin moeten komen wonen. Maar zo klein is het niet. Het is best groot. Het is nog niet af, maar ik dacht als ik helemaal weer samen met jullie moet gaan bouwen, dan... Hoezo staat er nu al hier een... Oh, oké. Ik dacht, hoezo staat hier nu alweer een 2? Wat is dit? Oops. Maar het was 0. Oké. Hij was nog even aan het instellen. Gelukkig.
Ik dacht dat je in groep 8 zat, zegt iemand. Ja, nee, je zou eigenlijk ook in groep 8 zitten, maar Emily heeft groep 4 twee keer gedaan. Dus daarom zit ze nu nog in groep 7. Oké, maar goed. Ik heb dus al een klein stukje gebouwd, want ik dacht als ik dit helemaal met jullie moet gaan bouwen. Dankjewel, Artwin, voor je donatie. Dus we gaan tot. Maar dus toen zijn we al een klein beetje gaan doen. Ik wil wel een zwembad gaan maken. We gaan het helemaal leuk inrichten. Ik heb nog niks ingericht, maar ik had in ieder geval bedacht dat hij moet helemaal dicht zitten. Dus de achterkant hebben we helemaal dicht gebouwd. Daar kunnen ze er nergens uit. Emily zei nog, gaan ze ook niet stiekem dan door die gaatjes? Nee, zo werkt het niet in de Sims. Dus dat zelf gedaan. Ja, nee, maar dan word je uit het spel gezet. Oh, wacht. We moeten nog even ramen ook even hier aan de buitenkant. En als je dat wel... Kijk, dit. Doe even een beetje licht, zo. Kijk, doen we zoiets. Hier hebben we de voorkant. Nou, zometeen doen we deze voordeur op slot, zodra al die mensen binnen zijn. En dan kunnen ze er dus nooit meer uit. Ze kunnen dus ook niet meer in het voortuintje komen. Maar dit is alleen maar de entree voor de game. Het wordt gewoon een soort van Squid Game. Ja, dan moeten ze dus toch begraven worden. Ja. We maken gewoon een soort van Big Brother Squid Game. Mag ik heel even één ding doen? Oh ja, oké, tuurlijk mag dat. Kijk, je hebt deze wel gedaan. Ja. Maar je hebt hem net even iets te groot gemaakt nog. Oh, ik zit net een pixeltje erboven uit. En eronder. Oh ja, nou dat is altijd vervelend. Mijn chat is gestopt. Niet? Oh. Nou, en dan hing die even vast. Even kijken, wacht even hoor. Want deze moet ook even... Oh, kijk. Dan ging die in één keer... Vroosh, dan hing die echt hoi, op... ik ben nieuw. Dankjewel Eva voor je supergrote donatie. Dat was niet het verboden woord. Nee, dat was gewoon weer een ander woord. Jij, en vorige keer had ik gezegd dat alle donaties die boven de 10 euro zijn, die krijgen voortaan een gezellig muziekje. Dus, daar is die. En ik hoop dat jullie hem horen. Jij kan hem niet horen. Nee, maar dankjewel. Super lief. Yeah. Maar ik heb gelukkig nog niet het verboden woord gezegd. Echt, de hele chat gaat alleen maar over jou. Ga jij eens even weg. Het is alleen maar Emily is heel knap. Emily is zo schattig. Emily is zo lief. Nee. Oké. Ja, yay. Kijk, in de chat ook. Iedereen een feestje. Superleuk. Yay. Eigenlijk moeten we een keer ook iets, dat zei ik al. Als we de 70.000 abonnees halen, dan wil ik eigenlijk iets van een grote confetti-kanon of zo. Dat we hier zo af kunnen laten gaan. Dat zou vet leuk zijn. Mooi muziekje. Ja, gezellig, ik heb hè? Drop, munt, thee en druifjes voor snack. Oh, lekker, Mechtel. Dankjewel voor je donatie. Oké, hij stopt nog steeds abrupt, want ik heb hem nog steeds niet anders ingesteld. Ja, ik heb hem uitgezet. Maar hij stopt nog steeds heel abrupt, dat moet ik nog steeds instellen. Daar zijn we nog niet aan toegekomen vandaag. Komt. Oké. Maar toen gingen we dus een heel klein beetje net kijken hoe we de binnenkant konden doen. En we dachten, van als we hierboven nou van die hele grote slaapzalen maken. En dan maken we hier zo'n hele grote slaapzaal voor met 4 bedden. Dan is eigenlijk maar, valt best mee. Dat de mannen dan aan deze kant komen te slapen. Dan noemen we de vrouwen aan deze kant. Dan hebben we een badkamer voor de mannen en een badkamer voor de vrouwen. Of andersom eigenlijk. Dat wordt dan gewoon de bovenverdieping. Ik denk dat dat genoeg is. Het feestje gaat nog eventjes door. Bij de 100.000 string op je hoofd en Maris. Beneden. Misschien. En beneden had ik bedacht dat we dan hier... Ja, dat heb ik toen ooit een keer gezegd tijdens de Among Us streams. En dan doen we dus beneden doen we dan eens een hele grote zithoek waar ze met z'n allen lekker kunnen zitten. Nou, Margie de moderator die zei ik wil wel heel graag dat er ook iets bij is van een lekker open haartje. Dus dat doen we dan dus hier. Ik ben zo'n groot fan. Ah, dankjewel Smurf. Wow, nu gaan we straks de hele tijd naar dit muziekje luisteren. Maar dat is het wel waard. Yay, dankjewel. Dankjewel voor je donatie. We moeten hem alleen nog even inzetten dat hij dan vanzelf vanzelf ook uitgaat eigenlijk. Dat zou makkelijker zijn. Yeah, kijk. We hebben vandaag een hele dag feest. Je kan ook de muren omlaag doen, zegt iemand. Nee toch? Wat? Hoe doen we? We hebben vandaag gewoon feeststream. Het is vandaag 1 april. Dus we hebben gewoon de hele tijd alleen maar feest. Yeah. Oké, jongens, stopt hij weer heel abrupt. Ik zal Rick een keer vragen of hij dit wil doen.
Oké. Okay. Ja, lekker deuntje, hè? Ja, Emily hoort hem niet eens, maar die doet gewoon mee voor de gezellig. Oké, okay, maar hier maken we dus een hele grote een heel groot woonkamergedeelte. Misschien hier een hele lange eettafel waar ze allemaal aan kunnen. Hier moeten we nog iets van een keuken erbij bouwen, een zwembad en chillplekken. En nou dacht ik, en dan moeten we even nog een deur bij doen, even een dichte deur. Dat we hier dan alle squid-achtige games kunnen laten gebeuren. Dus alle taken die ze krijgen. Zeg, ik zet dit toch wel weer even aan de andere kant. Want anders dan eet jij je helemaal vol met snoep. Dat gaan we niet doen. Dus dat doen we dan dus aan de andere kant. Je veter zit los. Nee, daar trappen we niet in. Ik ben thuis met 1 april omdat ik verkouden ben en niet naar school mag. Ah. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf vroeger nooit zo mega fan was van 1 april. Want ik werd er altijd de hele dag helemaal moe van. Maar ik ben ook niet zo van de pranks en zo. Ik ben ook gewoon niet zo van de grapjes. Maar gewoon een heel serieus persoon. Ik hou daar helemaal niet van. Hoi, je mijn moeder weet dit niet. Ah, dankjewel, Smurf. Maar dat moet je niet doen, hè. Je moet wel toestemming vragen aan je ouders. Want het is wel echt geld wat je uitgeeft. Niet dat ik zo meteen hier op aangekeken word. Ja, vraag toestemming aan je ouders. Of het mag. En als je boven de 18 bent, dan moet je het lekker zelf weten. Dan mag je doen wat je wil. Oké, dus dat. We gaan dat eventjes inrichten. Hey, welkom Ellen. Leuk dat je lid bent geworden van de Create Your Crew. Gezellig. Wat ben je aan het maken? Ja, we zijn dus een Big Brother huis aan het maken. Wat vinden jullie leuk? Vinden jullie het leuk als we eerst gaan beginnen met de benedenverdieping? Of gaan we eerst beginnen met de bovenverdieping? Of gaan we beginnen met het zwembad en de achtertuin? Gaan nu eindelijk een zwembad maken. Wil jij kiezen? We beginnen met het zwembad? Oké, okay, laten we Emily kiezen. Is goed. Oh, ik heb trouwens hier nog de wc's. Of in ieder geval de ruimte waar de wc's moeten kunnen komen, zeg maar. Dus hier... Oh, jullie zeggen in de chat ook al zwembad. Oh, ook boven. Dankjewel, Jaden, voor je donatie. Gaat nog goed? Ik heb het nog niet gezegd. Jeetje, dan ben ik goed bezig. Nou, dus dat komt hier. Ik heb meerdere wc-hoekjes gemaakt. Nou, 5 moeten ze er toch wel genoeg hebben, toch? Dat moet wel goed gaan. Oké, gaan we eens even een zwembadje maken. Doen we die hier zo. En als het goed is, kunnen ze zich hier dan wel prima vermaken, denk ik. Het is best wel een luxe huis. Degene die er straks wint aan het einde van dit, die mag dan dus dit huis houden. En dan doen we de rest dan maar dan dus begraven of zo. Kijk, ik laat jullie wel stemmen. Als het dan niet zo naast is, dan heb ik het in ieder geval niet besloten. Dan is het jullie schuld. Wat doen we met de mensen die eruit gaan? Dus zeg maar degene die dus verliest, moet hij dan het huis verlaten? Hoe word je lid? En ik bedoel dat mijn moeder niet weet dat ik dit kijk. Oh, gelukkig Smurf. Daar ben ik blij om. Maar ook daarvoor moet je toestemming vragen van je ouders om te kijken. Je wordt lid. Dat is een knopje naast het abonneren knopje. Ja, er staat een knopje met lid worden. Maar daarvoor moet je ook eerst even toestemming vragen aan je ouders. Oké, wat doen we met de mensen die eruit gaan? Doen we die dat ze het huis moeten verlaten? Moet het huis verlaten? Moet dood. Nee, ik kan het niet. Ik vind het zielig. Moet begraven worden in de achtertuin. Maar hoe maak je zo iemand dood dan? Ik weet het niet. In de fik steken. Dan moeten we ook 1 ruimte maken waarbij dat dan dus gebeurt in dat huis. Ja. Zo van jou met tum, 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 tum. Die moet dan daar zo... Dan moet je eigenlijk ook zo'n muziekje hebben dat je dan van aan... Tudum, tum, tum, tum. Die moet dan naar die kamer toe. Wat zielig. Dat is echt zielig. En dan wordt het dus echt een beetje een Squid Game-achtige... Oh ja. Papa is dat net... De pol zit net achter mijn... Oh, oké. Nou, de chat in de... Heeft de pol... Ja. Dus hier zit hij nu. Zit hij hier nu. Moet begraven worden. Op de brandstapel. Oh, zijn jullie van zulke kijkers? Oké. Nee, dan weet ik hoe ik mijn games moet gaan spelen voortaan, jongens. Ja, handig dit, hè? Ja, die pol zit hier. Ik wil dit niet weten. Ik wil dit niet zien, deze uitslag. Ik wil dit niet weten. Oké, Rick gaat het fixen. Bij mij staat dat er niet.
Oh, dankjewel voor je donatie, Smurf. Als het er niet staat, dan is het waarschijnlijk omdat je geen volwassen account hebt. Dus dan moet je dat alsnog even vragen aan je ouders. En anders moet je dat vragen aan de moderators in de chat. Die kunnen je ook helpen. Ja, oké, nou ja, ze moeten dus... Nou, ik weet nog niet hoe ik dat moet doen. Want Siri die zegt net ook al van ja, je mag ze alleen dus niet besturen. Maar goed, als ik ze eruit moet stemmen, dan moet ik ze er ook uithalen. Dus of ik ze er nu dan uithaal, of dat we ze in een kamertje opsluiten totdat ze uiteindelijk dus vanzelf begraven moeten worden, dat kan dus ook. Toch? Als we gewoon, nou, een kamer hebben. Als je nou gewoon maakt met deur, ja, dan heb je een trap naar beneden en daaronder zitten allemaal kleine hokjes. Oh, daar moeten ze dan in. Ja. Oh, dat is dan zo'n soort van gevangenisachtig iets. Oké. Okay. Ja, ik heb daar een gevangenis. Oké. Nou, dat zien we tegen die tijd wel. Maar oké, ik heb de poll gesloten. Jullie zijn cruel. Die mensen moeten er dus allemaal aan. Oké. Nou, we gaan een zwembad bouwen. Gelukkig duurt dat nog even. We zien het wel. Oké, jij had een leuk idee net, hè, Emily? Jij zei dat we een jacuzzi moesten plaatsen. Drijven we dat niet zo? Is dat een hot tub? Nee, toch? Oké, wacht. Ik kijk wel bij badjes. Badjes. Even kijken. Een jacuzzi. Waar wil je die hebben? Hier? En dan een zwembad eromheen. Dat vind ik leuk. Maar is jouw dochter wil Sims killen? Ja. Een bijzonder dochtertje heb ik, hè? En ik vind altijd alles maar zielig. Oké, dit is heel lang geleden dat ik een zwembad heb gebouwd. Want elke keer stellen jullie voor dat ik een zwembad moet bouwen. En elke keer is het... Nee, helaas, nee. We gaan toch net even geen zwembad bouwen. Volgende keer gaan we een zwembad bouwen. Nou, nu gaan we het eindelijk doen, goed? Nu, kijk, hij past er precies omheen, Emmy. Kijk, dan doen we hem een beetje zo. Zo. Dankjewel, Noor, voor je superchat. Oh, nee! Ja, maar zie, ik ben nu geconcentreerd bezig. Oh, nee. Oh, dat is te moeilijk. En Rick ook zo hard lachen. Ik schrok helemaal van je dat je zo hard moest lachen. Ik dacht, wat doe ik? Wat doe ik nou weer niet goed? Helemaal in shock ben ik ervan. Oké. Nou, dat was één. Ja. Kijk, Hasselino ook helemaal blij. Ja, je zei het. Ja, ik heb het gezegd. Oepsie. Ja, oké. Nou, één. Oops. Dankjewel, hè, Noor. Het is je gelukt. Oké. Oeh, nice. Ja, dat is heel erg nice. Ja, dat staat inderdaad erg mooi. Ik vind alleen dat dit hoekje moet eigenlijk ook zo. Maar dat kan denk ik niet meer. Very nice. Dit kan denk ik niet meer. Kan dit eraf? Nee. Hebben we ook is dit een delete knop? Oeh, ja. Kijk. Oh. Huh? Is dit geen delete knop? Nee. Dat is juist bouw. Oké, nou laat hem zo. Hij is goed zo. Opslaan, klaar. Hij is klaar. Ja joh, blame ons maar weer wanneer jij het zegt. Ja, het is allemaal nooit mijn schuld. Oh, Skyler zegt ik ben ziek, maar dit maakt me weer blij. Oh, beterschap. Dan ben ik blij omdat je nu weer blij bent. Ik vind het zwembad er wel echt heel leuk uitzien al. Wat is er? Dankjewel Mandy voor je... Dank je. Weet je, ik heb een goed idee. Jij bent vandaag de donatie mevrouw. Ja? Dus alles wat er binnenkomt, dan zeg jij... Ik mag wel gewoon superchat. Ja, alleen als er dan dus een tekst in beeld komt. Nee, Emily. Nee, alles aan deze kant van het scherm mag niet het verboden woord zeggen. Oepsie. Maar dat wist ze nog niet. Dus nu hoeft ze dan geen... Maar als jij dat niet goed zegt, dan krijg je... Nee, dat is vals spelen, zegt Doodle. Nee, dat geldt voor Emily ook het verboden woord. Nee, dat mag niet hoor, Maris. Oh, ze vinden het vals spelen. Oké, nou, dan vals speler. Iedereen is meteen boos. Oké. Maar Emily mag me wel helpen dat ik het niet verkeerd doe. Ik heb Emily nodig, jongens. Geef me mijn hulp. Donatie. Donaties. Dankjewel, Evelien, voor je... Donatie. Zet een trapje in het zwembad. Ja, dat wil ik ook doen. Ik weet van gebruikers. Ik weet even niet waar dat ook weer zit. Dat trapje. Ik heb even een blackout. Er zegt iemand, ligt in het ziekenhuis. Nou dan zeg je beterschap.
Doe lampjes. Want ja, dat wil ik ook. Maar waar zit dat ook alweer? Ik kan het even niet meer vinden. De-abonneren. Hey Emily, niet de-abonneren. Dat is niet gezellig. Dat moet je niet doen. Je moet juist abonneren. Maar als je net gede-abonneerd bent, kan je weer abonneren. Dankjewel Mandy voor je... Je bent een valsspeler, zegt Bas. Nee, dit is mijn mini-me. Die doet dat heel erg goed. Hé, even denken. Ik moet even nu wat doen, jongens. Wacht even. Waar vind ik... Oh, kijk. Hoppa. Gevonden. Oké, een trappetje. Kijk, anders kunnen ze het niet in. Ja, floaties. Oké, wacht even. Ik doe eerst even lampjes erin. Wacht nou even. Ben niet boos. Lig helemaal in een deuk. Ah, dankjewel, Mechteld, voor je... Dit hoort vanavond gewoon hoe we het gaan doen. Maar ik hoor Emily niet. Nee, Emily die komt daarom ook expres heel dichtbij. Donatie. Horen jullie me nu wel? Oké, even lampjes in het zwembad. Wacht, ik zet hem heel veel op nacht hoor. Want dan kan ik even zien of dat er fatsoenlijk uitziet. Wat ik aan het doen ben. Ja? Ja, het is niet echt heel erg verlicht hè. Het zwembad is zeker weer te groot. Ja, jee, maar er moeten ook 8 mensen in zwemmen. Het is wel een beetje apart. Hebben ze niet andere lichtjes? Nee, dit is volgens mij het beste dat er tussen zit. Nee, lelijk. Maar goed, we doen het er maar mee. Dankjewel, Evelien, voor je... donatie. Melissa vindt het een beetje lijken op het zwembad van Jamila. Ja, omdat het een zwembad is. Ik hoop je een keer te ontmoeten. Ah, dat is lief. En dankjewel, Mandy, voor je... donatie. Nee, maar deze doet niet. Dit is alleen maar mijn oor waar je het nu in doet. Ik heb het gehoord. Ik moet gaan slapen. Ik kijk morgen alles terug. En please lees mijn chat. Ik heb hem gelezen hoor, Liv. Slaap lekker. Oh my god, ik zit erin. Je bent de eerste waar ik op tijd in een livestream zit. Nou, gezellig. Daar ben ik blij om. Nou, dit licht is gewoon goed genoeg hoor. Kijk, huppa. We maken het weer lekker middag. Oké, jij wil dat schildpad erin? Maar die is een beetje klein. Nee, ik heb al de grootste eigenlijk. Oei. Hebben we niet nog iets anders groots voor op de grond? Ja, wel. Nee, dat is een floatie. Ja, maar vind ik... leuk. Ja, maar ik vind deze dan leuker. Of een pizza. Wat is er... Wat ik vind die walvis leuker. Nee, echt? Ja. Als je lid haar superchat leest en mijne dan... Oh, als je liever superchats leest en mijne dan. Ja, ook gelezen. Zie je mijn chats überhaupt? Ja, zeker Elisa. Maar ik kan niet op iedereen reageren. En ik kan ook niet alles lezen. Je moet dat hot-up ding eventjes draaien. Want met die pijltjes, anders kunnen ze er niet in. Je hebt helemaal gelijk. Super scherp. Oké, zo kunnen ze er wel in. En doen we nog even een floatie. Ook zo eentje erbij. Gaan ze daar ook echt op Oops. Eigenlijk? Ja. Oeps. Huh? Zei ik het? Emily, je hebt niet goed opgelet. Jij bent de verboden woordenkeeper. Jij moet zorgen dat het niet gebeurt. Je zei niks. Zei ik het? Ik zei het. Is het een dolfijn? Oh, nee, het is echt een walvis. Emily is gewoon gelijk. Echt een walvis. En deze is alleen maar een pizzaatje. Oh, we hebben wel een ander soort pizzaatje. Oké, hier. Doen we ook nog eentje met... die erbij. Oké, die liggen er. 3 keer! Wat? Hè? Wat gebeurt er? Nee, dit is een 1 april grap. Ik geloof dit niet. Heb ik dit echt gezegd? En jullie allemaal massaal, die walvis is leuker. Nee, hè? Jullie lopen mij volgens mij voor de gek te houden hier. Hey, Bernadette en Peter. Welkom bij de Creative Crew. Wat gezellig. Oké, walvis. Omdat jullie per se die walvis hebben. Als jullie de hele avond zo... Mag ik dan wel deze lelijke walvis doen? Deze dan? Ja. Oké, ja, die is inderdaad wel heel schattig. Oké, weg met die stomme pizza. Hij is echt veel leuker. Je hebt helemaal gelijk. Hoi, ik ben zo'n groot fan. Ah, dankjewel weer, smurfjes, voor je... de donatie. Nee, maar even serieus. Heb ik echt net 2 keer achter elkaar? Echt? Huh? Maar wat zei ik dan? Ja, het verboden woord blijkbaar 2 keer. Maar wat zei ik dan? Dit is vast een 1 april grap. Ja, maar dat was het niet blijkbaar. Oké, hey jongens, dit schiet echt niet op met jullie. Hou nou allemaal af je mond.
Even stil nou. Ik heb pas dit gebouwd. Het schiet toch niet op. Dan heb ik toch nooit dit huis af aan het einde van de avond. Dit kan toch niet hier. Dit nog op de bodem. Hebben ze iets leuks om naar te kijken. En huppa, next. Oké, lichtstoel. Lichtstoel. Een beetje tempo, kom op. Hier, doen we hier. Wow, wat kleine lichtstoeltjes. Dit huis is zo groot. Oké, 8 lichtstoelen nodig. Ja, echt hoor. Zodat ze hier met z'n allen lekker kunnen liggen. Het is een grap, ja, zie je wel. Geloof er helemaal niks van. Kijk, doen we er hier 3. Zo. Doen we er daar ook nog 3. 1, 2, 3. Maar we doen wel 4 voor als we van die klikjes, weet je wel. Zo, huppa. Kijk, dus hier lekker liggen. Kijk, en dan doen we hier ook nog een paar zo lekker bij het zwembad. Voor als die anderen aan het zwemmen zijn. Dan kunnen ze er lekker bij liggen om te kijken. En er moet natuurlijk genoeg plek zijn voor iedereen, hè? Oh, ja, vind ik ook. Zo'n lekkere loungebank. Ja. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ja, ik heb het wel 2 keer gezegd. Ja, ik denk het ook. Oh, je kan trouwens die vloer in het zwembad bouwen. Oh, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is ook zo. Dan heb je van die speciale vloertjes die er... Of leuke tegeltjes die je erin kan leggen. Zullen we er iets leuks in leggen? Kijk, en dan gaan ze zo meteen weer allemaal massaal klagen. Ja, het duurt zo lang voordat het klaar is. Je bent zo langzaam met bouwen. Maar altijd als ik aan het bouwen ben. Dan zit iedereen te zeggen, ja, maar deze is leuker. Nee, je moet even ietsjes aanpassen. Ja, maar deze is mooier. Dankjewel Bernadette en Peter voor jullie super sticker. Dank jullie wel voor jullie super sticker. Melissa zegt, ja, ik kan geen verboden woord sturen helaas. Oh, dit maakt het nog blauwer. Ja, dat doen we, dat is top. En dan doen we aan de zijkant gewoon even lekker frisse witte tegeltjes. Kan dat ook? Oh, die zie je bijna niet eens. Zie je dat? Dat zie je bijna niet eens. Dankjewel John of John voor je supersticker. Wat fijn dat jullie allemaal superstickers sturen. Dat is top. Oké, ik ben helemaal blij zo met het zwembad. Doen we nog even iets van een leuk randje erop? Hebben we dat ook nog? Nee, hè? Nee, helemaal klaar. Niks meer aan doen. Oké, jij zegt dan van een grote bank er nog bij. Dat hebben we volgens mij wel. Even een lekkere loungebank. Kijk. Ja, maar alles is een beetje klein vergeleken bij dit huis. Kijk, wacht. Oh, wacht. Misschien kunnen we anders deze. Dan doen we die hier. Dat is veel leuker. Vind je ook niet? Zo. Ja, en dan doen we hierachter. Maken we dan een hele toffe hoek met meerdere banken zo. Kijk, dan kunnen ze hier lekker zitten met elkaar. Volgens mij, hè, zometeen, is het zo groot dat ze zo ver uit elkaar verspreid kunnen zitten overal. Omdat ze helemaal geen band met elkaar opbouwen, helemaal niks. Dat ze elkaar helemaal niet leuk vinden. Nee, dit is wel genoeg. Even een hele grote salontafel erbij. Ja. Mega groot moet die. Ja, als hij hier tussen moet passen wel. Ik kom net van hockey af, wat heb ik gemist? Ja, echt superveel leuks. Je hebt echt zoveel leuks gemist. Oh, vorige keer zag ik trouwens de moeder van Kitten die reageerde. Je hebt helemaal niks gemist. Ze hebben de hele avond maar zitten wachten totdat jij kwam. Die vond ik ook wel grappig. Alsof je dan de hele tijd niks te doen. Kijk, oh, dit kan wel, Emily. Ja, we zijn hele grote. Deze zijn best wel groot. Zie? Ja, maar dat doen we gewoon... Die dan? Die was dat, hè? Oké. En even iets leuks erop. Even een... Ja, dat is zo schattig. Ja, dat is leuk. Oké. En misschien nog een grote eettafel buiten? Een grote eettafel? Dit is toch niet de grote eettafel? Dit is echt heel piepenklein. Is dit het grootst? De grootste eettafel die er is? Oei. Oké. Nou, dan doen we dat maar. Oké, dan doen we dat maar. Doe de kamers nu. Ja, die gaan we zo meteen hierna doen. Klein momentje geduld nog. We maken even deze af. En dan doen we er wel gewoon even die stoeltjes. 6. Ja hoor, kijk. Past gewoon. 8 mensen kunnen hieraan zitten. Oh, dat is best wel leuk zo, inderdaad. Oké, dan wil ik nog wel even een waarschijnlijk kaarsje doen. Heb ik een zeldzame ziekte. Oh, dat is niet fijn. Dat is echt helemaal niet fijn. Beterschap. Maar dankjewel in ieder geval... voor je donatie. Doe Vladi saus in deze file.
Nee, nee. Ja. Want die kan naar buiten teleporteren. Oh, die kunnen we niet opsluiten. Nee. Dus dat gaat niet. Nee, dat kan helaas niet. Ja, het is echt een hele lelijke kaars dit hoor. Ja, jij vindt hem weer leuk? Oké, nou, doen we. Oké, we gaan even naar binnen. Nou, dan mogen jullie stemmen dan nu, oké? Wat doen we als eerste? Wat gaan we inrichten? Doen we eerst boven? Dus de slaapkamers en de badkamer? Of doen we eerst beneden? En dan gaan we dus vooral bouwen de living en de keuken. Vampierenbaby! Nee, je loopt een stream achter. Dat was vorige keer. Oké, de poll staat. Oh, de poll staat aan de andere kant. Heb je alleen nog maar gebouwd of heb ik dingen gemist? Je hebt heel veel gemist, maar lief, volgende keer op tijd zijn. We waren zelfs vandaag een kwartier later. Doe die man met die zak op zijn hoofd in deze villa. Oh, nee. Ik heb waarschijnlijk de suikerzieke. Oh, wat vervelend, smurfjes. Maar dankjewel voor je donatie. Yay! Komt u weer. Nou, dan kunnen jullie dus tijd lekker stemmen. Yay! Dankjewel! Ik ga je ontmoeten, Maris. Yay! Oh, wat gezellig, Jaden. Nee, maar hij is wel gezellig. Hij is wel gezellig. Jouw dochter is echt mooi. Ze lijkt op jou en Rick. Ah, dankjewel Evelien voor je donatie. Donatie. Kijk wat het daar. Nou, goed zo. Moet ook niet te vaak zeggen. Zo snel ben ik niet in lezen. Nee, daarom. Is maar goed ook. Als ze gaat naar zijn schoenen lopen. Dat is niet goed. Ja, de SpongeBob vibes krijgt iemand van dit liedje. Hier, wacht. Wil je hem ook even horen? Ja. Dan weet je ook wat ik wil in mijn oren. Ah, dankjewel Smurfjes voor je super sticker. Maar nu niet meer sturen hoor. Je hebt nu genoeg gestuurd. Nu niet meer doen. Als ik krijg ik zo meteen op mijn kop. Ik kan me niet voorstellen dat zomaar allemaal mag. Dus niet meer doen nu. Gaan de kinderen mee naar Credo doen? Nee, zeker niet. Oké, hey, ik ga de poll sluiten. Jullie zeggen boven als eerste. Oké, gaan we dat doen. Leuk. Gaan we dat doen. Ik heb over 5 weken een dansshow. Ah, oh, wat leuk. Succes alvast, Sarah. En dankjewel voor je... donatie. Weet je dat je me nu echt hebt gered? Weet je dat ik het nu bijna wilde zeggen? Ik wilde het al bijna zeggen. Blijkbaar zeg ik dat toch heel erg vaak. Oké, mag jij kiezen? Wat voor vloer doen we boven? Hout of steen? Zoals elke live, we zijn er weer. Ben weer beter. Ah, fijn dat je weer beter bent, Shirella. En dankjewel voor je... donatie. Valsspeler, zegt Melissa. Ja, nee. Ik speel niet vals. Ik heb gewoon hulp nodig. En alsnog heb ik het al 3 keer gezegd. Emily, sst. Zegt jullie niet. Wat is het verboden woord, vraagt Jessica. Ja, die is goed. Die is goed. Oké, maar doen we hout? Of wat zijn je nu? Of vloerbedekking? Kan ook. Hout? Oké, daar kies ik ook altijd voor. Goeie keuze. En nog voorkeur voor? Hout. Eeuw. Oh, wat is... Dit huis is zo groot volgens mij. Echt bizar. Eeuw. Oh. Eeuw. Ja, wat vind je wel mooi dan? Kies jij dan? Emily vindt blijkbaar alles eeuw. Eeuw. Ja, maar kijk zo klein. Ja. Wat dit is echt... dan? Dit huis is zo groot. Want jij nog, want het is veel te klein. Dan, We hadden het echt eeuw. En gaan dan die naar rechts? Die daar rechts. Wat deze? Welke die? Die? Nee. Dan deze. Ja. Oké. En doen we dat dan overal? Ja. Oh, oké. Nou, lekker makkelijk. Had 4 keer moeten staan, maar door Emily is dat niet zo. Valsspelers. Ja, oké. Nou, geloof me, Melissa, er komt vast 4 keer te staan. Want alsnog gaat het gewoon mis. Oké, en in de badkamer doen we even een gezellig steentje op de grond. Ja, maar ik had een hele leuke. Oh. Oh, oké. Welke? Dan... Oh ja, die is zeker leuk. Oké, ik vind hem alleen wel erg oranje hoor, die vloer. Kunnen we dan, hebben we die niet in een ander kleurtje? Nee. Hebben we niet. Eeuw. We kunnen ook een beetje gekke kamers ervan maken.
Dat we echt zo... Haha, zo'n... lekker makkelijk nog een keer. D-O-N-A-T-I-E-E-E-E. Dankjewel, Shirella, voor je dona-e-t-i-e-e-e-e-e. Donatie. Maris, je dochter kiest. Oké, ja, je hebt gelijk. Oké, dan zal me er niet meer mee bemoeien. En dan even iets leuks op de muur. Even gewoon een simpel behangetje, zullen we niet het al te spannend doen. Gewoon even een... Heel? Ja. Niet met zo'n lijst dus? Ja, dit is echt een arts. Dit vind ik toch zo'n armoedig behang, deze? Echt droevig vind ik die. Even kijken, een paars. Vind ik paars. Heel, het is echt heel lelijk. Bovenkant. Nou, ja, geef me maar gewoon behang. Geef me iets leuks. Kijk. Ja, maar het is niet echt... Oh, kijk, ze hebben ook in meerdere kleuren. Oeh, ja, zullen we gewoon zoiets doen? Deze? Oké, Emily heeft gekozen. Mijn grootste droom is dat je mijn reactie beantwoordt. Ik heb hem gezien. Ik heb hem beantwoord. Duurt lang. Ja, sorry, ik ben niet zo snel, maar dat weet je toch inmiddels. En doen we dan op die andere kamer, doen we dan hem in een ander kleurtje? Ja. We gaan niet roze en blauw doen, dat vind ik toch zo... Oh, dat is best wel leuk. Zullen we dat op deze ook doen? Nee. Oh, nee? We hebben de zwarte kamer en de gele kamer. De zwarte kamer voor de kamer. Oh, oké. Ben je al klaar voor Crea Doe? Ja, zeker. Nou, nog niet helemaal, want ik heb nog outfits nodig. Maar dankjewel voor je... Donatie. Emily staat er alweer klaar voor. Hoe zie je je punten? Nou, ik kan jullie alleen eventjes de top 10 wel even laten zien. Oh, kijk nou! Dat ging zo hoor. Weer een stapje omhoog. Maar de hele top 150 kan je kijken. Maar dat zegt iemand zo meteen vast wel eventjes voor me. In de... Oh kijk, staat al in de chat. Maar ja, nee, ik ben nog niet helemaal klaar voor Crea Doe. Want ik moet ook nog outfits regelen. Ik heb nog niks. Even iets leuks. Oké, we moeten nog even een leuk tegeltje voor in de badkamer. Ik doe meestal gewoon zoiets of zo. Maar die matcht niet echt... Oh, saai, zegt hem. Wat wil je dan? Tegel. Yo, dit is echt wel lelijk. Yo, met die vloer? Ja. Oké. Okay. En die... Dus de jongens die krijgen een roze badkamer? Nee, de meisjes moeten een roze badkamer. Ja, maar dat is dus... Dat is zo... Zo, die doen ze dan allebei gewoon dezelfde badkamer. Zo, hopla. Okay. Lekker, anders vind ik het zo cliché, jongens, blauw. En dan krijgen we weer die hele chat. Ja hoor, alsof blauw niet voor meisjes kan zijn. Ik ben een jongen en ik hou van roze. Dat mag ook. Dat is allemaal oké. Okay. Hoe lang ga je streamen? Totdat ik geen zin meer heb. Tot 3 uur. Emily, kijk dit. Sorry, maar... Hij is wel ook wel echt heel erg schattig. Maar ook wel echt... Voor meisjes. Ja, maar we kunnen er wel 1 muurtje mee doen. Nee, dat dan moeten we krijgen ze het gewoon allebei. Ja. Ze krijgen allebei die badkamer. Maar dan moet er wel een ander kleur tegeltje bij. Want deze combinatie zo is niet zo heel mooi. Daar zijn die roze. Oh, kijk. Oh. Dit is toch leuk? Ja. Hebben ze hem ook in het... Oké, we zijn veel te lang bezig met... Oh, kijk, ze hebben ook andere designs. Ja, dat is wel heel lief. Oké, we doen dit. Dit is echt de meest rare beeld die ik tot dusver heb gedaan. Maar Big Brother wordt sowieso... Oké, en dan nog even iets voor in de gang. Iets leuks. Even een tof behangetje. Ik zag het heel leuk. Ja? Ik kan niet nog verder naar boven. Ja? Kijk, daar is... Die? Hele... Die? Die? Oké, doen we die. Wat een bijzondere smaak heb jij. We hadden deze video met Emily bepaald het Big Brother huis. En dan bepalen jullie zo meteen wie er blijkbaar allemaal sterft. Ja. Ik vind het wel trouwens een leuk behang hoor. Maar hij is wel echt wel leuk. Ik zou zeggen, van doe dan in die kamers ook zoiets. Vind je ook niet? Ik vind dat leuker misschien wel dan dat andere wat er zit. Kijk, doen we het gewoon zo. Ja, alleen die groene niet. Die vind ik echt niet mooi. Roze? Ja. Oké. Nou, heel apart, heel apart, heel apart. Heel apart. Heb je een huisdier? Heb je een huisdier? Nou ja, niet in dit, niet in Big Brother. Wel in het echt. Nee, niet die tegels. Ai, joh, boeien.
Ja, maakt het uit. Vinden ze hem niet erg. Ja, Emily, ik twijfel alleen nog steeds over die vloer. Ik vind hem echt heel oranje. Mag ik er toch een andere proberen? Gewoon om te kijken hoe het staat. Ja, maar kijk hoeveel chiquer dit eruit ziet. Ja, maar het is een villa, hè? Kijk hoe het er hier buiten uitziet. Hier, wacht. Oké, nog een ander voorstel dan. Doen we boven. Oh, huh, die zijn veel te klein. Oh, eeuw. Nee, dat is wel heel kil. Maar ik vind dit vloertje echt niet mooi. Ja, zie je, mensen zeggen het ook in de chat. Ja, die vloer moet grijs. Ja, ik ben het ermee eens. We kunnen ook voor zo'n grijze, gietachtige vloer kiezen. Dat is ook best wel luxe. Maar waar hebben we dat? Het is ook gewoon het basis. Doe beton voor vloer. Ja, dat vind ik dus ook. Maar Emily die vindt dat het dan lijkt alsof het uit de sloot komt. Dus dat moeten we dan maar niet doen. Het hele huis uit de sloot. Oké, doe anders een poll. Voor grijs vloer of houtvloer? Oké, create a poll. Hi Maris, dit is mijn eerste superchat en ik ben fan. Ah, dankjewel Robert voor je donatie. Super lief. Dat mag wel super lief. Wat doen we voor vloer? Ik zal inderdaad even een poll doen. Wat doen we voor vloer? Lekker zo houden. Hout. Andere hout. Grijs. Of dus tegels. Ja, is goed. Ga jij even lekker naar de wc. Oké, komt-ie, jongens. Jullie kunnen meestemmen. Ja, lelijke vloer. Ja, ik ben het ermee eens. Niet dat Emily een slechte smaak heeft, maar ik vind het gewoon niet zo heel erg met je. Dus kiezen jullie maar. Kijk, anders dan wordt het gewoon zoiets. Vind ik wel wat meer mansion-achtig, zeg maar. Dus ik laat wel jullie wel kiezen. Ik vind het altijd leuk om jouw video's te kijken. Ah, dankjewel Jens, wat lief. En dankjewel voor je donatie, zoals Emily zou zeggen. Oh, jullie stemmen op ander hout. Kijk nou, 41%. Het zit wel dicht bij elkaar trouwens. Grijs tegel, 37%. Ja, het is niet mijn mooiste beeld ever. Dit tot dusver aan de binnenkant. Maar goed, maakt niet uit. Doe geen roze behang. Nee, niet, zeker niet bij deze vloer. Zeker niet bij deze vloer. Oké, jullie stemmen op ander hout. Oké, Emily, ze willen wel hout. Maar wel ander hout. Oh, ander hout. Ja, wel even een ander hout. Oké, maar dan ga ik even kijken. Noem even één die niet zo extreem heftig is. Dat is even niet zo'n hele heftig. Die andere was net wel heel heftig. Kijk, deze hebben ook andere kleurtjes, hè? Kijk, dus je kan ook zeggen, we doen een beetje een lichte hout of zo. Meer? Ja, zo'n kleurtje heb jij op je kamer. Wit? Eww. Die dan? Ja, nou, ik weet het niet. Het blijft gewoon allemaal niet zo heel mooi. En deze dan? Oké, nou, jongens, dit wordt hem gewoon. Helemaal prima. Oké. De behang is echt lelijk, sorry. Ja, ik ben het er ook niet helemaal mee eens, hoor. We kunnen ook trouwens zeggen, in plaats van dat ze zo'n behang kijken, we hebben ook gewoon een kleurtje. We kunnen ook gewoon zeggen, we maken zo'n kamer een heel kleurtje. Zoals dit. Of. Ja. Oh, of. Zo'n marmer. Sorry, maar je dochter is echt een gezicht met Rick. Sorry, maar je dochter is echt één gezicht met Rick. Dankjewel, Sharella, voor je donut. Dan vind je echt één gezicht met Rick. Liefje, kom eens eventjes daarnaast staan. Dan kunnen we het vergelijken. Wacht, doen we hem even in het groot. Dan kunnen we het goed zien. Kijk. Waar haal je die challenges vandaan? Ga zo door Smiley. Hey, waarom zit er nog in? Ja, je moet nog een keer doen. Want dat net een... oh, ja, die zit hier zo nog een klein vierkantje omheen. Hier zo. Nou, kijk. Kijk, wacht. Oh ja, dat is natuurlijk niet handig. Die dan... Nee, doe maar niet. Doe maar niet over aanzetten. Nee, maar kan wel. Kijk hier. Doe maar niet over. Oké, wacht. Nou, kom. Ja. Ja, één gezicht. Ja, absoluut. Je hebt ook zo'n mooie snor. Ja, zo'n snor. Zelfde haarkleur. Ja, absoluut. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Nou, oké. We gaan verder. Doei. Einde. Einde van de show.
Oké, okay, gaan we weer. Gaat het nu gewoon goed? Met, moet ik hem weer naar beneden slepen of niet? Kan die gewoon blijven staan? Ja, hè? Het lijkt veel op elkaar, hè? Nee, Mila heeft een veel ronder hoofd. Maar Mila is er nu niet. Oh, je hebt al 3 keer het verboden woord gezegd. Ja, oeps. Oké, okay, we gaan bedden uitkiezen. We laten het gewoon even zo. We zien het zo meteen. We kunnen altijd nog een ander behangetje op doen. We hebben in ieder geval aan de ene kant 4 bedden nodig. En we hebben in principe geen 2-persoonsbedden nodig. Maar dat gaan we ze wel geven. We krijgen allemaal een eigen 2-persoonsbed. Deze? Ja, misschien hebben we nog wel... Kijk, we kunnen ook een beetje heftige bedden kiezen. Dat vind ik wel leuk. Ik moet trouwens zeggen, ik heb Big Brother voor de eerste keer gekeken in 2000 of zo was dat op televisie. En dat was ook meteen mijn laatste keer dat ik het heb gekeken. Dus ik heb het nooit meer gezien. Dus ik zal niet zo heel goed meer weten. Maar ik weet in ieder geval dat ze lang in zo'n huis zaten met elkaar. En dat het heel veel geruzie was. Deze? Nee, heel. Ik wil even een tof bed. Maar. Jij vindt gewoon zo eentje. Oh, deze dan? Ja? Zullen we die doen? Ja. Oké, nou, dan doen we er hier eentje. Kijk, ze krijgen allemaal hetzelfde bed in 1 kamer. En hier eentje. Oh, dit huis is zo groot. Dit huis is zo groot. Weet je wat we kunnen doen? Kijk, dan doen we Waar haal dit. Je die challenges vandaan? Dankjewel, Ga zo door Smiley. Dankjewel, Dark Princess, voor je... Donatie. Ik had het weer bijna gezegd. Waar haal je die challenges naar? Jullie begonnen hier vorige keer zelf over. Toen in de, van dat ik dat de volgende keer kon doen. Dus toen heb ik het gewoon gegoogeld. Maar als je zoekt op Sims 4 challenges, dan vind je op zich ook best al wel veel, hoor. Dus dan heb je in ieder geval wel een hele lijst met allemaal leuke challenge ideeën in ieder geval. Maar deze kwamen jullie vorige keer zelf mee om te doen. Oké, even een chillen nachtkastje ernaast. Hier, gewoon zo'n lekker zo'n IKEA-kastje. Nee, dat is misschien ook wel zo. Oké, okay, wacht, we gaan voor een duurder kastje. Zo eentje dan. En 1 eentje naast het bed. Kijk, weet je, dit is alleen natuurlijk maar voor de game, hè? Dat is niet uit. En dan allemaal een lampje erop. Nou ja, ze komen vanzelf in beeld. Ze komen vanzelf in beeld. Nee, ik heb niks gemist, alles gaat goed. Oh... Oh, oké. Dank jullie wel. Hoe kan je het zo precies krijgen, die meubels? Dan moet je alt ingedrukt houden. Als je alt ingedrukt houdt... Kijk, dit is als je het niet inhoudt, zeg maar. Dan gaat hij inderdaad alleen maar op zo'n blokje. Maar als je dus alt ingedrukt houdt en je beweegt dan je muis... Kijk, dan kan je hem dus heel precies bewegen. En datzelfde geldt voor het draaien. Nu heb ik dit de eerste. Ja, dat was ook niet de bedoeling. Ik wil even een nachtlampje. Hier, zullen we die... giraf doen? Krijgt iedereen die giraf? Ja. Oké, dan moet even een heel groot kleed. Even een insane groot leuk kleed. Even kijken. Ja, het matcht alleen niet zo mooi qua kleur. Dan moet het bed even een andere kleur. Ja, maar eeuw. Hier, misschien gewoon wit. Ja, de kleur van het bedje is wat leuk, hè? En deze kan ook wel een andere kleur. Ja, of deze? Dit ziet er op zich wel chic uit. Kijk, doen we die hier ook? Kijk nou! Kunnen... Hey, en ik weet nu al, hè. Ze zijn zometeen natuurlijk gewoon roomies van elkaar. Perfecte lamp. Ja, ik vind hem zo leuk. Ik wilde heel graag in mijn studio. Maar ik weet nu al dat ze zometeen waarschijnlijk echt niet bij elkaar op de kamer willen slapen. En dan gaan ze daar weer moeilijk over lopen doen. Maar dan slapen ze maar op de bank. Weet je, ze zoeken ze maar uit. Zullen ze wel gordijnen geven? Dan kunnen ze in ieder geval nog fatsoenlijk slapen. Nou, ik moet zeggen, ik vind het kamertje nog best wel schattig geworden eigenlijk. Wat vind jij, Emily? Ja, hè? Valt me eigenlijk alles mee. Ik had verwacht dat het echt minder mooi werd. Nou, jij niet dan? Dit is wel een beetje raar eigenlijk, though. Dat dit zo hangt. Misschien moeten we daar voor andere gordijnen doen. Kijk, dan doen we deze alleen maar hier. Dan doen we... Geen. Ze krijgen geen gordijnen. Ik vind het best wel luxe uitzien, hoor. Ik vind het best wel goed eruit zien. Ik kom naar binnenvallen. Wat zijn we aan het doen? Nou, Sophie, we zijn een Big Brother huis aan het bouwen. Dit wordt een mannenslaapzaal of de vrouwenslaapzaal. Ik weet het eigenlijk niet. Werd dit voor de mannen? Oké, dit wordt een mannenslaapzaal. Ik dacht dat we hem eigenlijk aan de andere kant hadden. Hm.
We moeten even hier nog een leuk gordijntje voorhangen. Eeuw. Wat pak ik nou weer? Eeuw. Wat ben ik aan het doen? Ja. Nou, hey, doe eens niet zo onaardig. Wil jij het doen? Nee. Kijk, doen we die hier? Dit kan wel. Nou, oh, die hebben we daar niet. Door. Dit kan wel, toch? Ja, die deur is ook gewoon niet zo mooi, hè? En dat behang in de gang vind ik ook niet mooi. Kom, we doen even een andere deur. Ik dacht, die deur, ik wilde even kijken of dat leuk stond. Toen ik dit net aan het doen was, maar vond het niet mooi. Dit is toch echt lelijk. En dit moet ook een dichte deur zijn. Als je lekker ligt te slapen, dan wil je natuurlijk niet in de tussentijd de hele tijd gestoord worden. 4 plus 4 is 8. Ja, dat gaat toch goed? Dus dan hebben we hier... Kijk, ze kunnen hier natuurlijk in principe ook met z'n 8 slapen, maar dat is niet de bedoeling. Maar ik dacht, als ze dan bij elkaar willen slapen, dan kan dat ook. Dan kunnen ze gewoon kiezen. Of ze nemen allemaal een eigen bed. Maar ik denk dat we gewoon allemaal het bed gaan toewijzen aan één iemand. En als ze lekker allemaal door elkaar heen gaan slapen, moeten ze dat zelf weten, toch? Dat laten we gewoon gebeuren. Je bent een superleuke YouTuber. Oh, dankjewel Rianne, dat is lief. Ik ben aan het oppassen en de kindjes die liggen al in bed. Dus ik kan gezellig naar deze stream kijken. Oh, gezellig! Wat is je lievelingskleur? Ja, dat vind ik lastig. Ik vind heel veel kleuren, heel eerlijk gezegd, echt heel leuk. Ik heb niet echt per se een lievelingskleur. Maar op dit moment... Ja, moeilijk. Over het algemeen is denk ik rood wel mijn meest favoriete kleur. Als we een spelletje spelen, zo kies ik ook altijd rood. Hé, ik kies even een deur. Wat voor deur doen we naar de slaapkamer? Ik wil wel een grote deur. Dus wel een dubbele deur, denk ik. Dat moeten ook heel veel mensen de hele tijd doorheen. Maar deze is echt alleen maar in lelijke kleuren. Deze is gewoon lelijk. Deze wint zwart. Dit? Oké, dat voelt wel als een slaapkamerdeur, hè? Ja. Oké, doen we dat. Doen we dat. Maar is er zo'n stijl in Big Brother 2022? Ja, ik hoop dus dat dat hier ook gaat gebeuren. Dat lijkt me heel leuk. Oké, nog even iets van kledingkasten. We mogen trouwens voor deze challenge geen televisie plaatsen, geen computers plaatsen, geen radio of televisie, geen telefoons, geen alarmsystemen van brandalarmen of inbrekeralarmen. Dus als ze in de fik vliegen... Helaas, die kan dus niet meer winnen. Die kunnen we dus ook niet redden. Maar we kunnen dus ook niet een... We gaan een gevangenis maken. Boekenkast. Ja, en we gaan nog een gevangenis maken in de kelder. Maar een boekenkast mag dus ook niet. Dus ik moet nu een kledingkast. Kledingkast. Even een hele grote, want er moet natuurlijk heel veel kleding in. Hier, even in het... Nee, in het wit. Prima. Kunnen die heel veel naast elkaar... Ja. Kunnen ze niet al hun kleding kwijt? Kunnen we er nog eentje naast doen? Ze allemaal eigen. En ze zitten allemaal. Net niet helemaal mooi, maar goed genoeg. Oké, doen we er nog even iets lekker van een poefje of zo? Dat ze nog lekker met elkaar kunnen kletsen. Oh, zo wat. Oh nee, Emily, dat kan toch niet? Kijk hoe dat eruit ziet. Nee, dat kan toch niet? Dat ziet er toch niet uit? Ja, we doen gewoon lekker zo. Het lijkt wel zo'n therapiekamer, joh. Ja, dat zou ik net zeggen. Ja, hè? Dan kan je zo lekker bij de psycholoog hier zo zitten. Maar goed, kunnen ze hier nog even lekker chillen? Deze vind jij lief. Oh. Zullen we die er nog bij doen? Ja. Nee, dit is de jongenskamer. Je moet in de meisjeskamer. Je wacht. Zet maar vast in de meisjeskamer. Oké. Oh, we moeten echt ander behang doen daar. Het is echt lelijk. Ja. Even kijken. Nee. Ze hebben namelijk meerdere. Kijk, je hebt die... Die vind je echt heel schattig. Ze hebben ook nog... Die is minder leuk. Dat is echt leuk, Marissa. Jij begint nu wel leuk te worden, inderdaad. Oh. Maak een inloopkast. Oh, dat is ook wel tof. Oh, deze was schattig. Zullen we die doen? Ja, we hebben nog die. Oh, die. Kijk, en anders heb je ze gewoon een serieuze, normale... Ja. We kunnen ze ook nog deze geven met die snorren. Oké, dan doen we die niet. Hier, doen we hier nog een gele stoel bij. Kunnen ze daar ook nog? Als ze dan even ruzie hebben of zo, kunnen ze hier nog even flitsen. Oh, we moeten het ook zo spiegels. Dat mogen ze wel, toch? Ze mogen toch nog wel naar zichzelf kijken. Ja. Kijk, even een grote spiegel. Oh, dat is best. Ja, hè? Ja, die hebben ze heel mooi gemaakt. Oké, nou, daar kunnen ze dan in de spiegel kijken. Dat is prima. Daar redden ze zich al mee. Nog even iets aan een kaptafel of zo. Of een make-up tafel of iets. Oh, een plant misschien? Ja. Een plant. Oh. Maris, ik vind echt dat je altijd leuke dingen bouwt in de Sims. Oh, dankjewel Jane. En zelfs nu. Dat is lief. Dankjewel. Deze vind ik trouwens altijd heel leuk. Kijk.
Dit is leuk, hè? Dus ik vind dit trouwens ook best wel een gezellig kamertje. Kijk, deze vind je ook leuk, Emily. Kijk, schattig, hè? Nou, dit dingetje. Oké, nou, ik wil nog even een grote. Wow! Oké, nee, die hadden we buiten moeten neerzetten dan. Niet hier. Deze is trouwens ook leuk, hoor, Em. Kijk. Ook wel een beetje creepy. Wat is dat, een paard? Wat is het? Die kasten kunnen echt niet. Nee, ze verkleuren een beetje. Ik weet ook niet waarom. Kijk, maar ja, boeien. We doen gewoon net alsof het goed staat. Goed, het is niet zo belangrijk. Dus zullen ze niet echt gaan gebruiken, zo denk ik. Het is niet belangrijk. Oké, ik vind deze jongenskamer leuk. Alleen hier moeten we nog gordijnen voor. Oh, wat ik me trouwens afvraag. Ik heb hier ander soort ramen gekozen een keer. Ik heb deze nog nooit gebruikt. Kan je hier ook iets in plaatsen? Nee, alleen als we het omhoog... Oh nee, ook niet. Kijk. Oh, jammer. Zie? Dit zijn van dit soort ramen. En ik dacht, misschien kunnen we daar iets in de vensterbank inzetten. Maar dat kan dus niet. Ja, dat is wel sad. En de gordijntjes kunnen er ook net niet. Lekker. Oeh, lekker voor. Oh jawel, dan doen we het zo omhoog. Alles in hetzelfde gordijntjes thema. Alles in hetzelfde themaatje. Dan doen we ze wel gewoon zo. Zo, oké. Kunnen we deze ook nog even iets meer? Zit je om te doen? Nee. Flikker. Nee. Alles gaat helemaal fout. Nee. Blijf hier. Wil je alleen maar even een klein beetje zo? Ja, oké. Nou, de jongensslaapkamer. Wat vinden we ervan? Is hij leuk? Modernste kamer ooit. Nou, voor mijn doen wel. Zodat vergelijken met die truttige cottage van vorige keer. Oh, nog één ding. Ik vind dat hier nog één ding moet. We moeten nog even een tof schilderij hebben om naar te kijken. Nee, niet een spinnenweb. Even een tof schilderij. Nou, niet heel tof. Nee. Ja, maar ik kan het groter maken. Dat is het probleem niet. Hier, van wijn. Ja, die moeten we beneden in de keuken doen. Wat is dit? Niet mooi is dit. Schiet al lekker op. Leuk dat Emily erbij is. Ah, dankjewel Mechteld voor je... donatie. Misschien nog een boekenkast of zo. Ja, nee, dat mag dus niet. Maar ze vinden het leuk dat je erbij bent. Ja, ze is wel gezellig zo, hè? Nou, nee, wat vind je van deze? Die is leuk. Ja, die is leuk. Kijk, of pannenkoekjes? Met ei. Oké. Okay. Dan krijgen die andere... jongen ei. Ja, omdat papa zoveel ei eet, wil niet zeggen dat alle jongens daardoor ei ook lekker vinden, hoor. Maar inderdaad, jouw papa is gek op ei. Die eet het liefst 5 keer per dag ei, als het aan hem moet. Oké, is donatie nu het verboden woord? Nee, zeker niet. Oké, tijd voor een tikkeltje. Ja, hier mag er ook één. Een leuke kamer, misschien iets ander behang. Nee. Is goed zo. Oké, we gaan het ergste gedeelte maken. Maar ik vind trouwens dit. Doen we wel op die andere, oké? Ik vind dat hier nu niet meer bij matchen. We doen hier wel... een luxe steentje krijgt zij. Een heel luxe, lekker steentje. Lekker steentje. Oh. Oh, maar dit is op zich best wel leuk. Maar dan met de andere vloer. Oh, jij vindt het iel? Oké. Okay. Nou, jullie horen het. Emily vindt het eel, dus het gebeurt niet. Oké, en dan, wat vind je dan van zoiets? Oh, dat zouden we hier wel kunnen doen. Kijk. Doen we hier een, nee? Gelijk ook meteen nee. Oké, doen we dat. Oké, nou dan doen we dat niet. Ja, hè? Dat lijkt inderdaad op onze oude studio meteen. Oké, nou, dan doen we dat tegeltje wel gewoon. Kijk, dan doen we het zo. Hier, ik vind dat wel beter. Pas niet echt erbij. Pas niet echt. Oh, niet op behang. Goed zo, Emily. Ja, Emily, als Emily iets niet wil of lelijk vindt, dan doen we het niet. Wilma zegt, eindelijk kan ik je stream kijken. Jee, gezellig. Wat leuk. Leuk ook dat jullie er nog steeds allemaal zijn. Maris, wil je het rolgordijntje in de jongenskamer in een andere kleur doen? Want deze vind ik er een beetje smerig uitzien. Deze? Smerig? Oké. Ja, dan doen we hem met een ander kleurtje. Als jij het smerig vindt. We kunnen hem in deze kleur doen. Kijk, helemaal dan... in het thema. De helemaal in het thema. Ja, hè? Ja. En dan ook echt één zo'n random gele stoel, hè? Ook maar nee, want dat past weer hierbij. Dat is weer de eyecatcher. Misschien kunnen we hem zelfs in het oranje doen. Kijk, nog beter.
Dit is nog beter. Ja, dat is helemaal goed. Oké. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit aanpakken? Want ik neem aan dat er meerdere tegelijkertijd willen douchen. Als ze allemaal op elkaar moeten gaan wachten. Maar dan wordt het of zo'n sportkantine. Net als bij gym. Dat je dan allemaal van die douches zo op een rijtje hebt. Of doen we allemaal van die cabinetjes op een rijtje. Maar anders is het wel een beetje gierig als ze zo moeten douchen, toch? En dan deze? Ja. Oké. We kunnen het ook zo doen. Kijk, doen we een muurtje. Nee. Kan je daar achter douchen? Nee? Niet? Nee. Oké, is dat niet leuk? Nee. Veel te weinig privacy. Ja, maar alsof je ze hier in zo weinig privacy hebt. Je komt er toch alsnog uit. Je... Kom er net bij, ziet er leuk uit. Dankjewel, Benjamin. Voor je donatie. Voor je donatie. Doe dichte cabines. Nee. Ja, ja. Bij Big Brother slapen mannen en vrouwen gewoon samen, hoor. Au. Nee, dus dan zoeken ze het hier maar uit. Oké, nou, dan gaan ze dus blijkbaar hier nog een keer in een douche. Nee. Ja, maar, is het delen op een rij. Ja, maar kan toch niet op een rij? Want hier zit die deur. Oh, je bedoelt dan zo nog één ernaast. Ja, maar dit kan toch ook niet, Emily? Jawel. Dit is toch gênant? Alsof het anders zo mooi is. Nee, maar dan... Nee, hoe kunnen we dit doen? Oh nee, hoe kunnen we dit doen? Oh my god, zo erg. Hoe hebben ze dit bij Big Brother dan? Ik weet het eigenlijk niet. Rick, heb jij een idee? Hoe doen ze zo'n badkamer dan? Of hebben ze gewoon meerdere badkamers? Ja, want ik dacht, kijk, ik kan ook... Ik ga het gewoon zo doen. Kijk, dan krijgen ze gewoon allemaal zo'n douche. Oh, dan gaan ze weer niet douchen. En als ik er een klein muurtje tussen zet... Dan willen ze dat ook niet. Hè? Die ophangdouche. Bij Big Brother hebben ze het gewoon naast elkaar. Ja, toch wel. Toch wel. Ze hebben gewoon één inloopdouche. Nou, oké. Okay, nou, dan doen we gewoon hier zo. En dan doen we hier nog eentje. En dan doen we hier nog eentje. Dan gaan we het gewoon zo doen. Kijk, en dan kunnen ze zo douchen. Hopla. Douchen. Douchen. En dan krijgen ze nog een leuk steentje zo erop. Zo, hier doen ze het maar mee. Kijk nou. Zie je, heb je toch een soort van privacy. Ja, maar die hebben ze beneden. En dan doen we aan de andere kant nog wasbakken. Beneden, ja, mensen moeten een beetje bewegen. Waar is Mila? Ze moeten een beetje in beweging blijven. Dankjewel voor je donatie, Shirella. Donatie. Vraag van de dag. Mila is even lekker disco zwemmen. Die komt zo meteen weer. Even kijken, wasbakken dan. Oeh, die is wel mooi. Zullen we die doen? Doen we er daar meerdere van als elkaar? Ja, vier natuurlijk. Dit doen we zo. Kunnen ze allemaal tegelijkertijd ook een tanden poetsen. Dan doen we hier nog een lekker een handdoek dingetje. Oh, kijk hier. Van die badjasjes doen we er ook vier. Oh, dit gaat leuk worden, jongens. We hebben er helemaal zin in om zo meteen hier... Kijk, zo. Die hangen daar. Oh, het begint echt helemaal gezellig te worden. Leuk. Oké, grote spiegel erboven. En dan nog één. Dit wordt toch super leuk zo? Kijk nou. Dit is leuk. Ja, het is echt super mooi. Ja, ik ben ook helemaal blij. Oké. Oh, ja, ja, ja. Ik heb die. Ja, goeie. Dit is toch leuk? Dit begint er echt top uit te zien. We zouden zelfs nog hier overal eentje kunnen hangen. Dat iedereen hier zo... Nee, net niet. Kijk maar. Gaat precies goed. Zie? Hey. Jawel, ze kunnen springen. Ja. Doen ze maar een beetje hun best. Kijk. Nou, dit ziet er erg leuk uit. Dit is echt een badmatje. Ja, dat is een goeie. Dat doen we die er ook nog bij. Een badmatje, badmatje, badmatje. Maar dit is leuk. Hij begint nu leuk te beuren. Hey, hier hebben we toch ook een hele lange van. Kijk. Kijk, Emily. Een badmatje. Ah, dit is echt leuk. Ja, ik ben helemaal blij. Nou, dit is echt heel tof zo. Oké. Nee, maar dat heb je sowieso niet. Want in Big Brother hangt het hele huis vol met camera's. Zelfs in de douche. Dus je hebt komt toch er ook een dagboekkamer? Of let ik niet op? Oh, Mechtelt zegt, komt er ook een dagboekkamer?
Oh, is dat er ook? Bedankt voor uw donatie. Ja, dankjewel voor je donatie. Oké, jullie moeten even zeggen. Wat er allemaal in Big Brother zit hoor. Want ik weet niet precies wat ze... Het zit inderdaad. We doen net alsof dit heel netjes is. Oké, deze kamer is af. Kijk, kom, ga erbij. Ja, die gaan we ook zo doen, die badkamer. Want we hebben nu bedacht hoe we dit gaan doen. Dus die doen we ook zo. Oké, die krijgen gewoon precies hetzelfde. Oh, maar dan wel met dat schattige behangetje daar zo op het einde. Vind ik leuk. Krijgt zij dat wel. Goed, dan is die net even wat anders. Kijk, ze hebben ook net even een iets ander raam. Ja, dus dat kan best wel. Opslaan. Oké, maar ze hebben dus een dagboekkamer. Doe een wc. Ja, die krijgen ze gewoon zo meteen beneden. Dus dan gaan ze niet hier zitten kakken. Terwijl er net iemand staat te douchen. Weet je, dat is ook weer zo onsmakelijk. Dan doen we dat niet. Oké, die douche nog even kopiëren. Dan doen we die aan de andere kant ook. Zo. Dit is super leuk. Ik ben hier helemaal enthousiast over. Ja, echt. Badkamers lukken me bijna nooit. Ik ben helemaal blij dat het me lukt. Dit is jammer, hè? Doen we hem zo. Zo, hier is het net even iets anders. En die is ook zo. Dit is dan wel weer hetzelfde. Die doen we ook gewoon hetzelfde. Zo. Kijk, die bouwen we dan hier. Nee, maar dat maakt toch niet uit. Dat zouden ze in zo'n programma ook doen. Weet ik zeker. WC Maris, WC. Doen we zo meteen beneden. Komt helemaal goed. Geen nood. Ik ben even mijn badkamer aan het dupliceren. Want ik wil hem even... Oh, twee keer hetzelfde. Zo. Dan doen we hier nog een... hier doen we dan de badjassen dan niet daar. Want dat... De badmat. Doen we die wel hetzelfde ook? Ja. De badmat. Oké. En doen we die hier? Ja. De badjassen moeten in een ander kleurtje. Ja. Maar het staat niet echt heel mooi, vind ik, over die poesjes zo heen. Ja. Wat vinden jullie wel? Geen poesjes. Oh. Maar zonder de poesjes is hij ook wel weer een beetje saai, hè? Ja, jij vindt met poesjes. Doe anders gewoon het raam weg. Dan doe je daar de badjassen. Oké, maar dan moet ik wel even kijken. Oh ja, dat kan wel. Vanaf de buitenkant er nog een beetje wat zonnig uitziet. Maar dat kan wel. Maar zullen we gewoon witte doen? Dan hebben we de mannen van die zwarte en dan hebben we de vrouwen van die witte. Kijk, dan hangen die. Dat is een hele goeie. Dus ietsjes erbij. Zo. Dan kunnen we daar in de hoek nog even een toffe plant neerzetten. Doe. Nee, niet deze. Wel niet poesjes. Deze. Benjamin zegt wel poesjes. Bedankt voor uw donatie. Dankjewel voor je donatie. Oeh, ik wilde het bijna alweer verkeerd zeggen. Oh, wat slecht ben ik hier toch in. Ja, erg hè? Oké, waar is dat leuke plantje? Waar is die leuke? Deze. Die is zo schattig. Wel een beetje poesje geblokkeerd. En die badjas. Maar leuk, 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 leuk. Oké, niks meer aan doen. Oh, wel wat nog aan doen. Ik heb nog even een ideetje. Ik ga nog even hier naar de lampjes. Een lampje voor aan het plafond. Waar zijn die? Waar zijn die? Kijk, doen we even zo'n klein spotje. Doen we die hier er overal in. Kijk, kan je ook goed zien wat je aan het doen bent. Zo. Ja, en dan hier ook, hè? Oké, gedaan. Nou, dan gaan we hier ook nog even een slaapkamer maken. Maar ik weet nog niet van dat... Ik weet nog niet of ik het in deze kleur dat behang leuk vind, Emily. Wat jij? Ik vind dat roze niet zo. Ik wil ook poesjes behangen in mijn badkamer. Ja, maar het is geen behang, hè? Kijk. Kijk van dichtbij. Kijk. Dat maakt hem zo tof. Het zijn poesjes tegels. Poesjes tegels. Die zitten hier. Zo. Nou, ik heb voor de rest voor overal gewoon veel grote verlichting, hoor. Zodat we in ieder geval gewoon alles goed kunnen zien. Maar we gaan even een ander behang uitzoeken. Huisjes. Welk behang was het ook weer? Eel. Echt heel erg raar. We hadden behang, toch? Hier, wacht, ik wil even alles. Dit is alles. Oh, hier. Grijs? Wit? Ja, dat is dus deze.
Nou, oké, dan hebben we een zwarte kamer en een witte kamer. Dat is wel leuk. En dan doen we de gang ook wel gewoon in het wit. Kijk, oh, lekker. Dat oranje weg is zo lelijk. Echt zeer mijn ogen. Oké, dan doen we dit bed ook weer aan de andere kant. Maar dan even een andere kleur. Dan doen we die in het. Nou, zullen we speciaal voor Emily deze kleur doen? Dan is ze helemaal blij. Dat meisje ook weer gelukkig. Oké, bed. Ik ben 10 minuten weg, het is nog steeds niet klaar. Anoushka, hoe snel denk je dat ik ben? Hij staat door de. Ja, ik zie het. Ik zal hem zo goed zetten. Die moet iets die kant op. Die iets die kant op. Maar nu gaat het hard hoor, want wij weten nu hoe we willen dat het eruit komt te zien, toch? Kijk, kleedje doen we ook hier. Die staat daar ook leuk bij. Kleedje doen we ook daar. Doen we hetzelfde. Nachtkastjes. Hey, Mila. Welkom thuis. Heb je het leuk gehad? Ja, was het gezellig? Hallo. Was het druk in het zwembad? Oké, huppa. Deze erop. Wat hebben we hier nog meer? Gordijntjes, die moeten er nog bij. Please, doe bij elk zo'n bedje zo'n roze poefje. Oh, dat is wel leuk. Zullen we dat doen? Oké, en dan doen we hier deze kleur. Oh, dat is leuk, Emily. Kijk, nou begint het helemaal te matchen. Dat is echt heel leuk. Oké, dan moeten we deze alleen weer even een beetje moeilijk doen. Hallo, liefie. Was het leuk? Was het druk in het zwembad? Ja, veel mee? Wij hebben alleen nog maar de achtertuin. Sst, wij hebben vet veel gedaan. Slaapkamer. Wij hebben heel veel gedaan. Ah. Je hebt echt zoveel gemist. Nee. Mila boeit niks. Mila boeit niet. Mila is wel lekker aan het kletsen over het zwembad. Putjes in de douche. Wat? Ja, die gaan vanzelf. Kijk, die zitten er al, putjes in de douche. Dat gaat gewoon goed. Die gaan vanzelf erbij. Oké, jullie willen bij allemaal zo'n poefje erbij. Oh, dat vind ik ook wel echt heel schattig. Leuk dat Mila er ook is en ik ben geen u. Mechtel zegt, leuk dat Mila er ook is en ik ben geen u. Dus je mag gewoon dankjewel zeggen. Dankjewel, mevrouw. Nee, niet mevrouw. Voor uw donatie. Nee. Hoi, Miempje. Hallo. Dat gaat. Welkom thuis. Komt ze pas om 10 uur thuis? Nee joh, het is pas 9. Het is pas 9. Ja. Gaat Emily naar de middelbare school volgend jaar? Nee, over dat jaar, daarna pas. Hoe kan je iets naar boven doen in de Sims? Met 9 en met 0 op je toetsenbord kan je iets verplaatsen. Ik vind wel dat deze dan ook gewoon recht moet staan als die daar ook recht staat. Zo, doen we die ook zo. Oké, dan gingen we dit schilderij. Met het witte behang is wel een beetje kil hoor, maar goed. Dan krijgen zij de pannenkoeken variant. Ja. Dus dit is de pannenkoekenkamer en het andere is de eierenkamer. Vind je ook niet? Ik vind het behang zo kil. Staat niet gezellig. Dan gaan we toch weer een keer terug naar het behang hoor. Wat hebben ze nog meer? Welke hebben ze nog meer? Ze zijn allemaal gewoon niet zo... Oeh! Ja, die doen we. Ja, dit is veel sfeervoller. Match niet helemaal lekker, maar boeien. Ja, die vond ik ook te kil. Niet gezellig. Dit is ook nog steeds niet perfect ooit, maar goed genoeg. Oké, doen we eerst of deze kasten perfect staan. Goed. Ik wil niemand erover horen zeuren dat de kasten niet goed staan. Kijk, dit is perfect. Dit is precies goed. Zit echt prachtig. Niks meer aan doen. Mooi zit het. Ja? Oké. Zo. Zo. En dan doen we deze even een classicje op tijd. Oké, en dan doen we hier ook weer van die spiegels. Okidoki. Doen we die hier. Ik moet gaan slapen al. Welterusten. Hey, zijn we hier alleen eigenlijk net niet ruimte genoeg? Zie? En ze hebben een kast minder. Ze hebben wel 4 kasten dan. Zo. Kijk, maar we kunnen hier nog wel een kaptafel erbij doen. Kan niet te lang kijken, vertrek morgen om 4 uur op vakantie. Ah, oh, wat lekker. Fijne vakantie, Lise. Dankjewel voor je donatie. Oh, als je er nou... Ja? Wil je er weer zo eentje? Ja, maar kunnen we die dan niet... Ja,
En die doen dan. Dat wordt gewoon het thema van dit Big Brother huisje. Gewoon allemaal van... Kunnen ze er zo wel op zitten? Zo wel. Zo wel. Hebben we ook make-up? Oh, we hebben ook zo'n make-up tafel. Die is misschien wel mooier trouwens. Ja, die vind ik wel wat luxer. Vind ik wel wat beter eruit zien. Doe twee kaptafels. Ja, dat wil ik wel. Maar waar zetten we die andere neer dan? Daar? Oh, dat kan wel. En dan ook weer met zo'n poefje erbij. En zullen we hier ook nog zo'n lekkere stoel erbij doen? Zo'n lekkere chillstoel. Hoe oud zijn de kinderen? Nou ja, zeggen jullie zelf maar. 11. Ja, 11 en 9 inderdaad. Kijk, doen we er ook nog lekkere chille lichtstoeltjes zo bij. Kijk, zo. Dan kunnen ze ook nog... Mila, kan je alsjeblieft ergens anders zo druk gaan lopen doen? Dankjewel, want je beukt tegen mijn stoel aan. Dat is niet zo fijn. Ja, Mila heeft nooit zo het geduld om rustig te zitten of iets te doen. Oké, kijk. Tadaa! Nou, het is niet het mooiste ooit, die stoelen erbij. Die doen we weer weg. We laten het gewoon zo. Goed, toch? Ja. Nog een plant en dan is het goed. Oh, wacht. We moeten hier natuurlijk ook nog een... Ja, dit kan wel. Nog wel zo'n stoeltje random neerzetten. Oh, wacht. Doen we die ook hier aan deze kant. Net zoals die andere. Kijk, doen we hier zo. En dan doen we er nog eentje zo bij. Dan kunnen ze daar zo lekker zitten kletsen. Dat is leuk, hè? Dat doen ze in zo'n hotel toch ook altijd zo. Oké, nou, plant erbij. Klaar. Nee, bloemen weer van zwerver Maris. Nee, het behang en de gang en de kamer is hetzelfde. Ja, ik weet ook nog niet wat we daar doen, joh. Wat is dit voor plantje? Wat zit hier aan? Kaartjes? Dat hoef ik niet. Wel gewoon weer dit plantje ook? Maar die hebben ze ook in de badkamer staan. Nee, die andere hebben geen plant in de badkamer. Kregen ze niet. Nee, doen we die. Zo, klaar. Oké, hier in de gang nog wat. Gewoon alleen maar een plant of zo. Vroeger zat er in de Sims een heel groot aquarium altijd. En dan kon je dat aquarium neerzetten met die vissen. Maar volgens mij zit dat er niet meer in. Volgens mij was dat alleen in de Sims 3. Daar zet ik altijd het aquarium neer. Wat heb je nu? Oh, we hebben wel dit. Oh. Dat doen? Ja. Dat is wel tof om naar te kijken. Oké, maar dan moeten we wel van inderdaad ander behang. Dan doen we hier gewoon wit of zo. Wat een spaziegang. Wat vind je mooi? Lila, Emily. Oh, lila is mooi. Ja, maar toch niet voor in dit hele gangetje. Dat ziet er niet uit. We kunnen zoiets doen. En dan... Ik weet het ook nooit hoor. Zoveel keuze. Kijk, gewoon in het wit. Het is maar een gang. Niks spannends. Dan hangen we gewoon vet veel toffe dingen aan de muur. Oh, er gaat een wereld open voor mij. Ik heb alleen jaargetijden. Maar is bij letterlijk alles eeuw. Ja, maar... Er waren... Ja, zullen we kijken? Aquarium. Oh ja. Die is ook tof. Oh. Ja, hier zit inderdaad van dit van die hamsterdingen en zo. Ja, maar ik vind deze wel tofst hoor, die we nu hebben neergezet. En dan van die kleintjes. Ja, we gaan deze gewoon doen. Die is vet leuk. En zullen we hier dan gewoon even iets aan de muur hangen? Gewoon even een gezellig schilderij. Ja, wat zag je? Ik zag... Het enige wat ik mooi vind zijn de douches. Ja, same. Ik vind de douches ook het leukste gelukt. Ik weet ook niet wat ik op de gang moet neerzetten. Wat wilde jij zeggen, Emily? Tralies. Waarom wil je tralies? Oh, voor die gevangenis. Oh, je had zin om die gevangenis te bouwen. Zullen we overgaan op de gevangenis? Ja. Oké, maar waar gaan we de gevangenis maken dan? Want hier komt de gamekamer. We kunnen hier de gevangenis maken. Dat je daar vanuit... Oh, dat is tof. Oké. Kan ik dat... Nee, dan moeten we hier... Hoe maken we ook weer een kelder? Ik vergeet dat altijd. Nee, ik moet bouwen. Kijk, hier was dat volgens mij. Toch? Hier heb je toch gewoon kelder of zo? Kijk. Ja, hier, keldergereedschap. Dank je, Emily.
Oké, dus dan gaan ze hier naar beneden. En dan zit hier de kelder. De dode kelder. Ik bedoel de mensen die afvallen. En dan ook met een hele nare trap. Oh, ik vind dat echt heel zielig. Gaan we dat echt doen, Emily? Ja. Nee, oké, ze worden gewoon opgesloten. Ze gaan niet dood. Ze worden gewoon opgesloten. Nee, inderdaad. Oh ja, jullie wilden dat, hè? Ja. Oh ja, cruel ben jij. Oh, wacht. Hij moet even eentje naar... moet even eentje zo. Oh, wacht. Doen we die even verplaatsen? Want dan kan er ook nog een deur voor. Anders dan past het niet meer. Kijk, doen we hem even zo. Kijk, dan doen we hier een deur. En ze mogen nog niet weten wat erachter zit. Dus dan doen we daar echt een... deur. De doderkelder. Dodelijk gezellig, zegt Felicia. Oh, wat erg. Ik vind het zo zielig. Gelukkig zijn die personages natuurlijk niet echt. Dan kunnen ze hier dan... Ja, ik vind het echt heel creepy. Ik krijg er helemaal buikpijn van. Ik doe wel een rekje zodat ze niet kunnen vallen, anders is het zielig. Maar nee, het is gewoon een gevangeniskelder. Nee, Emmy, hou nou op over de dood. Weet je, die deur. Crea Meerte gaat helemaal stuk om de deur. Maar wel een valhekje, zodat ze niet kunnen vallen. Anders is het zielig. Anders is het zielig als ze vallen. Oh, wacht. Ik had natuurlijk ook niet zo moeilijk te doen. Ik had ook meteen even het hekje kunnen bouwen. Oké, kies een hekje. Ook zo'n creepy hekje. Ja. Oké, gaan we echt zo'n creepy kelder gaan we maken. Ja, tum. Niet een normaal bedje. Waarom heb je zoveel plezier hierin? Een bloedzuigende dode kelder. Creepy. Ja. En dan heb je ook echt zo'n kist waar je... Nee, dat is zielig. Oh, dat is zielig. En dan alleen maar omdat ze niet goed het taakje hebben volbracht. Zet. Oké, we hangen hier nog even een spiegel op. Ik ben er ook weer bij. Ben helemaal geslaagd qua outfit, schoenen, jurkje en sieraden. Morgenavond maar even eerste deel terugkijken. Het is al leuk. Dankjewel, Margje. Voor je donatie. En fijn dat je helemaal geslaagd bent. Margje die was even wat later. Want die kwam later moderaten. Want ze moest nog eventjes outfit shoppen. Dat moet ook gebeuren. Maar ik ben blij dat je bent geslaagd. Voor wat? Een bruiloft? Denk ze een jurkje halen voor een bruiloft? Dat zei ze toch net? Kijk, we hangen hier nog even een hele grote spiegel op. Dus kijk, dat is zo van, dit is de laatste keer dat je hier naar jezelf kunt kijken en kunt zien hoe erg je gefaald bent in deze game. Ja. Oké, dan doen we ook een heel creepy behangetje. Ja, dan moeten ze er niet afvallen. Oké, creepy behangetje. Dum. Ja, die vind je mooi? Ja. Oké, doen we die. En dan doen we... een donkerhouten zwarte vloer. Ja. Tum. Oké, en dan hier beneden ook. Geen licht. Oh, wel een traphek, want anders kunnen ze naar beneden vallen. Dat is weer zielig. Kijk, nu kunnen ze niet vallen. Zie, dit gaat helemaal goed zo. Tom. Oh. En waar is de dagboekkamer ook niet vergeten, hè? Nee, hier mogen ze in een dagboek schrijven. Oké, maar dan moeten we hier 7 hokjes maken. Nou, als ze niet op tijd dood zijn, dan moeten er toch echt 7 mensen in kwijt. Dus even kijken. Ze mogen wel een beetje ruimte nog. Kijk, dan doen we hier hokje 1, hokje 2, hokje 3. Dit is voor de afvallers, hè? Hokje 4 en 5. En 6 en 7. Hebben we hier dan ook een bewaker? Maar ze worden gesloten. Maar hoe gaan we ze opsluiten eigenlijk? Wacht, moet je zo'n aquarium? Ja, dan wil jij dat tralies natuurlijk. Maar misschien hebben we ook tralies muur. Weet ik eigenlijk niet. We hebben toch ook gewoon, we kunnen dit toch ook gewoon vervangen met zo'n hek. Dus dan kunnen we toch ook daar misschien gewoon tralies van maken. Ik heb nog nooit een gevangenis gebouwd, Emily. Dat zijn dingen die ik niet doe. Tum. Ja, dan kunnen ze nog wel naar elkaar kijken. Zie? Zo, oké. Oh, zo sad. Maar moeten ze dan nog wel een... Wat is er mis met jullie? Cynthia die zegt, waar zijn de martelspullen? Evil left. Jullie worden helemaal blij. Wat
het zo mis met jullie? Als we nu altijd doodgaan, dit wordt met de minuut erger. Zegt Imke. Kan er wel licht in deze kamer? Nee. Oh, er bestaan echt gevangenissen, zegt Ilse. Ja. Oké, okay, wacht. Oké, okay, Emily, jij zegt ik moet zoeken op aquarium. Dan komen we bij het gevangenisgedeelte. Ja, want ik zag helemaal onderin. Oké. Okay. Huh? Nu vinden we veel minder met aquarium dan net. Nee, maar dit is het aquariumraam. Dat heb ik gebruikt. Moest daar een aquarium in? Nee, je moet op een ander aquarium. Ja, hoe typ je nog meer aquarium dan? Net deed ik toch ook gewoon zo? Huh? Okay, snap jij je? Ergens naar beneden? Ja, naar beneden. Kijk hier. Wat dit? Ik zie het niet. Kom hier. Ja, ja. Waar zie je dat dan? Het is er niet. Oh, je hebt gelijk. Ga je het in deze aflevering nog spelen? Nee, in deze aflevering gaan we het bouwen. Maar we kunnen wel als we zo meteen even opschieten. Oh, kijk nou Emily, je bent geweldig. Maar dit is alleen maar de deur. Hang nog zo'n schilderij op van Vla in saus. Hang nog zo'n schilderij op van Vla in saus. Van die Vla die slaus. Dat is leuk. Help me wel van het houden. Hier, kijk, Emily, kijk. Emily, kijk. Je hebt hier... Wacht. Even dit allemaal weg. Kijk. Maar het is wel heel hoog. Zie je, het past eigenlijk... Het past. Oké. Okay. Het is geweldig. Dan hoeven we deze muren ook niet. Weg met deze muren. Weg met deze muren. Oeh. Oh nee. Oh nee, mijn valhek. Straks vallen ze dood. Oké, nu niet meer. Oké. Deur. Deur. En dit wordt dan cel 2. Cel... Waarom zitten er eigenlijk allemaal cel- en gevangenisspullen in dit spel? Wat spelen jullie altijd in de Sims? Maar spelen jullie niet zoals ik het speel? Ofwel. Zoals u. Ja, nee, precies. En dan muurtjes ertussen. Dit is waarschijnlijk voor de politie spulletjes, toch? Ja. Ja? Cruel game. Kom toch wel even hier spikken, hoor, Sharon. Gezellig. Ze mocht wel op een... Ze is nog... Ja, we zijn een gevangenis aan het bouwen voor de afvallers. Zodat ze hier kunnen sterven. Don't ask. Vraag de chat. En Emily, mijn evil daughter. Ze lijkt zo schattig en innocent, maar ondertussen. Oké, nou, ben je blij met je gevangenis? Ja. Gewoon politie en boefjes spelen. Ze mogen wel bed. Oké, en mogen ze ook een klein wc'tje? Nee, ze moeten zo'n ophangbed. Een ophangbed? Dat is toch geen bed? Eentje naar rechts. Dat is toch een ophangbed? Nee, dat is een handdoekrekje. Ik word hier helemaal bang van. Oké, ze krijgen een... Gewoon niet reageren. Ze krijgen wel een bedje. Tum, 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 tum. Ja, ik vind het ook wel een beetje creepy. Ik dacht dat het een leuke serie werd. Ik wist niet dat het zo gewelddadig werd en zo. Maar goed. Hè? Ze gaan hier inderdaad boefje en politie spelen. Zo, en die mag een bed. Oké, dan kunnen ze hier wel even rusten. Dat is wel lief van ons. En een spiegeltje. Moeilijke tijden spiegel. Ja, hele moeilijke tijden. Hele moeilijke tijden. En een klein plankje. Nou, we zorgen wel goed voor onze gasten. Kijk, dit is het gedeelte. Dit laten jullie op televisie niet zien. Dit is alleen maar... Dit weten jullie nu, maar dat zie je anders niet. Oh, dit is wc, Emily. Kijk, wc-nachtkastje. Top. Top. Dit is geweldig. Ja, en dan moeten we hier ook... Oh, nu spiegeltjes moeten we nog. Wat vinden jullie ervan? Ja, geweldige zorgen, hè? Ja, nou, ze hebben hier niks te klagen, dacht ik zo. Echt niks te klagen. Dit is echt super luxe. Ze hebben het helemaal luxe. Oh, ja, hier nog spiegeltje voor een goede tijden af te sluiten. Laatste goede tijden. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Lekker plassen. Zo, kijk. Hopla. Nou, hebben ze hier nog meer nodig beneden in de strafkamer? Nee. Oh. Zet er ook nog zo'n poef. Oké, maar dan doe ik hem wel dat ze er net niet bij kunnen. Dan kunnen ze daar nog naar kijken. Hé, geef me een poef. Waar is mijn poef? Waar is de poef? Kijk, Emily. Oh, hier. Oké, kunnen ze daar nog staren naar de poef? Dan hebben ze iets om naar te kijken. Ja. Geweldig, niks te klagen.
altijd, hè, klagen over mijn tegelkleur, klagen over mijn houtstructuur, over mijn doucheputjes die niet recht zitten, ja, mijn kast. Maar hierover niks te klagen. Nou, dan denk ik dat ik mijn nieuwe specialiteit heb gevonden. Ik ga vanaf nu martelkamers bouwen. Boerin maar is, dakloze maar is en martelaar maar is. Het zit in de genen, lekker bezig. Er moet wel behang in de kelder. Oh, echt? Nee. Jullie hadden niks te klagen, werd er net nog gezegd. Ga eens naar behang. Oké. Okay. Dan die. Ja. Tum, 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 tum. Oké, okay. Klaar. Zo, dit is het. Dit is de afvalkamer, ja? Dit weet niemand. Kijk maar, het zit hier verstopt. Niemand weet wat er achter deze deur zit. Het heeft zelfs een creepy deur. Ja, oh, jullie vinden dat er ook nog lampen moeten. Hé, jongens, jullie moeten ze niet te comfortabel maken. Hè? Dan gaan ze straks nog graag in de martelkamer zitten. Ik bedoel, in de afvalkamer zitten. Ik bedoel, hè? Wat? Oké, okay, maar dan krijgen ze wel gewoon TL-buis. Kijk. Huh? Hebben ze ook eentje voor het plafond? Oh. Echt zo eentje die zo vet zeer doet aan je ogen. Ja, dat je niet hoog kijkt. Nee, of een wolkje. Wat ben jij hard voor die lieve Sims. Wat hebben die Sims jou misdaan? Ze willen nooit meer bij spelen. Nee, het komt omdat die Sims hebben ooit jouw paard afgepakt. Ja. Daar ging het mis. Ja. Toen Emily heel klein was, toen ging ze ook een keer de Sims spelen. Omdat ze dat bij mij zag en het zo leuk vond. En toen hadden ze nog Sims 3. Dus dan had ze ook een eigen paard gemaakt. Was helemaal blij met de eigen beestjes en alles. Maar toen had ze niet goed voor de paard gezorgd. En toen kwam mijn mevrouw de paard weghalen. Toen was je zo sad. Ik kwam helemaal tranen. Maar ik heb hem zelf gemaakt. Hoezo wordt hij zomaar weggehaald? En toen kregen we hem ook niet meer terug. Want hij was ook al opgeslagen. Hij was echt super zielig. Dus sindsdien wilde Emily nooit meer spelen. En nu maak Dus nu, dit is de straf. Ja, dit is nog de straf van dat mens dat het paard van Emily had meegenomen. Ik weet precies hoe dat mens eruit ziet. Ze was zo sad. Het was echt zo sneu. Oh, maar het was mijn paard. En je was zo blij met je paard. En toen... We gaan dat mens Gerda noemen. Gerda. Maar er is grafstenen. Ja, maar die moeten toch niet hier? Nee, die moet buiten. Ik vind die verlichting maakt het echt ongezellig. Ja. Het gaat weg, het is donker. Donker hier. Ja. Ja, oké, okay, wacht. We, oh, wacht. We doen een creepy lamp. We doen gewoon eens een lamp. Even kijken. We hebben niet van die, enge wandlampjes aan de muur. Even aan de auto of zo. Nee, gewoon even van... even kijken hoor. Dat is echt zo'n enge... Zo'n enge kerker wordt. Hoe heb je Infinity geld eigenlijk? Dankjewel voor je donatie. Donatie. Ging goed. Ik heb nog geen bewoners die erin wonen. Dus ik ben nu alleen maar aan het bouwen. Zo gezellig in de doodskleder. Lekker bezig. Zo gezellig in de doodskelder. Lekker bezig. Dankjewel Benjamin voor je donatie. Dankjewel Emily. Oké, we gaan gewoon voor deze creepy kaarsjes hier zo. Dan is dit de enige verlichting die ze krijgen. Goed? Dit is nog voor het aankomen lopen, zeg maar. Dat is nog voor de ambiance. En dan is het klaar. En die doen we ook nog hier. Kijk. En doen we hier. Gewoon en al de... Dan doen we hier een foto van Vladislaus. Ja. Ja? Hebben we een foto? Weet ik niet. Weet ik niet. We gaan Hebben kijken. Hebben we een foto van Vladislaus? Ik weet het niet. We gaan kijken. Foto van Vladislaus. Foto van Vladislaus. Ik weet het niet. Weten jullie dat? Creepy. Ja, wat is het schilderij van Vladislaus? Ja, ik ben hem aan het zoeken. Kijk, we hebben wel deze. Nee. Vladislaus. Nee. Is er eentje van Vladislaus? Ew. Nee, die is echt eng. Die vind ik eng. Maar die past er nog. Oh, kijk. Mee. Ja, gevonden. Ja, gevonden. Tum, tum. Nee, die moet recht voor je. Ja, eigenlijk wel, hè? En dan die kaarsjes er zo naast. Dit huis was eigenlijk Vladislaus. Ja, nee, dat is de game van Vladislaus. Kijk, daar is die, hoor. We noemen het niet meer Big Brother, maar we noemen het Vladislaus. Hang er een schilderij van een sombere clown ook nog bij. Ja, maar dat heb ik niet, denk ik.
Ik heb wel dit. Oh, die is lief. Waarom hebben we die niet in die slaapkamers opgehangen trouwens? Kijk, wacht. In plaats van de eieren. Nee! Nee? Nou. Kijk, maak hem even groot. Kijk, oh, die is leuk. Geweldig. Ja, die hebben we ook in een andere kamer. Ja. Hier ziet het er weer zo gezellig uit sinds die hier... sinds dat gedoe beneden is, maar goed dat ze het niet weet. Kijk, hier is het nog. It's all so innocent in here. Oh, look how cute I am. It's all so pretty. And we love it. En dan... Tum, 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 tum. Oh, wat oh. Erg dit. En dan ga je eentje naar boven en dan zie je zo... Ja, hij is wel mooi gedecoreerd trouwens, vind ik. Oké, nou dit laten we nog leeg. Dit gaan we vullen zodra we die taken gaan doen. Elke keer is het een andere taak. Je zou er maar naar beneden lopen en al zo'n creep zien. Ja, een heel eng huis. Dit is echt doodeng. Ik ben blij dat ik niet de Sims ben die hier komt. Nee, daar ben ik ook blij om. Maar gelukkig zijn het gegenereerde simmetjes. Dus dan hebben we ook niet zo heel veel binding met ze. Oké, hier moeten we nog een woonkamer maken. Nou, zullen we hier beneden dan ook gewoon dat vloertje doen dan? Stel je vraag. Ja, dat is dan een probleem voor later. Dat moeten ze dan maar zelf uitzoeken. Oké, dan moeten we hierboven ook nog even beneden van de wc dezelfde stijl. Kijk, hier hebben we dus de 5 hokjes van de wc's. We krijgen er een beetje flashbacks van beneden van. Van die wc's. Oh. Doe die hier. Bloep, 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 bloep. Zo, oké. Dan even snel nog wc-potjes erin, want dit is allemaal toch niet zo heel spannend. Even kijken wat ik doe. Ready? Kunnen ze hier? Jawel, dit past toch prima? Dit kan toch makkelijk? Dan hoef je er alleen maar een behoeftes te doen. Meer is hier niet te doen. Kijk. Een gamekamer. Ja, dat mag dus niet. Volgens mij. Ze mogen echt totaal. Ze mogen niet eens hobby-spulletjes hebben staan. Ze moeten echt alleen maar met elkaar bezig zijn. Boven bij die badkamer kun je gewoon naar binnen kijken als je aan het douchen bent. Ja, maar jongens, kijk. Kijk, 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 kijk. Wie kijkt er naar binnen? Ze hebben geen overburen, hoor. Dus alleen met elkaar. Ze zijn alleen maar met elkaar. En dat vinden ze echt totaal niet erg, hoop ik. Oké, hier moet nog een wasbak bij. Oh, en een deur. Dat is ook wel handig om naar binnen te komen. Dat is ook wel handig, hè? Ik doe nog even deze. Oh, wacht. Dit doen we ook beneden. Zo. Ja, heel de tijd die creepy ruimte, hè? Ik zie hem ook de hele tijd. Ja, ik doe trouwens hier ook wel zo dit. Ik denk wel schattig uit. Zo. Een deur. Wat voor deur kiezen wij, Manin? Wat voor deur doen we hier? Gewoon zoiets? Niet al te spannen. Oké, en dan doen we die wasbak van boven weer. Sorry voor al dat geheen en weer, jongens. Maar ik moet even... alle spulletjes kopiëren, want we voeren het steltje gewoon door in dit Big Brother huis. Hoe vinden jullie het huis tot dusver worden? Mooi! Afgezien van die ene kamer waar we het gewoon niet meer over hebben. Doe net alsof dat gewoon niet bestaat. Kijk. Oh, de wc's. Tadaa, kunnen ze lekker hun handen wassen. Dat ziet er best leuk uit. Ja, oh, maar wacht even. Ik moet eerst even een wc-rol. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Nee, dan kunnen ze zometeen zeker weer niet naar de wc, omdat de wc-rol er hangt. Ze doen maar zonder wc-rol. Heel mooi, Maris. Mooi en eng. Of slaat ik even nu op. Hoeveel mensen komen in het huis? 8. Er komen hier 8 mensen te wonen. Dus ik heb 5 wc's, maar ja, ze kunnen toch wel... Ze hoeven toch niet allemaal tegelijkertijd, toch? Ik vind dat je ze gewoon vrij moet laten als ze af zijn. Ja, dat vond ik ook. Was ik het mee eens. Maar jullie hebben gestemd. Jullie vonden dat ze allemaal in zo'n kelder moesten. Dus... ja, ik heb dus 5 wc's. Melissa vindt de wc's heel claustrofobisch. Ja, maar ik zal je vertellen dat wij echt in, bij ons zulke wc's ook gewoon hebben. Als je bij de McDonald's naar de wc gaat, zijn ze ook zo. Sterker nog, ik denk zelfs dat ze dan zo zijn. Maar dat kan niet in de Sims. Maar toch, als wij bij de McDonald's of naar de wc gaan, dan is het toch ook niet groter dan dit? Nee. Dat denk ik ook. Denk korter vooral. Dus nee, dit is prima. De wc is helemaal goed zo. Oké, we gaan een hele toffe living bouwen. Die doen we aan deze kant. Maar... ja, weet je hoe lang je hier al zit? Vond je het leuk? Ja, vond je het vertellen? Ja, want het is inmiddels al 5 over 9:30. Jawel.
Ik moet even kijken bij papa en Mila, want volgens mij gaan die ook al zo naar boven toe. Straks gebruiken ze maar één wc. Ja, waarschijnlijk wel. Wil je overmorgen live om 2 uur, vraagt Zoe. Zo, dat is wel heel specifiek, maar nee. We doen dan tot vrijdagavond. Wat houdt de challenge in? Nou, ik had het net al verteld, maar voor iedereen die er wat later bij is gekomen. We gaan hier in Big Brother spelen, dus we gaan zo meteen 8 sims creëren. Die doen we gewoon random. 4 mannen en 4 vrouwen. Die prakken we allemaal in het huis. En vanaf dan mag ik ze niet meer besturen. En dan krijgen ze allemaal opdrachten. Die gaan we dan zelf doen. Dus daarvoor hebben we dus deze kamer gemaakt. Hier gaan we bijvoorbeeld zo meteen. Een van de eerste opdrachten is dat ze gaan schilderen. Oh, je gaat gewoon weg? Oh, nee, je mag nog wel gedag zeggen. Zeg even gedag tegen de pre-kijkers. Doei. Oh. Nou, ga maar vast op jammer. Ik vond het wel gezellig dat je erbij was. Ja, je hebt goed meegedacht over je... Er zijn heel wat over je tweeten gekomen met deze kelder. Zegt ze nog. Tot zo, liefie. Maar hier krijgen ze dus de eerste opdracht is dat ze iets gaan schilderen. En degene die bijvoorbeeld dan het minst goed heeft geschilderd. Dus die de laagste percentage, of hoe noem je dat, zeg maar, expertise heeft ontwikkeld. Bye bye, Emily. Stuur ze nog allemaal. Die laagste 2, die komen dus in de gevarenzone. En dan mogen jullie tussen die 2 dus stemmen. Wie van de 2 dus de kelder in moet. Echt super creepy. En dan moeten we maar even kijken hoe we dat dan gaan doen. Ik denk dat we hem gewoon erin sturen. En dat we hem dan dicht doen. En op slot doen of zo. Ik heb geen idee. Daar moeten we later nog maar eventjes naar kijken. Dat weet ik nog niet. Maar goed, daarom heb ik dit nog dicht. Ik heb hier ook geen deur. Ze mogen daar dus nog niet heen. En elke keer bouwen we gewoon wat. En op het moment dat ze dan die opdracht moeten doen, dan doen we hem open. En dan weet ik niet hoor. Ik heb verder ook nooit gespeeld. Maar goed, we gaan hier even een keuken maken. En hier dus een lekker chill gedeelte. De titel, huis bouwen plus wie komen er wonen. En waar is die nog steeds aan het bouwen is. Ja joh, het is altijd best wel veel werk hoor, dat bouwen. Maar oké, we gaan even een zithoek maken. Met even leuke banken. Kijk, nu heb ik Emily niet meer die meedenkt. Dan gaat het meteen maar een heel stuk minder snel. We kunnen wel even van die leuke hoekbanken gaan maken. Daar hebben we echt superveel van die onderdelen van. Kijk, dan maken we een hele enorm grote bank ervan. Ik vind deze zo leuk. Oké, dan hebben we die. En dan hebben we ook een hoekstuk. Oh, wacht. Ik wilde de bank trouwens meer deze kant op doen. Want hierachter moet nog een eettafel komen, vind ik. Hoekstuk. Ja, een hele grote bank, hè? Ja, en dan ook een heel groot kleed erbij. Dat vind ik ook leuk. Hier, geef me die groene kleur. Dit is het einde. Nee, dat moet nog niet. Geef me maar weer een middenstuk. Oh, je hebt ook nog dat stuk. Wat is dit? Oh, dat is zo'n einde. Oké, nee. Geef me maar... Hè, deze is veel hoger. Deze had ik net niet. Deze had ik. Die moet ik hebben. Oh, dit is weer het einde. Dan doen we die. Oké. Hoe lang ben je al bezig? Ja, lang waarschijnlijk. Daarom ben ik dus ook vanmiddag al begonnen met bouwen. Omdat ik gewoon niet zo heel snel ben altijd. Dus ik denk, dan zitten jullie niet zo heel mega lang te wachten tot ik een keer klaar ben. Zo. En dan doen we een eindstuk erop. Hier zo. En dan doen we er hier eentje weg. En dan doen we daar ook een eindstuk op. Oh, hij mag nog wel eentje langer, hè? Hij mag nog wel even een beetje zo. Anders staat het raar. Een hele grote hoekbank maken we er hiervan. Vet leuk. En dan allemaal van die stoelen erbij. Groot kleed. Wat een megabank. Ja joh, hij wordt echt enorm. Maar ja, dan kunnen ze wel lekker zitten. Dan doen we een heel groot kleed bij. We hebben zo'n schapenvachtje. Oeh, deze. Ja, maken we hem gewoon nog groter? Wow. Dat is echt heel groot. Hij past echt precies. Kijk nou. Volgens mij steekt hij er zelfs helemaal uit al. Het is wel een beetje druk, hè? Het kleed. Ja, deze vind ik niet zo mooi. Ik wil dat schapenkleedje, vind ik wel leuk, denk ik. Of zo'n witte. Oh. Lekker. Fijn? Ja. Je bent helemaal schoor. Ik ga alles schreeuwen. Ja, morgen. Oh, ik heb allemaal rikjes op je. Het verboden woord is een ander woord voor een donatie. Oh, ik zie jouw hersentjes kraken. Je hebt nog steeds allemaal lippenstift op je wang staan.
Nu heb ik ook zin om een martelkamer te maken, zegt Steven. We hebben een gevangeniskamer gemaakt. 10. Beneden. Voor... Wacht. Laat me eerst nog even dit kleed neerleggen, want het kleed is leuk. Kijk, we hebben hier beneden, waar als ze mensen hebben verloren, dan moeten ze in het gevangenis. Kijk, en dat is allemaal Emily de fantasie dit hoor. Ik heb hier niks mee te maken. Dan moeten ze hier... Hey, waarom zit dat klopding eigenlijk aan de binnenkant? Dat moet eigenlijk andersom. Dat ze kloppen dat er iemand weer aankomt. Dat slaat natuurlijk nergens op. Ze mogen er niet uit. Naar beneden. Kijk, en dan gaan ze naar beneden. Kijk, en dan moeten ze hier in de gevangenis. Kijk, hebben ze nog een helemaal luxe. Een bedje en een wc'tje en een plankje. En dan zijn ze hier opgesloten. Leuk! Dat is vet zielig. Ja. En dan ook echt dat ene poefje. Dag liefie, slaap lekker. Tot morgen. Leuk. Oké. Niks mee te maken. Je hebt het zelf gebouwd, zegt Imke. Nee, ik heb hier niks mee te maken. Weet iemand uit welk uitbreidingspakket die cellen zijn? Ik kan wel even voor je kijken. Want als we zochten op cel, dan vonden we alles. Even kijken, die zitten in dat koffertje. Waar staat dat koffertje voor? Kan ik dat hier ergens zien? Uit welke pack dit komt? Weet jij dat? Slaap lekker, Emily en Mila. Slaap lekker, Emily en Mila. Oh, dankjewel voor je donatie. Oei, 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 ik moet het nu zonder Emily doen. Wat zeg jij? Ja, dat je dan dat kan zien. Packs en dan dat koffertje. Oh, aan het werk. Ja, dan kan je dus als je politie bent, dan zal die daar dus bij zitten. Ja, zie, het is wel gewoon voor boefjes spelen. Oh, ik druk ook de hele tijd maar op dat knopje. Oké, opstaan. Oké. Margie die geeft me nog allemaal handige tips. Ze zegt Maris voor de volgende keer. Voor een paar sneltoetsen. Page up en page down voor verdieping omhoog en omlaag. Hey, wat een goede tips. Komt ze nu mee. Dankjewel. En E voor de kopieertool. Oh, wow. Ja, dat had ik eigenlijk ook wel gewoon kunnen zien. Dankjewel. Goede tips. Oké, we gaan verder met onze zithoek. Ze mogen dus geen televisie. Ik ga hier één raam weg doen. Dan zit dat iets mooier in het midden. Zo. Dat is van de buitenkant trouwens ook leuker. Niet dat mensen nu helemaal in paniek raken. Komt helemaal goed. Dan gaan we een haard zoeken. Oh, wacht. Die weet ik gewoon hier te vinden. Een haard. Een lekkere grote haard. Oh, knus. Knus. Ja, dit doen we erbij. Helemaal leuk. I like it. Lekker veel grote planten er ook bij. Allemaal gezellig. Dat is toch leuk? Cool kleed. Ja, die staat er leuk bij. Oh ja, een salontafel moet er natuurlijk op. Hier doen we ook alweer die. Zo. Zo'n piepklein salontafeltje eigenlijk. En dan nog een klein bijzettafeltje. Zo grappig eigenlijk. Want jullie zeggen altijd allemaal over dat bouwen. Ja, dat duurt zo lang. Maar ik vind het dus echt het leukste, hè? Bouwen. Ik vind dat echt zo leuk om te doen. Maar ik kan je hier ook gewoon morgen en overmorgen en de dag daarna gewoon het allemaal weer laten doen. Ik vind dat echt nooit een probleem. Ik vind dat altijd leuk. Bouwen. Altijd leuk. Het is wel echt een kleine salontafel, hoor, Maris. Ja, ik weet het. Maar volgens mij zitten er niet echt heel veel grotere in dan dit. Ik wil eigenlijk hierachter... Ik weet niet of dit leuk staat, hoor. Wat van die dingen zetten waar dan van die lampen op kunnen staan. Ik weet alleen... Deze zijn niet zo heel leuk, denk ik. Ik weet alleen niet of iets anders beter staat. Ik denk wel dat dat de beste... Oh, misschien in het marmer. Oh ja, sowieso deze. Sowieso. Sowieso. Ah, gaan jullie weer zeuren dat ze bij die kasten dat ze er niet mooi staan? Ik snap het. Nee, komt net niet uit. Oei, wat jammer. Nou ja, kijk, dan kunnen we ze zo. Oké, lampen erop. Hoe maak je dat kleed groter? Je hebt op je toetsenbord weer van die blokhaken zitten. Naast de O en de P heb je blokhaak klein en blokhaak groot. En met die kleine maak je hem iets kleiner. En met die groter maak je hem groter of andersom. Maar dat klinkt wel het logischste. Cool, Maris. Ja, dan doen we daar even leuke lampen op. Dat doen ze ook altijd in van die upperclass huizen. Echt van die hele grote lampen zetten ze daar dan op. Nou, misschien zoiets. Kan je dat salontafeltje dan niet gewoon groter maken? Zoals je dat kleed ook groter hebt gemaakt. Ja, alleen werkt het dan niet heel erg lekker meer. We moeten ze natuurlijk er ook nog op laten spelen. Dus zo'n kleed hebben ze er niet zoveel last van. Maar met tafels werkt dat niet. Want de tafel wordt namelijk dan ook hoger. Dus dan kunnen ze de spulletjes er niet meer opzetten en zo. Dan gaat het gewoon door de tafel heen. Dus dat werkt niet helemaal lekker. Kijk, ik weet niet of dit telt als boekje. Maar deze is echt heel gezellig. Oké, nou, geef me even een mooie lamp. Ik denk dat ik gewoon ga voor die ik net had, hoor. Waar is je nu?
Wat is die nou? Nou, doe gewoon deze. Zo. Zo. Kijk, hartstikke leuk. Oké, grote plant er nog bij. Weer mijn favoriete plantje. Hij is ook wel een beetje truttig eigenlijk. Doe een lavalamp voor lavalamp Rick. Zit die erin? Zit er een lavalamp in? Was ik daar voorbij gescrolld? Dat ga ik hem doen. Doen we die speciaal voor Rick. Maar is dit een lavalamp? Ja. Oeh. Kleurt de ruimte ook wel heel cool meteen. Oké, het is wel een hele high-tech lavalamp. Ik weet niet of ze ook nog een andere hebben. Volgens mij niet, hè? Volgens mij is alleen deze. Hé, hey, wat heb ik gemist? Waar is Emily? Ja, Emily moet van mij naar bed. Dus Emily die gaat nu boven de tanden poetsen. Hoe verwijder je iets via je toetsenbord? Oh, gewoon met delete. Gewoon met de delete-knop. Niks spannends. Dan doen we hier ook nog even lekker van die stoelen bij. Ik ben zo benieuwd hoe ze zo meteen hier in dit huis gaan leven. Volgens mij verdwijnen ze zo erg door dit hele huis heen. Ik wil even een coole stoel. Nee, dus niet dat. Deze staat er het leukste bij, denk ik. Zo. En doen we hier dan ook nog zo'n poefje erbij? Maar dan wel gewoon even een... Nee, ik vind die roze wel schattig eigenlijk. Oh, dan doen we hier zo eentje. Al die kleurtjes bij elkaar. Oké, poefje er weer bij. Overal dat poefje, dat is het terugkerende thema hier. Poefje. Nog even een grote lamp. Hebben ze een beetje een leuke... Wow, echt vet cool. Ah, dankjewel. Waar is Mila? Die is ook de tandenpoetsen. Die kwam net even wat rustig zeggen. Die is nu naar bed. Doe de paddenstoelen. De paddenstoelenpoefjes. Ja, zullen we dat doen? Speciaal voor Emily. Zullen we in een sprookjeshuis zitten? Nou, doen we die speciaal voor Emily, omdat ze hem zo leuk vindt. Zal ik dat morgen tegen haar zeggen. Even kijken hoor. Ze hebben namelijk ook een staande lamp die zo kan buigen. Die wil ik er nog naast. Maar die kan ik natuurlijk weer niet vinden. Hier is die. Zo, matcht echt zo goed met de paddenstoel. We doen wel wat die paddenstoel rond de tafel zo. Kunnen ze het daar lekker. Echt zo'n mega bank en dan zo'n mini tafeltje. Ja, erg hè. Echt klein is dat dan in één keer hè. Maar goed, hier kunnen ze in ieder geval lekker allemaal met elkaar chillen zo. Maar ja, moet toch iets. Wat kunnen we er nog meer neerzetten? Plantjeskast, wel ja. Oké, gaan we een hele grote eettafel hier maken. Maar echt de allergrootste eettafel. Wat is de allergrootste eettafel die er is? Deze. Denk ik. Is het echt de allergrootste? Ik denk het wel. We kunnen anders wel twee. Doen we er gewoon... Doen we ze gewoon zo. Dit is weer net niet mooi, hè? Ik zie het ook, hoor. Maar het is gewoon moeilijk te besturen. Nou... Toetert er maar mee. We zetten hem hier. Ik haal hem helemaal weg. We doen hem wel gewoon zo. Mensen missen je ASMR-flesje. Ah, maar ik heb wel een heel erg leuk flesje nu. Kijk maar. Oh, helemaal overbelicht. Maar die is wel echt heel erg leuk. Hier, wacht. Komt de ASMR, ja? Dankjewel trouwens voor je donatie. Hij gaat goed. Hij gaat goed. Komt-ie. Nee, ik kan dat geluid niet namaken. Kan je ook een piano doen? Ja, volgens mij mag dat dus ook niet. Want ze mogen geen hobbydingen hebben. Daar zat ik ook aan te denken inderdaad. Om zo'n hele grote vleugel of zo neer te zetten. Maar dat mag niet. Oké, even luxe stoeltjes erbij. Hey, heb ik wat gemist? Hey, heb ik wat gemist? Ja, heel veel. Vraag maar in de chat wat je hebt gemist. Als je er nu pas bij komt. Maar dankjewel Laura voor je donatie. Oh, er zijn grotere salontafels. Die van ecologisch leven en jaargetijden. Oké. Okay. Oh, deze paddenstoel, jongens. Deze paddenstoel. Dat is echt te erg. Oké, er zijn grotere salontafels. Nou, dan wil ik daar nog wel even naar kijken. Van ecologisch leven. Oh, wij kunnen deze doen. Is dit van ecologisch leven? Dit is wel beter, inderdaad. Zullen we dit doen? Oh, maar ik ben nu ook mijn leuke dingetje kwijt voor erop. Ik had net bij lampjes zat ik zo schattig met die boekjes. Waar is die? Oh nee. Oh ja, hier. Kijk, doen we die zo. Kom oh, die paddenstoel, jongens, matcht echt niet. Oh, wat erg. Ik ga die paddenstoel verhuizen. Zo, die paddenstoel, die zetten we hier. Zo.
Oeps, snel weg. Oh, wacht. Hey, daar hebben we knopjes voor. Wat het een heel stuk makkelijker maakt. Oké, stoelen voor aan de eettafel nu. Maar dus je moet zo'n paddenstoelenkruk gewoon heel groot maken en dan in de tuin plaatsen. Ja, maar het matcht eigenlijk echt totaal niet bij dit concept gewoon. Het matcht echt niet. Even lekkere stoelen moeten we hebben. Gewoon even stoelen die ook goed zitten. Ja, dit is leuk. Dit vind ik wel leuk. Hier, een match zit weer bij de bank. 2, 3, 4, 5, 6. Kijk, ze hebben er eigenlijk iets te veel nu. Maar ja, staat wel gezellig. Gewoon een lekker grote tafel. Kunnen veel mensen aan kwijt. Let niet op het plantje die een heel klein beetje door de ramen heen komen. Deze is te lang. Hij moet ook niet dicht, hè? Hallo, je mist mij. Oh, sorry, Laura. Heb ik je gemist? Ik kom net van de bios. Oh, ik zie het. Zo goed dat je het zegt. Sorry dat ik het heb gemist. Was het gezellig bij de bioscoop? Nou, je hebt net even heel snel kunnen zien wat je hebt gemist. En het spijt me dat ik je superchat niet zag. Ik ben te geconcentreerd bezig met mijn bouwwerkjes. Ik heb het allemaal niet door. Die moet even een klein beetje naar deze kant op. Hé, hij wordt wel luxe zo, hè? Dit is best wel leuk. Dit kan best wel zo. Dan doen we die daar en die daar. Moeten we alleen hier nog wel eentje voor hebben. Kijk, zo. Nou, dit wordt superleuk. We gaan nog een hele grote keuken bouwen. Wordt helemaal gezellig. Ja, wordt leuk. Zei ik het verboden? Nee! Emily, waar ben je nou? Ik heb je nodig. Oh nee, nu gaat het helemaal mis. Nu gaat het helemaal mis. Kijk, jullie ook blij worden in deze chat hiervan. Laura! Laura, het was jouw schuld, hè? Het was jouw schuld dat het misging. Nee, oh, Seth. Oké, maar we doen net alsof er niks gebeurd is. We gaan gewoon verder. We gaan gewoon verder. Willen we nog een kleed hieronder? Nee, gaat alleen niet echt passen. Oké, nee, we willen geen kleed eronder. Eigenlijk nog wel van een lamp aan het plafond. Een hele grote. 4 keer heb ik het al gezegd. Weet je dat ik het dus gewoon... Voor Laura, die was bij de bioscoop, dus die heeft dat gemist. Laura, weet je dat ik het gewoon in 1 zin 2 keer zei, het verboden wordt. En Emily het ook niet door had. Ik dacht serieus dat ze een 1 april grap bij me uithaalden. Die moderators en Rick. Maar jullie zitten nog steeds te typen. Dat is nog van net, hè? Dat is nog van net, toch? Jullie gaan later niet weer zeggen dat ik het al een keertje heb gezegd, hè? Want dan... Dan geef ik het op, hoor. Dan stop ik ermee voor vanavond. Wat vind je leuker, Among Us of Sims? Ah, dankjewel voor je super donatie. Voor je super donatie. Echt super lief, deze super donatie. Ik vind het allebei heel leuk. Ik vind de gezelligheid van Among Us heel leuk. Ik vind het heerlijk om lekker te bouwen in deze game. Ik vind het gewoon leuk. Nee, ik zei het niet. Nee, ik zei het niet. Ik zei super donatie. Dat mag best gezegd worden. Was toch ook super deze donatie? Was super. Super donatie. Hartstikke lief. Hey, ik kan hier ook iets op zetten. Klets er gewoon overheen. Kijk, we hangen gewoon even lekker lampjes aan het plafond. Gewoon even iets leuks. Gewoon iets gezelligs. Nee. Niet allemaal in nee. Ik heb niks gezegd. Keur hem niet goed. Nee. Ik vind dat hij niet telt. Ik laat het over aan mijn moderators. Maar ik vind dat het niet telt. Het was een super donatie. Oh, deze lamp is leuk. Kijk, dan doen die hier zo erboven. Ja, dat is gezellig. Kijk, dan doen we deze weg. Echt een lelijke lamp trouwens, maar we doen die gewoon. Oké, keuken jongens, het duurt veel te lang. Keuken, anders krijg ik kom-kop. Keuken, waar gaan we die bouwen? Hier helemaal. Oh jee, hoe gaan we dit nou weer doen? Hoe gaan we dit doen? Telt niet, de mods beslissen. Yes! Dank jullie wel, jullie staan vandaag weer aan mijn kant. Wat lief. Yes, hij telt niet. Yes, hij telt niet. Ik ben lekker blij. Doe schommels in de tuin. Nee, mag niet. Mag niet. Ze mogen niet te veel leuke dingen hebben en zo. Oké, doen ook een groene keuken. Nee, wordt wel heel groen allemaal. Andere kleur. We gaan voor een zwarte keuken. Ja, dat is leuk. Oké, hoe gaan we dit doen? Het is echt een hele moeilijke vorm, dit. Hou je van paarden? Dankjewel, Emma. Ja, zeker. Dankjewel voor je donatie. Ik vind het wel spannend hoor, trouwens paarden. Ik heb wel een tijdje op paardrijles gezeten. Vooral eigenlijk om dat niet meer zo spannend te vinden allemaal.
Maar ik vind nog steeds, vind ze wel een heel stuk liever, zeg maar, dan vroeger. Maar ik vind ze wel nog steeds altijd wel een beetje spannend. Help, help. Kunnen jullie me helpen? Hoe in hemelsnaam ga ik hier een keuken bouwen? Ik kan op zich dit wel even wat anders doen. Dat we hier alleen misschien een deur maken of zo. Met weet je, dat we iets meer keukenruimte hebben. Misschien alleen een raampje erboven of zo. Hoe ga ik anders in hemelsnaam iets bouwen? Kijk, dat we gewoon alleen deze zo doen of zo. En dan de keuken eronder, want anders weet ik niet hoe het moet. Anders weet ik niet hoe ik dit moet doen. Maar er is gewoon even stoelen waar je op kunt zitten. Ja, toch? Gewoon van die stoelen, je weet wel. Gewoon van die stoelen waar je even lekker op kunt zitten. Oké, zwarte keuken, zei ik. Laten we het doen. Kijk, dit kan. We doen het zo. Een hele grote keuken krijgen ze. Oh. Automatisch aanrecht doe ik eventjes aan. Dan kunnen we er even eentje weg doen. Staat die nu dan ook automatisch weer aan? Ik weet het niet. Ik doe het wel zelf. Ik weet het niet. Oké, gaan we die kant helemaal op. Zo. Ja, dit kan best wel, toch? Ja, en dan maken we een keukeneiland. Ja, dat was ook mijn idee. Dat vind ik leuk. Alleen die hebben ze natuurlijk weer niet. Die hebben ze ook in die kleur. Ja, en dan kunnen we daar een hele bar aan maken waar ze aan kunnen zitten. Kijk, dan doen we dat zo. Even eentje omhoog. Zo. En dan doen we daar allemaal van die barkrukjes aan. Kijk, dat is zo leuk. Kunnen ze niet met z'n allen aan zitten, maar dat maakt niet uit. Oké, doen we die weg. Doen we daar een koelkast. Ik hou van je livestream. Ah, dat is lief. Dankjewel, Emma. En dankjewel ook voor je donatie. Koelkastje erbij. Hoe moet je die emotie van jou voor het woord? Voor het verboden woord. Dankjewel, Melissa, voor je donatie. Die heb je als je lid bent van de Crea Chick Brew. Dan krijg je die er gratis bij. Dan heb je sowieso een aantal emotes die jullie dan kunnen gebruiken. Maar dat kan dus alleen als je een member bent. Dat zijn dus ook de extra perks. Die barkrukken matchen echt niet. Oh, je hebt gelijk. Sorry, ik dacht dat het van die witte kuipjes waren. Maar je hebt gelijk. Die vind ik ook niet zo heel mooi. Goed scherp opgelet. Welke doen we dan? We kunnen deze doen en dan bijvoorbeeld weer in een... deze. Dit is echt superleuk. Ja, dit wordt hem. Dank je. En dan doen we... wat hebben ze nog meer nodig? Iets om te koken natuurlijk. We moeten ook wel wat te eten kunnen maken. En een oventje. Zo. Ze hebben een vaatwasser nodig. Vaatwasser. Check. Dan doen ze er twee, want ze zijn natuurlijk met heel veel. Dus dan hebben ze meerdere vaatwassers nodig. Wordt dat geen emo-keuken? Nee, dat wordt geen emo-keuken. We doen wel tegeltjes hier. Nou, we doen ook wel gewoon van die simpele witte. Niks bijzonders. Doen we daar ook helemaal tegels? Ja, hier moet die deur zo meteen. Dan doen we die tegels wat tot daar. Hé, hey, daar ben je weer. Ah, dag lievertje. Kijk, we hebben nog iets voor jou toegevoegd. Ik had hem eigenlijk in de woonkamer, maar ik vond hem echt niet staan. Hoe kan ik lid worden? Creatchick, pennetje, hallo. Dankjewel voor je... superchat. Nee, Emily! Nee! Oh! Wel trist, hè? Doei! Oh, jij bent zo stout! Oh! En hij is nu weggerend. Hij is nu al boven inmiddels. Dat is echt een kind van de vader. Oeps. Oei, 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 oei. Ja, oeps. Emily! Ja, die telt, zegt Margje. Ja, ja, die telt. We hebben het niet voor niks expres zo goed gedaan. Lekker, Emily. Nou, dankjewel, hè. Oké, ik moet alleen nog even een deur hier naartoe maken, trouwens. Die... kunnen we ook op slot doen, denk ik, toch? De deur naar deze spelletjeskamer. Maar die is dus nog op slot. Ik hou ervan. Lekker ondeugend. Ja, heerlijk, hè?
De winnaar die dit dus huis krijgt zit opgeschreven. What? Met een stelletje opgesloten mensen in een enge Vladislaus kelder. Yep. Hé, hey, hij staat op 4, hij moet op 5, toch? Dan moet er toch eentje bij. Vergeet je de wasbak niet? Ja joh, ik ben nog helemaal niet klaar met die keuken. Ze hebben ook niet eens een magnetron en zo, ze hebben nog helemaal niks. Ik was even afgeleid door mijn vervelende dochter. Hebben we niet leuke mooie houten bovenkastjes dan of zo voor erbij? Ja. Yeah. Meh, il. Ik moet gaan, doei en veel plezier. Ah, dankjewel Emma, doei. Ik weet niet wat je gaat doen, misschien slaap lekker, maar of slapen, maar dan dus slaap lekker. Whoops. Ja, nu klopt hij. Nu staat hij op 5. Oké, nou dan doen we wel gewoon deze. Dit zijn degenen die erbij horen. Ik vind het alleen wel een beetje een ongezellig keukentje worden ervan. Vinden jullie ook niet? Maar goed, het is natuurlijk ook niet zo heel belangrijk of zo. Ik vind altijd de combinatie van hout met zwart wel leuk. En het is nu wel heel zwart-wit naar mijn idee. Maar deze vind ik dan eigenlijk weer echt totaal niet matchen met de rest. Ik weet dat ik nu echt tijd zit te stoppen in niks. Maar hier, alles in het groen. Ja, dat is ook niet echt super mooi en zo. Nou, matcht ook echt helemaal niet. Waarom zijn al die bovenkastjes eigenlijk zo lelijk? Wat hebben we hier allemaal? Ik kijk altijd je live, je bent een topper. Ah, dankjewel, Matter. Dat is lief. En dankjewel voor je... Is het Matter of is het Matter? Spreek ik het goed uit? Maar dankjewel in ieder geval voor je donatie. Een witte keuken was misschien beter geweest. Oké, nou kan alsnog, hè? Kijk, ik kan hem nog steeds op het wit zetten. Misschien hebben we ook wel gewoon even wit met een blauw. Hier, crème kleurig anders met bruin. Kunnen we ook doen. Dan is het misschien iets minder kil. Want ik vind anders de keuken wel een beetje ongezellig. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind het niet zo leuk. En dan die ook. Nou, op zich, dat keukentje kan op zich wel. Maar ik weet niet, het is nog steeds niet het allermooiste ever, maar... Ik wil niet weer 16 jaar hiermee bezig zijn, jongens. Ik kan het nu al niet eens vinden, dezelfde. Kijk, en zo is hij anders in het wit. Weet je, ik laat jullie wel stemmen in de poll. Hebben jullie weer een poll, vinden jullie dat leuk? Welke kleur krijgt de keuken? Doen we hem in het wit? Doen we hem in het zwart? Of doen we hem in het bruin? Komt-ie! Kunnen jullie stemmen? Kies maar. Doe maar. Dan mogen jullie bepalen hoe die wordt. Hij staat hier. Ga ik even water drinken. Er komen sowieso nog wel andere kasten hoor. Nog de bovenkasten en zo. En de magnetron komt er nog bij. Een magnetron nachtkastje vond ik toch wel echt beter. Oh, en Tess, beterschap. Ik heb mijn enkel gekneusd bij korfbal. Dat is niet fijn. Oeh, wit en zwart zit wel dicht bij elkaar, hé? Jeetje. Sowieso zwart, zeg maar. Ja. Niks beter dan zwart. Ja, ik vind zwart ook wel leuk. Maar het is wel... Nee, ja, wit gaat toch wel het hardst, hoor. Wordt toch wit dan, denk ik. Doe een roze keuken. Ik vind zwarte keuken echt super mooi. Ik zit dus echt al jaren te twijfelen over wat voor keuken we moeten gaan nemen. En daarom hebben we ook nog steeds een oude keuken. Niet alleen om die reden. Ook omdat we het gewoon nog steeds niet hebben geregeld. Maar ik kan ook niet kiezen. Want ik wil ergens heel graag een groene keuken. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik denk dat ik daar over een jaar alweer op uitgekeken ben. Ik vind zwarte keukens echt al jarenlang heel mooi. Maar ik denk dat je daar heel veel viezigheid op ziet. Oké, ik zet de poll uit trouwens. Jullie hebben gekozen. Oh, wat doe ik nou? Ik sluit mijn hele chat af. Knap hoor. Knap hoor, Maris. Oké, wacht. Ik ben er hier. End poll. Oké, nou, wit dus blijkbaar. Daar zou ik zelf niet zo snel voor gekozen hebben. Maar oké, we gaan voor wit. Als jullie zeggen we gaan voor wit, dan gaan we voor wit. Dan doe ik wel even andere tegeltjes erachter. Dan gaan we voor een hele frisse witte keuken. En dan doen we deze wel even in het zwart. We kunnen ook deze trouwens dan ook in het wit doen. En doen we die wel in het grijs. Hier, dat is iets minder depressing allemaal. Oké, doen we even andere tegeltjes erachter. Even wat gezelligs. Kom ik dan weer met zwart aan? Oh, ik vind het altijd zo moeilijk. Keukens en badkamers, dat zijn toch echt wel niet de dingen waar ik echt heel erg goed in ben of zo, hoor. Dat vind ik altijd heel moeilijk. Want welke tegeltjes kies je erbij? Wat kies je er dan bij? Ik weet het nooit. Doe andere stoelen. Ja, maar de stoelen zijn toch niet het probleem, denk ik. Nou, weet je, ze hebben hier gewoon ook dit. Gewoon saaie. Wat doe je hier nou achter? Je komt precies op het juiste moment. Ze hebben gestemd. Ze willen heel graag een witte keuken zien. Dus ja. Ik heb hem wit gemaakt. Ik zou de stoelen in een andere kleur kunnen doen. Maar wat doe ik hier nou achter? Aan de muur. Nou, alles is gewoon...
van een kleurtje. Hier, of tegeltjes, toch? Ja, wat doe je dan? Hout. Nee, dit. Dat hout. Oh, ew. Hout? Ja. In de keuken? Ja. Hout? Ja, omdat... En dan bovenkastje. Ja, oké, er komen sowieso bovenkastjes. Dus dit hout? Wat goed, maar... Ja, welke dan? Kies. Ik heb ze ook dwars. Kijk, zo. Ja, dat vind ik denk min. Of rechtop. Ja, doe die. Jij en dan misschien een ander kleurtje? Ja, doe nu eens bovenkastje. Bij en dan ook deze nog? Nee. Ja, oh, weet ik veel. Zo maar dus. Waarom moet de keuken wit? Wie is dat bedacht? Ja, de chat. De hele chat wilde de keuken wit. Jij bent het niet mee eens? Want hij was zwart. Hij was zo. Zo mooi met mijn hout. Oké, sorry jongens. Ja, hebben jullie allemaal... Nee, nee, ik ben wel heel erg benieuwd wat jij ervan maakt. Dus ik wil wel wil jouw mening heel graag. Dus Rick wil het even zien in het zwart, oké? Okay? Hij vindt wit ul gatver lelijk. Oké, okay. En dan bovenkastjes er nog bij. En die dan ook in het zwart. Ja. Zwart. En kijk, daar heb je bijvoorbeeld ook van dit soort kasten. Die kunnen we dan hier op de hoek... Dit zijn niet hetzelfde bovenkastjes volgens mij, toch? Dit is niet hetzelfde als wat hier beneden ook zit, of wel? Kijk. Ding weg, hoor. Dan moet het ook echt weg. Ja, dat denk ik ook, hè? En dan in het zwart. Nou, ik vind het niet slecht, hoor. Maar hij hoort niet daar, volgens mij. Oké, maar ik haal deze even weg. Jeff komt er heel boos op mij, hoor. Van, Ja, veel beter. Goed zomaar is. Dank je, dank je, dank je. Heb ik bedacht. Nee, dit is hartstikke leuk. Ik snap ook niet waarom ze zegt goed zomaar is. Maar zullen we dan dit hele muurtje dan gewoon van hout doen? Ja, nu ziet het eruit. Vakantiehuis. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het helemaal gezellig. Okay. Dankjewel. Later. Goeie smaak. High five. Kijk, daarom ben ik met hem getrouwd, jongens. Ja, zo is beter. Nou, misschien kunnen we dat houten muurtje nog ergens terug laten komen. Kijk nou. Nou, dat is leuk. Inderdaad, hier nog zo'n klein accentmuurtje. Oh, dat is een hartstikke leuk idee van Rick dit. En dan hangen we daar ook zo leuk zo'n rendierhoofd aan of zo. Weet je wel, gewoon zo'n... klimt even lekker gezellig. Maar oké, dit moet ook nog wel wat gezelliger. Ik vind alles leuk, behalve de kattenmuur boven. Ja, dat was ook misschien niet helemaal mijn smaak. We kunnen het natuurlijk zo meteen even stiekem aanpassen, want Emily is er nu niet meer. Want Emily vond hem zo leuk. Vond het zielig om het weg te halen. Ze was er zo blij mee. Welke had ik nou net gekozen? Was dat deze? Hadden we deze bovenkast? Nee, ew. We hadden het hiervan. Ja, en dan in het zwart. Oké, okay, wat hebben ze hier nog meer van? Oh, best wel leuke dingen eigenlijk. Oh, huh? Oh ja, dat is dat rare kastje weer. Dit is deze. Oké, nou die kan ook wel. En dan hebben we nog deze. Is helemaal raar. Oh, en zo. Oh ja, en we hebben natuurlijk afzuiger nodig. Oké, dan doen we nog die. En die. Oké, en nog een afzuiger. Nou jongens, ik vind dat Rick een prachtige keuken heeft uitgekozen. Sorry dat ik niks heb gedaan met jullie stemmen. Ja, en de wasbak en de kraan vergeet ik ook niet. De wasbak en de kraan vergeet ik ook niet. Tot volgende week, HE. Heb er zin in. Ah, dankjewel Marliesje voor je donatie. Ja, ik heb er ook super veel zin in. Volgende week is er trouwens dus ook geen livestream. Want volgende week vrijdag ben ik niet hier. Want dan staan we op Crea Doe. Dus dan ben ik s'avonds niet dan ook nog in de stemming om ook nog te kunnen livestreamen. Dus volgende week geen stream. Maar de week daarna waarschijnlijk wel weer. Ja, je hebt nog geen kraan. I know jongens, ik moet even een afzuiger. Laat me heel veel een afzuiger kiezen. Oké, okay. Het is moeilijk. Ik heb zoveel keuzes. Jullie willen niet weten hoe moeilijk dat allemaal voor mij is. Al deze keuzes. Oeh, nee, die zijn te lang. Die zijn te lang. Deze? Nou, dit is meer eentje die je op zo'n keukeneiland gooit. Nou, geef me gewoon wat dan. Oh, wat een lelijke... Lelijke afzuigers. Schatzie. Echte lelijke dingen. Ze hebben geen afzuiger nodig. Die hebben ze hier gewoon in het aardig zitten. Zo, klaar. Opgelost. Oké, okay. Ja, is niet nodig. Doen ze hier niet aan. Oké, okay, gordijntje erboven. Oh nee, wacht. Eerst mijn kraan, want anders dan worden jullie helemaal gek. Dat ik nog steeds geen kraan heb gedaan. Zo. Nee, die doen we wel met een mooi goudkraantje. Nee. Die doen we zo. Ja, vet leuk. Oké, okay, magnetronnetje er nog bij. En een koffiezetapparaat natuurlijk. Want anders dan zijn ze niet blij. Even een koffiezetapparaatje. Die doen we daar.
En even een espresso automaler. Nee, we doen nog even een smoothie. Kijk, luxe dienbladje hebben ze hier. Wat hebben we? Een popcornpoffer. Jawel ja, een popcornpoffer. Oh, een vreugdefontein. Ja, leuk. Dat doen ze er ook nog bij. Kan dat fornuis niet zwart? Oh ja, dankjewel. Ja, die maak ik ook alweer zwart. Ja, en dan doen we die ook weer zwart. Ja, zo. Hopla. En die doen we wel grijs. Anders wordt het wel weer heel zwart allemaal. Dit is vet leuk. Oké, magnetron. Dan doen we die gewoon in het oranje. En dat zijn al die accentjes weer. Nou, leuk zo, toch? Wat hebben ze nog meer nodig in een keuken? Niks, toch? Een prullenbak. Misschien nog wel handig. Even een grote prullenbak, want ze zijn met veel. Misschien kunnen we er ook wat meerdere nog neerzetten ergens door het huis. Aan de andere kant, dan ruimen ze misschien ook maar wat vaker op. Oké. Keuken, check. Heel groot gedeelte waar helemaal niks zit. Ook check. Daar ben ik weer. Hoi Emma, welkom terug. Dankjewel voor je donatie. Iemand zegt allemaal koffiezetapparaten. Allemaal mooie. En wat kiezen? Die. Oké, je hebt gelijk. Deze dan? Deze vind ik te luxe. En die kan ook niet. Zie? Maar dan doen we deze. En dan doen we ook nog wel zo'n... Die dingen nemen allemaal zoveel ruimte in beslag. Dan kunnen ze nergens meer normaal koken. Nee, we doen het gewoon zo. Klaar. Klaar. Oké. Ik denk toch dat dat eigenlijk... Ja, ik weet niet. Ik vind dat hout wel gezellig. Maar het wordt nu wel allemaal heel veel hout, zeg maar. Kijk, en wat doen we hier? Moet dat dan ook weer zo? Oh, ik heb een leuk idee. Wacht. Wacht. We hadden toch net die hele leuke bakstenen muren? Waar zijn die? Deze. Dat is volgens mij ook wel echt heel erg leuk erbij. Misschien nog wel leuker dan dat hout. Als we gewoon zoiets erbij doen. Dat maakt het echt een beetje zo'n... Vinden jullie dat leuk? Komen de simpjes dan eindelijk? Ja, we zijn er bijna klaar voor. We kunnen de simpjes laten komen. Als jullie dat leuk vinden, kunnen we ze gaan genereren. Ik moet even een andere kleur hiervoor. Ja! Ja, dan doen we dat hout ook wel. Dan doen we het gewoon allebei. Ik vind dat ook wel leuk. Hier doen we hem iets bruiner. Ik vind dat wel gezellig staan. Dan doen we gewoon een beetje een variatie. Weet ik veel. We doen gewoon even wat. Kan ons het schelen. Het is een Big Brother huis. Maakt ons het uit. En zullen we hier dan nog een klein zithoekje maken of zo? Ja, doe een pol. Oh nee, niet weer. Oh nee. Ja, ik vind alleen hier... Kijk, ik wil ook niet helemaal dit een en al met die stenen. Maar ik vind dat hout daar niet zo leuk staan. Ik vind dat hout daar wel schattig. Maar niet dan ook nog daar, zeg maar. Jongens. Moeilijke keuzes allemaal. Zoveel keuzes. Ik weet het allemaal niet hoor. Ik weet het allemaal niet. Dit is allemaal een beetje saai. Ah ja, gordijntjes moeten we nog. Hier ook. Misschien maakt dat ook wel gezelliger. Past niet. Oh nee. Ik ben net van een zwemfeest. Ik ben nu echt moe. Oh, ga lekker slapen. Wel te rust alvast. Je mag het zelf weten. Doe het hout, please. Oké. Nou, zullen we het ook maar gewoon zo laten dan? Ik weet het ook niet. Ik heb geen inspiratie meer. Laten we het gewoon zo. Dan doen we die gewoon leuk met baksteentje. En anders dan passen we dat nog aan. Dan doen we er nog een paar leuke planten bij. En dan klaar-ie-o. Goed? Toch? Of moeten we verder nog iets? Oh, de gang moet nog een behangetje. Ik heb in de gang ook echt verder helemaal niks spannends of zo. Maar hè? Ik denk ook niet dat dat per se nodig is. We zouden er eventueel een kapstokje aan op kunnen hangen. Maar is ook niet het belangrijkste voor het spel ooit. Nou, doen we hier nog even een grote plant. Zo, eigenlijk wel leuk om misschien nog hierin nog een klein zithoekje te maken. Nou, dan vind ik het mooi geweest. Dat vinden jullie. Pech, huis verpest. Oh, nou. Hij werd toch wel leuk. Hij is toch best wel leuk zo. Nog even twee stoelen. Welke doen we? Welke kiezen we? Gaan we weer voor die? Of doen we deze? Oh, die zijn zo klein. Echt een beetje grote stoelen hebben. Deze is leuk. Ze zijn ook niet groot trouwens. Die zijn wel leuk. Oh, iemand anders vindt het super leuk. Dankjewel Roselien. Daar ben ik blij mee. Hier, laten we het tafeltje weer terugkeren. En natuurlijk de lamp. Waar is mijn giraffenlamp? Waar is die?
Die moet ook weer terug. De giraffenlamp. Waar is die? Ik ben er langs gescrollt, hè. Kijk, hier is die. Hier, en dan doen we hier nog lekker kleedje bij. Maak het ook even wat groter. Ah, oh, wat een knushoekie. Nog gezellig. Nog gezellig. Oké, een beetje apart. Een beetje apart. Een interviewplekje. Oh ja, nou daar is dan het interviewplekje. En ik moest nog een dagboekkamer maken. Dat was ook zo. Hé, Chips, waar kunnen we de dagboek maken? Waar kan die? Waar kan die? Waar kan de dagboekkamer? Die keukenstoeltjes wit, dat is truttig. En die keukenstoeltjes moeten wit? Is dit te truttig? Nee, maar dit matcht toch weer met die groenige bank en deze groene stoelen. Dat hoort helemaal bij dit interieur. Maar dankjewel voor je donatie. Oei, oei, oei. Ja, gezellig toch? Ja, in de hal. Nou ja, dat is een beetje klein, denk ik, voor een dagboekkamer. Wat moet er ook staan in zo'n dagboekkamer? Want ik heb daar helemaal geen verstand van. Kijk, ze kunnen anders hier massaal de gamekamer in kunnen vanuit de keuken. Dan kunnen we hier nog wel een kleine dagboekkamer bijbouwen. Dat kunnen we nog wel doen. Kijk, dan kan je hier zo, helemaal sneaky zo, het dagboekkamertje ingaan. Is dat een idee? Zullen we dat dan doen? En dan moeten ze dan wel, dus helemaal zo via die keuken. Misschien moet ik hem dan even eentje minder breed maken. Anders dan kunnen ze er niet zo lekker langs. Dan kunnen ze allemaal, moeten ze dan via daar naar de gamekamer. Dat is dan niet anders. Dat moet dan. Oké, en wat moet er dan in zo'n dagboekkamer? Gewoon een bureau waar ze aan kunnen schrijven of zo? Oh, kijk nou, we hebben zelfs al leuk één muurtje met behang. Zo, helemaal leuk. Naast de creepy kamer. Wat is een dagboekkamer? Ja, ik weet het ook niet. Maar volgens jullie zit dat in de Sims, een dagboekkamer. Ik weet ook niet precies wat het is. Dus dat wil ik dus ook heel graag weten. Een zetel en een tv met daarin allemaal camera's. Oh, is dat de Big Brother camera, zeg maar? Een bank met een tv, maar dat mag niet. Oh, zo. En bij die dagboekkamer, dan spreken ze toch in de camera? Oh ja, dat weet ik veel. Nou, weet je wat we doen? We doen dan wel gewoon een bureautje met niks. Nee, maar dan kan het dus net zo goed weg. Ik mag inderdaad geen... Oké, dan haal ik het weg. Ik mag inderdaad geen televisie plaatsen. Oké, nou, dan doen we het gewoon zo. Jongens, dit is het geworden. Kijk, vanuit de buitenkant. Tada! Met aan de achterkant een zwembad. Met allemaal van die leuke floaties erin. Met plek waar ze lekker kunnen chillen. Waar ze lekker met elkaar kunnen zijn. In een bubbelbad. En dan hebben we een huis. Met een aparte slaapzaal voor zowel de mannen als voor de vrouwen. Ik vind nog steeds inderdaad deze badkamer echt het allerleukst. Stiekem. Maar vind ik echt zielig. Emily vond het zo leuk. Emily vond het zo leuk. We laten hem hier. En dat doen we speciaal voor Emily, oké? Dat is echt heel leuk. De gang is ook nog echt super saai. Maar ja, goed, ik vind de gang sowieso saai. Dan hebben we beneden dus een hele grote zitplek waar ze lekker met elkaar kunnen chillen. Een hele grote eethoek waar ze dus kunnen zitten. Eigenlijk zouden er nog veel meer planten in moeten staan, maar goed. Hier is het echt mega kaal. Hier heb je dus een leuk interviewhoekje. Of in ieder geval gewoon weer een stukje waar ze kunnen zitten. De keuken met ook weer een eetgedeelte. Nou, deze kamer, ik doe die deur nog even weg. Denk niet dat ze erheen gaan, want er is nog niks te doen. Maar ik haal hem toch even weg. Zometeen als ze deze hebben ingericht, het wordt dus de spelletjeskamer. Dus hier gaan ze dan dus de taken volbrengen. Dus elke keer bouw ik daar dus wat anders voor elke taak. En dan doen we de deur wat terug. En degene die dus uitgestemd wordt door jullie, die gaat hier naar de tum 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 tum. Oh, creepy kamer. En dan worden ze dus opgesloten. Dat zijn de afvallers. Ja, die komen dan dus daar. Oké, zullen we ze gaan maken? Zullen we de mensen gaan maken die erin komen? Zijn jullie er klaar voor? Je kan wel op heel veel plekken zitten. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dit gaat. Want ik mag ze straks niet besturen. Dus misschien gaat er wel één hier zitten en een ander daar. Maar volgens de challenge moeten ze dus ook relaties krijgen met elkaar. En degene die dus de minste relaties hebben opgebouwd met elkaar. Ja, maken. Heel gezellig daar hoor, die creepy kamer, zegt Sharon. Ja, echt. Heel gezellig. Maar volgens mij is dat ook iets. Maar goed, we gaan eerst al de Sims maken. We gaan dit opslaan. Het huis is klaar. Big Brother huis is gebouwd. Na maanden keihard bouwen. En jullie hebben het helemaal meegekregen in de behind the scenes. Ja, ik ben nu de presentator van dit programma. Is het Big Brother huis klaar? En het Big Brother huis kan gevuld worden. Wie worden de nieuwe kandidaten? Geef jij je op voor Big Brother? Oké, let's go.
Oké. En werelden beheren, denk ik. Of slaan we naar werelden beheren gaan? Oké, maar even nadenken hoe we dit gaan doen. We moeten sowieso ze ook wel een klein beetje vermogen meegeven. Had je de wc's ook geplaatst? Ja, zeker. Die zitten er ook. Kijk, hier is die hoor. Daar staat hij dan, dat enorme Big Brother huis. Echt helemaal op een eiland. In Windenburg staat hij. Oké, helpen jullie me even onthouden dat ik het niet vergeet? Een nieuw huishouden maken om te verhuizen. Oké. Oh, wat genie. Hij is leuk. Hij is al leuk. Ik wilde dus eigenlijk zeggen, laten we... Dat had ik samen met Ilona vanmiddag al zitten bedenken. Laten we 3 keer op de dobbelsteen drukken. En dat is dan degene die het wordt. Maar zullen we dan gewoon doen dat we 3 keer mogen drukken. En in die 3 keer moeten we kiezen, goed? Want ik vind hem leuk. Ik wil hem houden. Ja, hij is wel leuk, hè? Ja, ik vind hem ook leuk. Heel erg leuk. Oké, als het goed is, kunnen we zijn naam ook randomizen. Dus dan doen we dat ook. 1 tot 3 keer, goed? Pieter! Geweldig! Pieter Driessen doet mee. Ja, dat is leuk. Hij is ook echt een Pieter. Nice. Pieter, I like you. Oké, kunnen we dit ook? Ook gekozen. En die ook? Doet hij dat dan ook? Oh. Oké, nou, Oké. Ja, het is echt een Pieter, hè? Ja, Pieter doet mee, jongens. Dit is de eerste kandidaat. Pieter Driessen. Oké, volgens mij heb ik alles voor hem ingesteld, toch? Hij heeft alleen geen doel. Dat doet hij niet automatisch, of wel? Dat moet ik echt zelf kiezen. Wij zien de naam niet, maar dat maakt niet uit. Oh, kun je die net niet? Jawel, toch? Hier, Pieter Driessen. Kijk, hier. Hier helemaal bovenin kan je hem zien. Er staat daar iets voor. Nee, toch? Oh, wij zien de naam niet door het subding. Oh, wacht, ik ga even kijken op... wacht. Ik ga kijken bij mijn eigen stream. Nee, nu kan je het wel zien. Nu is hij weg, toch? Nu kan je het wel zien. Pieter. Pieter Driessen. Mijn docent heet Driessen. Nou, oh, ik ben helemaal onscherp van al het harde lachen. Niet zo hard lachen, maar eens. Oh, het staat net niet in beeld. Oké, nou, sorry. Pieter Driessen heet hij. Pieter Driessen, jee. Oké, maar moeten we ook voor hem nog een doel kiezen? Uh-huh. Want wat doen we dan? Want ik wil het eigenlijk niet zelf kiezen. Ik wil eigenlijk dat dit gewoon random ook gaat. Doel maakt niet uit, denk ik. Oké. Nou, doen we de volgende. Next. We willen een nieuwe sim toevoegen. Waxenaars voor Bea. Hij is ook leuk. Wat doen we? Doen we hem houden? Of doen we... Ik mag hem wel. Ja, hè? Ik vind Pieter ook echt leuk. Ik hoop dat Pieter wint. Ik heb er nu al zin in. Oké, ik mag 1 tot 3 keer kiezen. Wat doen we? Gaan we deze houden? Weg. Eeuw, die baard, Maris. Weg ermee. Oké, weg ermee. Oké, go. Komt-ie. Eeuw! Nee, niet deze. Kijk hem met zijn slippers. Nee, ik doe hem nog 1 keer. Ja, nog eentje. De jury zegt houden. Nee. Oké, wacht, ik doe jullie aan de pol. Doen we deze? Yes or no? Doe maar stemmen. Weg. Nou, kies maar dan. Ja, we moeten natuurlijk ook hele nare maken. Anders zijn we straks helemaal verdrietig dat Pieter die creepkamer in moet. Ik wil niet dat Pieter eruit gaat. Pieter moet winnen. Oh, overduidelijk nu al. No. Oké, dit wordt hem dan niet. Sorry. Lijkt wel Tinder dit. Swipe. Weg ermee. Oké, nou, dan doen we deze weg. Oké, endpoll doe ik al hoor. Want jullie stemmen allemaal op nee. Maar ik mag nu nog maar 1 keer drukken, hè? Dus dit wordt hem dan, oké? Dit wordt hem. Oblish. Ja, dit wordt hem. Oké, en hoe heet hij? Hij heet Jordi. Dat vind ik een goeie. Jordi Visser. Jordi Visser is dit. Oh nee, Jordi Visser. En Jordi Visser. Zo, heeft deze doelen. Oké, next. Ja, nou, we niks meer aan doen. Oké, next. We doen de volgende sim erbij. Nee, we doen nog even 4 mannen. We doen eerst 4 mannen en dan doen we 4 vrouwen. Oké, ik ga hem nog een keertje dobbelen. Ik ga hem nog een keertje dobbelen.
Wordt dan weer de laatste. Een vriend van mij heet Visser. Ja, volgens mij heten heel veel mensen Visser. Lekker makkelijk zo. Ja. Jazeker. Dit wordt hem. Oh, maar hij is wel leuk. Hij is wel leuk, behalve de snor. Ik ben niet zo fan van snorren. Oké, hoe heet hij? Hij heet... Teun! We krijgen allemaal Nederlandse namen, joh. Teun Thomas. Is dit? Oké, wacht even hoor. Even onthouden. We hebben Pieter Driessen. We hebben Jordi. En we hebben Teun. Pieter, Jordi en Teun is dit. Ja, dit is op zich prima. Ja, hij is wel leuk. Alleen die snor niet zo. Ik ben niet fan van de snor. Maar goed, de snor houden we ook. Zo ziet hij er nou helemaal uit. Oké, en de next. Kan je alle kledingstijlen van Pieter laten zien? Zegt Zoe. Oké, we gaan even terug naar Pieter. Ja, Pieter is leuk, hè? Ik ben ook tevreden. Oké, dit is Pieter overdag. Dit is Pieter! Je hebt zo'n goede smaak! Ja, ja, ik ben van de Pieter, hoor. Ja, houdt niet zoveel snorren. Jammer dan, Rick. Dat wordt scheren. Ja, maar ik vind een beetje stoppeltjes vind ik sexy. Maar zo'n hele lange snor die helemaal zo krult. Nee, sorry. Dat vind ik echt helemaal niks. Ja, Pieter is cute. Oh, Pieter is zo... Oh, zo leuk. Zo lekker zo erin gestopt ook. Ja, Pieter, jij bent goedgekeurd, hoor. Oelala, Pieter. Pieter is mijn favoriet. Ah. Maar is, je moet wel verschillende leeftijden. Oh ja, dat is ook zo. Dank je wel. Als ik jou toch niet had... Oké, dan moeten we toch... We gaan Pieter niet meer aanpassen. Oké. Want we hebben nu allemaal jongvolwassenen. Kunnen we ze niet allemaal gewoon jongvolwassen maken? Oké, dan maken we hem dan tiener? Of maken we hem dan ouder? Wat doen we? Hier, kiezen jullie maar. Wat doen we? Want ze heeft gelijk inderdaad. Je moet verschillende leeftijden. Tiener, maken we hem tiener? Of maken we hem juist volwassen? Maar Pieter niet. Pieter gaan we niet meer aankomen. Pieter Dries is helemaal leuk. Team Pieter! Yeah, ik ben ook Team Pieter! Pieter moet winnen. Ik ga zo meteen even die spelregels er even bij pakken. Hier, wacht. Ga ik ze eventjes even lezen nog. Even kijken hoor. Waar heb ik die openstaan ook alweer? Ik heb echt zoveel openstaan vandaag, jongens. Jullie willen niet weten. Het is echt... Ik weet niet eens meer waar ik het kan vinden op dit moment. Oh, hier. Kijk, ja. Oké. Even lezen, hoor. Want ik heb erin staan, inderdaad. Je moet 8 sims creëren. Of meer, als je dat natuurlijk wil. Dat mag natuurlijk altijd. Degene die dit heeft gemaakt, die vindt het zelf leuk als er 14 van die mensen meedoen. Maar oké, we beginnen met 8, oké? En inderdaad, ze moeten allemaal verschillende leeftijden hebben en verschillende personaliteiten. Maar goed, die doen we random, dus dat gaat goed. Dus de verschillende leeftijden, dat klopt. Oké. Dus we inderdaad, voor de rest maakt het niet uit. Als het maar een 50-50 female-male split is. Voor de rest maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus dat is het enige wat we echt moeten doen. Oké. Nou, dan gaan we hem sluiten, de poll. Jullie willen dat ik hem volwassen maak? Oké, ik weet niet of hij nu helemaal verandert ook meteen. Nee, valt wel mee. Oké, en dan maken we hem dan ouderen of tiener? Dan mogen jullie ook nog wel even kiezen. Van wat doen we bij hem? Maken we hem dan even ouder of tiener? Want dan blijft daarna nog de enige optie nog over voor die ander. Maar... Oh ja, een tiener gaan ze naar school. Dat is toch helemaal niet handig? Ja, ze zitten opgesloten, dus hij kan helemaal niet naar school. Hij kan niet naar school. Teun is wel een beetje een oude man. Ja, qua naam wel, hè. En dan makes the snor sense. Maar tieners moeten naar school. Ja, oké, nou doen we geen tiener. Goed, doen we 2 jongvolwassenen. Een volwassene en een oudere. Dus dan doen we hierna, als we hem dus ouder maken... Kijk, jullie stemmen allemaal op ouder. Vind ik ook qua naam zo Teun. Ja, en die snor. Oké. Dan maken we hem echt een oudere. Nooit. Oh ja! Ja, deze voel ik. Dit is goed. Teun, you're good. Oké, en dan doen we nu een nieuwere toevoegen. En die doen we dan weer jongvolwassen. Niet weer een snor. Let's go. Staat hij nu op jongvolwassen? Wat vinden we van hem? Wat vinden we van hem? Oh ja! Oké, wat doen we met hem? Gaan we deze houden? Wat doen we?
Houden of next? Want ik mag nog één keertje. Houden of next? Ja, wacht, je hoeft niet te typen. Wacht. Ik doe de poll. Hier, stem in de poll. Zeer matig dit. Alle mannen met snorren. Oh, set. Ja, maar sommige mannen kunnen het wel echt hebben, hoor. Sommige mannen kunnen het wel echt hebben. Next. Oh, jullie zeggen next? Oké, next. Oké, gaan we weer. We willen nog een Pieter, hè? We hebben zin in nog een Pieter. Ja, ik doe ook vrouwen. Er komen zo meteen 4 vrouwen. Doe eerst 4 mannen. Oké. Jullie stemmen next. Tinawa Frangi. Doen we deze? Doen we? Oké. Ik ga jullie nog een keer vragen. Anders doen we gewoon nog een keer. Zuid, wij bepalen de regels. jullie zijn gewoon mijn Tinder swipers. Wat doen we? Deze. Next. Houden of next wordt het. Next zie ik jullie alweer typen. Eel, nee. Next. Nou, je kan je stemmen hoor. Wat doen we? Next! nu nog de meidenversie van Pieter. Ja, daar heb ik ook al zin in. Oké. Oh ja! Ja, deze is hem. Ik ga jullie niet meer vragen. Ik vind hem echt zo'n dude voor je Big Brother. Je ziet ook aan zijn kop. Kijk, hij heeft er zin in. Hij heeft zelfvertrouwen. Hij wil meedoen hieraan. Ja, hij is goed. Hij valt ook lekker om met dat rode haar. Ja, zeggen jullie ook. Ja, oké, dit wordt hem. Oké, komt-ie. Hij heet Jack. Ja, ik vind het ook wel een Jack. Jack van Dijk. Jack van Dijk. Ja, helemaal goed. Een ginger, yeah. Helemaal leuk. Oké, hij heeft ook personaliteiten. Hij is jong volwassenen. Dit zijn de mannen geworden, jongens. We hebben mijn favorietje, Pieter Driessen. Oh, Pietertje. We hebben Jordi Visser. Dat is de volwassene. Dan hebben we de bejaarde. Dat is Teun Thomassen. En we hebben natuurlijk Jack van Dijk. Ja, Doen, hij is echt zo'n popiopie. Ja, dat denk ik ook, ja. Jack van Gelder. Ja, lijkt wel een beetje op. Oké, dan gaan we nu volgende. We gaan nu de vrouwen doen. Skimbo, you nabble. Here we go. Oké. Hey Maris, 1. Wanneer zet je je droomcode online? X Destiny en Rogel. Ah, dankjewel voor je donatie. Ja, dat moet ik inderdaad nog steeds doen. Help me even herinneren, want ik doe dat niet tijdens de stream. Wacht even hoor. Ik dacht dat mijn camera even weer aangezet moest worden. Oké. Wat doen we, jongens? Gaan we deze houden of next? We beginnen weer met een jong volwassen. Doen we het gewoon precies in dezelfde volgorde. Wat doen we? Houden. Next! Zij is eng. Ja, die moet je ook hebben. Die moet je ook hebben. Jullie mogen wel gewoon bepalen. Kies jullie maar lekker voor de houden of next. Ik typ het wel de hele tijd. Moeten we nu maar een emote gaan maken voor next? Next! Jennifer zegt houden. Nou, je kan nu stemmen. Als we er moeten houden, dan houden we daar. Oh, next! Tot dusver, 57%. Ja en nee. Ja, ik vind ze ook niet stom, maar ik denk dat er... Dat we ook nog wel een leukere sim kunnen maken, denk ik. Next, want zij is creepy. Oké. Melissa heeft besloten. Endpool. Next. Komt-ie. Here we go. Mooi, je boza. Ja. Leuk met die kleurtjes in het haar. Oké. Deze houden we toch? Houden. Ja, en ik hoop op een emo. Oké. Next. Ja, nee, zij is leuk. Ja. Ik zie jullie ook helemaal enthousiast zijn. Oké. De naam. Ja, zij past bij Pieter. Ja, maar ze past ook wel een beetje bij Jack, vind ik. Nee, ik vind dat dat ook nog wel eens een stelletje kan worden, hoor. Ja. Oké, ze heet Isabel. Oh, dat is leuk. Isabel Dijkstra. Ja, Isabel Dijkstra. Leuk. Wat een leuke mensen doen ermee in Big Brother. Ja, meer bij Jack, hè? Ja, ik denk ook dat ze goed bij Jack past. Ze wil even checken trouwens wat voor outfit ze allemaal heeft. Leuk. Ja, ik ben niet helemaal met je met haar, maar oké. Oh, leuk. Ja. Oeh, ja, leuk. Ja, ik weet het niet. Maar dit vind ik ook wel leuk. Oké. Ze is nog niet mijn Pietertje van de vrouwen, zeg maar. Ik denk dat ze nog eentje wel komt. maar ze is wel leuk. Volgende.
Isabel hebben we hier. Hinneprep. Hinneprep. Nee, we gaan voor vrouwen en we doen nu een volwassene. Oké, wat doen we? Ik vind haar echt zo erg geen deelnemer voor Big Brother. Jullie wel? Welterusten, Margie. Dankjewel voor je hulp vanavond. Super lief. Slaap lekker. Wat doen we? Houden. Ik zie jullie al type next. Maar ze is wel echt zo'n volwassene. Maar ik vind haar ook echt zo erg niet erbij passen. Nee, ze past echt niet. Next. Ik moet echt om jou lachen. Meer live gaan. Ah, dankjewel Melissa voor je donatie. Ik ga elke vrijdagavond live. Alleen volgende week niet. Next. Oké, oh, jullie zijn het echt unaniem met elkaar eens. Wacht, ik zet die poll meteen uit. Komt-ie. Kambippa Wamberg. Kambippa Wamberg. Wat vinden we van Kambippa Wamberg? Hele vleeskleurkeuring hier zo. Ja. Ze ziet er wel leuk uit, maar niet voor bij deze challenge. Ik ben het met je eens, Roos, met die vorige inderdaad. Zij zouden wel bij kunnen, vind ik. Nee, jullie vinden haar een beetje eng? Ja, dat komt omdat ze van die hele lichte ogen heeft. En ze heeft ook geen make-up op. Denk daarom, kijk maar. Nou, oké, maar ik doe wel weer een poll. Wat doen we? Ik typ het elke keer wel weer hoor. Houden of next! Ja, ze is wel wit, hè? Ja, maar zij is heel lang niet buiten geweest. Ze is heel lang in die griezelkelder gezeten. Alleen al die stem, ja. Next. Oké. Nou, jullie hebben weer gestemd, hoor. Next wordt het weer. Oké. Je moet snel zijn met stemmen, trouwens. Ik laat niet uren openstaan. Next. Oeh. Wat vinden we van haar? Thank you. Next. Dit is weer... Oké, wacht. Wat doen we? Ik vind haar wel een houdertje, hoor. Maar ik ben benieuwd wat jullie vinden. Houden of next? Oh, ik zie al heel veel. Ja. Ja, zij is leuk, hè? Ja, en zij is ook volwassen. Ze ziet er ook wel volwassen uit, maar wel modern volwassen. Ze zou wel mee kunnen doen op zich aan zo'n programma. Houden. Ja, joepie. Oké, daar ben ik het mee eens. Oké, hoe heet zij? Ze heet Lana. Oh, dat vind ik mooi. Lana Brouwer. Lana Brouwer. Ja, zij heeft een stoer uiterlijk, ja. Ze ziet er ook wel uit als een zelfverzekerde vrouw. Ik vind haar leuk. Oké. Zo. Lana. Ik zie haar wel met Jordi. Ja, hè? Misschien worden ze wel een stelletje. Dat zou leuk zijn. Is die open dan ook modern? Heel supermodern. Supermodern. Maar dat was deze, hè? Zij is niet die oma. Zij is niet die bejaarde. Zij is de volwassene. Niet Brouwer. Oké, nee, vind het ook een beetje raar. Koster dan. Lana Koster. Is het? Ja, Big Brother waardig. Oké. Team Pieter. Ja, ik ben ook nog steeds Pieter hoor. Ik vind Pieter zo leuk. We gaan nog even kijken naar Pieter. Oh, Pieter. Oh, is zo cute. Ik hoop nog steeds dat Pieter wint. Oké, volgende type. We moeten nog een vrouw. En dit wordt... Zij is ook wel leuk. Maar we gaan nu voor de oudere. Nappy Yucca Chips. Houden we deze zo? Houden we deze als oudere? Team Pieter. Rick wordt jaloers. Oké, ik ga jullie laten stemmen hoor. Wacht. Daar komt hij. Wacht. Mijn poll doet helemaal raar. Oh nee. Ik heb een poll. Ik heb een poll met niks. Wacht. Mijn poll was even geflipt. Een hele rare poll gemaakt met niks. Wacht even. Wat doen we? Houden. Next. Doen we. Next. Houden. Next. Wat doen we? Next. Jullie mogen stemmen in de poll. Next. Sorry. Nee, next. Oh, nou, ik ben benieuwd. Stem maar. Oh, heel veel next. Oké. Heel veel. Oké. End poll. Mijn poll komt niet eens meer in beeld. Rick heeft er nooit rekening mee gehouden dat ik zo vaak mijn poll gebruik. Denise zegt, ik was de enige die in die lege pol had gestemd. Wat had je gestemd, Denise? In de lege pol. Oké, next, jongens. Komt-ie. To be you. Dat is bijna hetzelfde vrouwtje.
Ik doe hem nu nog een keer. Ik wil echt even een zo'n omaatje. Even met zo'n... Die past bij die teun. Next. Ja. Oh, iemand had al de dierenbende had ook gestemd in de legerpool. Oké, wat doen we? Doen we deze houden? Eeuw, zegt Jennifer. Oké, niet. Maar dit is al de... Wat ik het is. Next. Oh, maar kijk, ze heeft helemaal zelfs een neuspiercing. Dit vind ik dan wel weer Big Brother waardig. Wat vinden jullie? Dit vind ik dan wel weer kunnen. Zie? Dit is wel een hippe omaatje. Dit zie ik wel met die teun. Ze is helemaal hip gekleed. Ja, eeuw. Ja, nee, gaat ze next. Nee, maar ze is omaatje, hè? Dit doen we. Zij zit er ook bij. Ik ben nog steeds Team Pietertje. Ja, ik ben ook nog steeds Team Pietertje, hoor. Hoe heet ze? Ze heet... Helene. Oh, jullie kunnen het nu niet zien. Kijk, nu zit inderdaad... Ik zie het. Nu zit die subscribersbalk erbij. Oké, nou, er staat Helene. Het gaat zo meteen weer weg, hoor. En haar achternaam is Verbeek. Helene Verbeek. Dat vind ik echt supermooi. Helene? Ik vind Helene een moeilijke naam. Dus ik krijg een andere voornaam. Lieke. Lieke Verbeek. Ze heet Wilma, zegt Sharon. Oké, dan typ ik dat af. Ik vind het ook een Wilma. Wilma. Wilma Verbeek. Oké, die doen we weer random. Zo. Oké. Doen we er nog één? Ik moet slapen, wel te rusten, Beb. Oké, een meisje. En die doen we jong volwassen. Nou... Zij lijkt wel heel erg veel op deze. Dan kan ik ze niet echt Lana. Dan kan ik ze niet goed uit elkaar houden zo meteen in de game, denk ik. Hier met die hoed? Ik heb nog geen Pietertje, hoor. Ik heb nog niet... Zullen we nu gewoon even lekker doorklikken totdat we een Pietertje in de vrouwenvorm... Wat kijk nou. Oh, Pietertje. You're so cute. Ja, houden. Ja, nee, maar ik vind haar nog niet zoals een Pietertje. Maar oké, jullie mogen stemmen. Wat doen we? Maar dit is de laatste, hè? Dan hebben we er 8. Houden. Next. Ja, daar moet de Piet erbij. Ja, vind ik ook. Ik vind nog een vrouwelijk. Ik vind... Oh, jawel. Ja, Isabel vind ik het leukste tot dusver. Isabel is zeker mijn favoriet van de vrouwen. Tot dusver. En Pietertje. Gewoon de jongvolwassenen eigenlijk. Die zijn gewoon het leukste. Ah, Jack is ook op zich wel leuk, maar het is niet zo leuk als Pietertje. Nee, gewoon doorgaan. Ja, next. We willen gewoon een Pietertje. Oké. We gaan door. Zij is wel leuk. Oké, wat vinden jullie van deze dan? Wat doen we? Houden. Of... Next. Jullie mogen lekker veel stemmen in ieder geval. Isabel en Pietertje moeten gewoon samen. Ja, maar ik vind haar ook wel leuk. Nee, totaal geen Pietertje. Oh, next. Oké. Next. Deze. Hé, kom dat stemmen maar sneller. Hè? Kunnen jullie nu maar gewoon weer hetzelfde typen, zeg maar. Ik moet elke keer weer helemaal typen. Wat doen we bij haar? Hier, wacht. Weet je wat ik doe? Gaan jullie maar even lekker hard schreeuwen in de chat. Helemaal lekker hard. Next. Of ja, als jullie helemaal enthousiast zijn. Goed? Kijken of dat te doen is. Oké, maar jullie zeggen next. Oké, next. Lampima Rustin. En deze? Wat doen we met deze? Zij is ook leuk. Jullie zijn te kieskeurig, zegt Sharon. Ja, ze zijn heel kieskeurig. Ze willen gewoon nu net zoals rast worden als Pieter. Ja, de chat is heel kieskeurig, hè? Next! Oké, next. En deze dan? Gaan we deze houden? Zij is ook eng. Ik wil een emo. Ja, maar ik weet niet of dat ertussen zit. No! Next! Mijn moderators vinden me te kieskeurig en jullie ook te kieskeurig. Nou, doen we nog 1 keer, goed? We doen nog 1 keer. Speciaal voor mijn moderators die mij te kieskeurig vinden.
We doen het nog één keer. Ik neem een tikkel. Dan druk ik nog één keer op die dobbelsteen. En dat is hem, oké? Okay? Dat wordt hem. Als het echt heel naar iemand is, helaas. Ben je klaar voor? Here we go. De Palma Bombassa. Ah, nou, hartstikke leuk. En ze heet... Anna van den Berg. Ja! Anna van den Berg. Helemaal leuk. Ja, ik ben blij. Ja. Dit is het. Leuk, toch? Hier gaan we mee doen. We hebben... Oh, Pieter. Oh, Pieter. We hebben Pieter. We hebben Jordi. We hebben Teun. Ah, Teun. Teun is wel schattig. We hebben Jack van Dijk. We hebben Isabel. We hebben Lana Koster. We hebben Wilma Verbeek. En we hebben Anna van den Bergen. Dat zijn de 8 mensen die we in het huis gaan zetten. Moeten we wel even kijken. Want we moeten hun... Oh, gewoon huishoudlid. Ja, dat is prima. Ze zijn nu allemaal als huishoudlid bij elkaar. Dus dat is goed, toch? Dat gaat gewoon prima. Oké. Okay. Claudio. Claudio. Pieter is niet mijn stijl. Nee hoor, dat kan. Maar ik vind hem zo schattig. Kijk, hij heeft zo'n lieve, onnozele blik. Ik vind hem leuk. Ja, Pietertje is een schattig. Een schattertje. Een schattertje. Een schatje. Ja, ik vind hem ook leuk. Oké, okay, let's go. Gaan leuk met elkaar op de foto. Spelen. Doe het. Waarom mag ik niet? Oh, kijk. Oh, ik moet een doel kiezen. Oei, oei, oei. Oké, okay. We zijn verplicht om een doel te kiezen. Wat doen we bij Pieter dan? Pieter is van de liefde. Pieter is romantisch. Ja, Pieter is romantisch. We moeten een doel doen. Doen we Pieter van de liefde. Jordi. Ik vind Jordi wel iemand die echt zo'n type is. Zo voor een Pieter dierenvriend. Nee, ik heb Pieter van de liefde gedaan. Doen we hem als een dierenvriend. Jordi vind ik echt een dierenvriend. Zo. Teun. Teun is een hele oude, maar een hele wijze meneer. Hij heeft heel veel kennis. En hij heeft vooral heel veel kennis over... kennis over... toverkunsten. Nee, hij is gewoon heel geleerd. Hij is gewoon heel geleerd. Oké. Okay. Jack. Jack wil natuurlijk sowieso populair zijn. Kijk, dat was de popiopie gast. Hij wil populair zijn. Hij is ook een beetje een grappenmaker. Hij wil heel populair zijn. Isabel is... Oh. Ik vind Isabel wel een slimmerd. Ze ziet er slim uit. Vinden jullie ook niet? We maken haar ook gewoon met kennis. En dan doen we haar ook gewoon. Ze heeft een nerdbrein. Ik vind haar wel zo'n type ervoor. Ik hoop trouwens dat 1 doel genoeg is. Lana. Oh ja, Lana is een hele zelfverzekerde vrouw. Maar ik vind haar ook wel heel sportief. Dus zij is ook wel heel sportief. Ze kunnen trouwens niet sporten. Denk ik. Maar ze kunnen alleen maar zwemmen. Dus we doen haar. Doen we extreme sportsfan. Oké, Wilma. Die is lekker van het koken. Die is heel voedsel. Even kijken. Die wil heel culinair zijn. Iemand zegt, eentje moet ook echt heel afwijkend zijn. Oké, dus dan is Anna is heel afwijkend. Dat is Anna. Anna is een beetje schurkerig. En dan is zij... Ja, en chaos. Daar houdt zij van. Wacht, misschien kunnen we... Ik vind Jordi... We doen Jordi ook wel afwijkend. Kijk, en dan doen we voor Jordi... Dat is echt een... Kijk, een filijne Valentijn. Ja, dan wordt het echt een chaos. Ja, dat is leuk. Dan gaat hij allemaal van die relaties van iedereen verwoesten. Is 1 doel genoeg? Denken jullie dat dat genoeg is? Zijn jullie het er mee eens zo? Nee, Wilma is afwijkend. Nee, er moet ook iemand een beetje kunnen koken toch daar? Toch? Want dan kan zij in ieder geval een beetje het eten klaarmaken voor iedereen. Oei. Gaat niet goed in de rug hoor. Oké, nou ik heb 1 doel, dus ik hoop dat het goed gaat. Yes. De Driessen familie eten ze ook meteen. Nou, dit wordt hem. Dit wordt de foto. Daar gaan ze. Die is het Big Brother team van dit jaar, jongens. Opslaan. Ik moet ze alleen wel even wat geld meegeven. Want ik denk dat ze anders dat huis niet kunnen betalen. Dus ik moet ze eerst even op een lege kavel plaatsen.
Kijk, ik denk dat ze hier niet in kunnen. Kijk, die kost 187. Dat hebben ze niet. Dus ik even... even kijken. We doen deze Big Brother familie wel even hier op een leeg kavel. Oh, je kan de naam aanpassen, hè? Oh. Ja, dat heb ik niet gedaan. Ik doe ze even op deze kavel, hoor. Want ik moet ze even geld geven. Een beetje modderlood hebben ze nodig. Volgens mij doet mijn alert het inmiddels niet meer, hè? Gaat niet helemaal goed. Melissa, dankjewel voor je donatie. Ik moet echt om jouw lachen om je live gaan. Nee, die heb ik gezien. Ik heb er eentje gemist. Melissa, hier is een verboden woord. Wacht, deze moet even op pauze. Ze zijn al van alles aan het doen. Dankjewel voor je donatie. Nou, volgens mij heb ik ze dan wel allemaal gezien. Maar inderdaad, waarom ik niet in beeld kom, mijn alerts zijn een beetje gecrashed, denk ik. En ik weet ook niet waar Rick is. Hij is denk ik in slaap gevallen. Oké, ze hebben geld nodig. We gaan ze even geld geven. Even genoeg in ieder geval om het huis te kunnen betalen. Want ze moeten wel dat huis in kunnen. Oké. Nou, dus ze doen nog een klein beetje bij. Het is toch niet dat ze daar heel veel mee kunnen doen. Oké. Opslaan. Werelden beheren. Opslaan en naar werelden beheren gaan. En dan gaan we ze verhuizen en dan zetten we ze in het Big Brother huis. Rick! Roept Laura. Ja, ik weet niet waar die is. Ik weet niet waar hij is. Kwijt. Hier in Newcrest woont deze familie. Die kunnen we nu niet bezoeken. Verhuizen. Ja. Gaan ze dan nu mee? Ja, ze gaan nu mee. Even kijken hoor. Waar had ik hem geplaatst? In Windenburg, hè? Ja. Ja! Ze zitten erin! Dankjewel, Mechteld, voor je test. Maar hij doet het niet, hè? Rick, help! Rick! Ja, ik denk dat Rick verdrietig is door Pietertje, zegt Ilse. Ah, nee, maar Rick die kan wel wat hebben, hoor. Ik weet dat ik heel erg gek op hem ben. Dark Princess, heb je de nieuwe pack al? Dankjewel voor je donatie. Nee, dat is de trouwe pack die je bedoelt. Hè? Nee, die heb ik nog niet gekocht. Ik zag het nog niet heel erg nut van. Nee, dus ik heb die nog niet gekocht. Nu ze nog opsluit in het huis. Yeah. Maar ik moet eigenlijk Rick even halen. Zal ik Rick heel even halen? Rick, SOS. En ik denk serieus dat hij gewoon lekker in slaap is gevallen. Of in ieder geval gewoon wat anders aan het doen is. Maar hij is niet meer hier. Oké, wacht, Mathilde, heel veel wachten, ja? Ga ik even Rick halen. Wacht, een momentje. Rick dat lekker een spelletje doen. Ze zat echt al super droog. Wat is er? Ik zeg, ja, mijn pols doen het niet meer. Mijn alerts doen het niet meer. Oh, heb je het weer stuk gemaakt? Ja, ik heb het stuk gemaakt. Ik heb zoveel pols gedaan dat het gewoon helemaal stuk is gegaan ervan. Oké, here we go. Hallo. Ik heb allemaal deelnemers hoor. Ja. Oh, het sneeuwt ook in één keer. Oh, het zit helemaal aan de verkeerde kant van de kavel. Oei. Oké, al die mensen moeten naar binnen. Naar binnen. Jij hierheen gaan. Ik moest nu nog even naar bestuur hoor. Want ze moeten heel veel naar binnen toe. Hierheen gaan. Hierheen gaan. Hierheen gaan. Volgens mij had ik jou net al gedaan. Maar oké. Hier, oh, ze is nu al heel boos. Hierheen gaan. Hierheen gaan. Oké, dan als ze allemaal... Kijk, ze allemaal rennen. Oh, brr, koud zeg. Oh, snel naar binnen. Waarom is het nou winter ook echt? Heb je geen achterdeur? Nee, natuurlijk geen achterdeur. Ze moeten hier opgesloten. Go, Pieter! Als Pieter in die creepy room moet. Pieter is zo leuk. Oké, de eerste deelnemer is naar binnen, hoor. Ze loopt moeilijk, hoor. Hup, volgende deelnemers naar binnen. Hup, hup, hup. Doorlopen. Allemaal naar binnen. Dan doe ik de deur op slot en dan komen jullie er nooit meer uit. This is the last day of your life. Tenzij je wint natuurlijk. Deur op slot doen voor iedereen. Nog een test. Ja, dankjewel Mechteld. Nog een test. Hij doet het. Hij doet het. Oké. Jawel ja. Oké, wacht. Wacht. Voordat nu alles... Als het goed is, zit de deur nu dicht. Ik zet het even opslaan. Dankjewel voor het fixen. Ik doe hem opslaan. Kijk, ik heb hier allemaal deelnemers. Da 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 da. Heb je een pol gedaan? Ja. Dat
Oh, het was die lege pol. Ik ging per ongeluk, maar mijn ding crashte een beetje. Yeah. En toen had hij per ongeluk een lege pol verstuurd met helemaal niks. Dus er waren ook stiekem een paar mensen. Ik had gestemd op de lege pol. Ik had hem heel snel weggehaald. Daar is mijn systeem blijkbaar niet tegen. En toen deed hij het inderdaad niet meer. Oh, sorry. Het was mijn schuld. Ik heb het inderdaad kapot gemaakt door de lege. Maar Rick heeft het weer gefixt. Yay! maar goed, in ieder geval. Je moet ze nog wel even een bed aanwijzen. Ja, precies. Dat wilde ik dus net zeggen. Dat moeten we nog eventjes doen. We gaan hier. Dit wordt het bed. Kijk, wie ze dan aan de andere kant laten slapen, dat moeten ze maar zelf uitzoeken. Dit wordt het bed van Isabel. Dit wordt het bed van Lana. Dit wordt het bed van Wilma. En dit wordt het bed van Anna. Oké, dan hebben we hier de boys room. En hier slaapt Pietertje. Oh, Pietertje. Hier slaapt Jordi. Hier slaapt Teun. En hier slaapt Jack. Oké, dus die zijn in ieder geval nu allemaal toegewezen. Pieter, het beste bed, hè? Ja, Pieter, lekker dicht bij de badkamer. Wat? Wilma? Nee, ze heet Wilma. Kijk, Wilma. Met een W. Wilma. ga je de kavel online zetten? Ja, willen jullie dat? Want dat kan ik meteen doen, hoor. Als je dat graag wil. Dan kunnen jullie hier ook in Big Brother spelen. kunnen jullie dat ook doen? Oké, even kijken. Hoe doe ik dat ook alweer? Hoe zet ik hem ook alweer online? Ik vergeet dat soort dingen altijd. Hoe zet ik hem online? Oh, dan moet ik zeker naar bouwmodus. Bouwen. En dan opslaan in mijn bibliotheek. Kavel opslaan. Ja. Zet ik hem dan ook meteen in de... En dan noemen we het... Big Brother huis. met creepy ruimte. Inclusief creepy kelder. Oké. Kavel delen met de galerij. Oké, hij komt eraan, jongens. Verbinden. Dan staat hij erop. Dan kunnen jullie hem ook downloaden als je ook de Big Brother Challenge hierin wil spelen. Ik kan niet beloven dat het huis goed werkt. Ik zou die kelderdeur ook op slot zetten. Oh ja, goeie. Nou kunnen ze daar nog niet komen, hè? Want er zit daar geen deur naartoe, kijk maar. Dus ze kunnen hier überhaupt niet eens komen nog. Maar het is misschien inderdaad wel een goed idee dat... Oh, dat kan niet. Ik kan deze deur niet op slot doen. Moet het dan per se een voordeur wezen of kan dat gewoon niet? Oh, wacht. Ik zit natuurlijk niet in speel, maar ik zit in bouwmodus. Het kan wel. Deur op slot doen voor... Iedereen. En dan doen we hem uiteindelijk open voor één persoon die erin moet. Hup, Pieter! Dankjewel voor je donatie. Ik ben ziek, dus ik moet eigenlijk slapen. Maar jouw stream kijken is veel leuker. Ah, nou, ik ga zo ook stoppen hoor, Imke, want het is al 11 uur. Oei, het is al zo laat. Oh, wat heb ik dit lang zitten spelen? Wat hebben jullie dat lang volgehouden, jongens? Ik was vet vroeg begonnen vandaag. Oké, maar goed. Vanaf nu moet ik die dat ze zelf van alles gaan doen. Volgens mij staat dat aan. Ik ga het nog even checken. Spelopties. Over de... Soms is dat hier ergens, toch? Overige... Volgens mij zit dat toch hier in de gameplay dan? Ja, autonomie volledig. Dus dat betekent dat ze gewoon uit zichzelf al gewoon... Van alles doen en zo. Dus dat is goed. Dus dan hoef ik ze ook niet meer te besturen. Want vanaf nu mag ik ze dus niet meer besturen. Alleen maar Pietertje Pieter. En dan streamen tot 11 uur. Oh mijn Pietertje, oh mijn Pieter. En zo meteen als allereerste. Pieter moet naar de creepy room. Dat is echt heel zielig. Wasmachine en een droger. Nee, dat is helemaal niet nodig, joh. Later dan dat je dacht. Ah, hier kijken er nog 3. Nog naar Sinterklaas. Wat? Heb ik iets verkeerd gezegd? Heb je geen wasmachine? Nee, heb ik dat echt nodig dan? Een wasmachine en een droger? Ze gaan automatisch op hun telefoon, hè? Hoe zet ik dat uit? Hoe pak ik ze hun telefoon af? Want ze mogen niet op hun telefoon. Hoe zetten we dat uit? Kan dat? Nou, dat moeten we dan maar even uitzoeken.
Applaus voor Maris, want ze heeft maar 5 keer het verboden woord gezegd. Yay! Nou, dat vind ik ook. Applausje voor mezelf. Oké, okay, nou, ik ga er nu niet verder mee. Ik ga nu dan wel stoppen. Ah. Maar de volgende keer gaan we ze allemaal opdrachten geven. Dus ik moet ook even uitzoeken weer wat die opdrachten allemaal zijn. Dan kan ik dat ook even voorbereiden. Ze beginnen volgens mij gewoon met elkaar een beetje leren kennen, hoor. Dus dan kan ik ze gewoon even wat laten chillen met elkaar. Maar daarna gaan we ze opdrachten doen. Volgens mij is de allereerste was een schilderopdracht. Dus dan moeten ze dat hier doen. Dus dan gaan we even een schildersatelier hier snel van bouwen. En dan krijgen ze daar hun eerste opdracht. En dan kunnen we dus zien wie er dan uitgaat. Dan wordt dan de eerste die naar de kamer gestuurd gaat worden. Dat is dus het enige moment dat ik ze bestuur. Voor de rest gaan we gewoon kijken. Dus volgende week niet, want dan ben ik er niet. De week daarna gaan we ermee verder. Gaan we lekker popcorn halen. En gaan we hier kijken naar wat er allemaal gebeurt. Maar ik kan Pietertje geen hele week missen, hoor. Ja, je moet hem zelfs 2 weken missen. Kijk, Pieter staat hier al te chanceballen, hoor. Met Jordi. Ja, dat kan natuurlijk ook. Daarom was hij zo goed gekleed, die Pietertje. Hè? Nou, oké. Okay, opslaan. Ik ga hem uitzetten. Tot zover met de Big Brother stream voor vandaag. Zo, vonden jullie het leuk? Was best leuk ook, hoor, om een keer zo'n huis als dit te maken. Tenminste, vond ik. Ik was er wel wat langer mee bezig, maar ik ben dus echt vanmiddag al om 4 uur al begonnen. Zodat ik het in ieder geval wel op tijd kon afkrijgen. Dus ja, niet zeuren. No! Ja, helaas. Zet hem heel eventjes aan. Nee, volgende keer. Gaan de volgende keer mee verder. Ik ben ook heel benieuwd hoe het nu gaat. Maar ik ga me dan even inlezen in... hoe ik dit precies moet doen. Maar het is wel heel leuk. Ik ben echt heel benieuwd. Er zit een leuke kandidaat in. Ja, zegt Jen. We kunnen niet afsluiten met maar 5 keer het verboden woord, hoor. Hé, hey, maar dat is toch juist goed? Was echt lachen, zegt Chris. Ah, oh, dankjewel. Hoe download je jouw huizen? Oh, dan moet je gewoon even naar de gallery gaan in The Sims. En als je dan zoekt op Creachick, dan vind je dat wel. Whoops. Hey, nee, Sharon. Ja, zo werkt het niet. Niet de hele avond zitten werken, vet laat binnenkomen vallen en dan zomaar gewoon mijn verboden woord op zo hoog zetten. Nee, nee, nee. Voor straf zet je hem 1 lager dan 5. Voor straf gaat hij dan een 4. Ja, het was een gezellige avond. Ja, ik vond het ook echt wel leuk. Ik vind het ook een hele leuke challenge. Dus tot dusver ben ik erg tevreden. Als het nou een beetje een succes is en leuk is, dan hebben we nu gewoon een Big Brother huis. Hè? Die wordt gewoon hergebruikt, hoor. Met de creepy kamer. Maar ik weet dus eigenlijk helemaal niet of we nou nog iets van een sportruimte of zo hadden moeten maken. Ja, dankjewel. Dit lijkt er beter. Dit lijkt er meer op. Hij stond op 1. Oh, stond hij net op 1? Het was een leuke avond. Oh, dankjewel. Ik vond het ook een hele leuke avond. Dank jullie wel ook voor al jullie lieve berichtjes. Dank jullie wel moderators voor het helpen. En dank jullie wel voor al jullie superchats. Dan wens ik jullie een hele fijne avond. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei! Mijn moderators zijn een beetje in slaap gevallen, denk ik. Ik zat nog te wachten. Ik denk, er komt nog een woeps. Maar we zijn gewoon lekker in slaap. We zijn nu ook al weg, denk ik. Superchat, 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 superchat. Doei!